Dames en heren, hartelijk welkom weer bij Raadsplein.tv. Vanavond raadsessie. Nou, sessie, ik mag wel zeggen sessies. Het zijn er 6 vanavond, dus we hebben een heel, heel vol programma. 3 voor de pauze, een pauze van ongeveer van 9 tot 9:30. En vanaf 9:30 de volgende reeks met 3 sessies. Nou, ook wel leuk om even te vertellen, het is de Week van de Veiligheid. Dat gaat over, zeg maar, hoe ga je om met criminaliteit, hoe kan je dat vermijden? Dat is deze week. Morgen begint de week voor de industriecultuur. U heeft de posters misschien wel zien hangen. De Week van de Techniek begint, dus dat heeft ook heel veel aandacht. Natuurlijk in die herfstvakantie, leuk om met kinderen iets te doen in die Week van de Techniek. Daar is de gemeente Velsen en ook Techpoort natuurlijk heel druk mee. En er start ook 4 weken lang de klimaatweken, met zelfs klimaatvloggers, filmpjes, allerlei activiteiten die rondom klimaat zeg maar worden georganiseerd in Velsen. Nou, altijd goed om te weten. Voor de pauze, een drietal sessies. Het eerste gaat over hoe gaan we om met ons afval. En dan met name ook, we weten, we hebben HVC, we doen heel goed een afvalscheiding. Maar is er een manier om wat reëler de kosten te verdelen over degene die ook het afval, zeg maar, creëren? Nou, in gewoon Nederlands, er is een plan om een klein stukje vast, zeg maar, vaste kosten in rekening te brengen bij klanten en een stukje variabel. Dus ben je iemand met een groot gezin of met andere omstandigheden, die zegt, ik heb relatief wat meer afval in de bak. Dat betekent dat je de bak wat vaker bij de weg zet. Nou, zou dat ook kunnen betekenen dat je daar wat meer voor gaat betalen. Nou, het is een, zeg maar, een informerende, verkennende sessie, waarin HVC de raadsleden meeneemt in zo'n soort model. En dat heet dan een soort recycle tarief. Want ja, uiteindelijk is de ambitie om het afval wat wij met ze als huishouden produceren, dat het afvalgedeelte steeds kleiner wordt. Want er is natuurlijk een deel van wat u produceert aan afval, is gewoon alweer geld waard. Of dat kan energie zijn, of dat kan hergebruikt worden. Dus dat recyclen moet steeds meer toenemen. En echt afval, waar je van af wil, dat het gedeelte moet steeds kleiner worden. Nou, dat wil men stimuleren. Het tweede onderwerp voor de pauze gaat over de Omgevingswet. Ik heb het al eens vaker uitgelegd, er zijn heel veel regels als het gaat over bijvoorbeeld vergunningen, een bouwvergunning of een kapvergunning. En ik zou hier een soort virtueel wel 30, 40 boeken kunnen neerleggen, rapporten kunnen neerleggen, waarin al die spelregels staan. Nou, dat hele pakket wordt opgepakt, geschud en er komt 1 plan uit, 1 omgevingsplan. Dat is wat de Omgevingswet voorschrijft, zowel voor het Rijk als voor de provincie als voor gemeenten. En ook gemeente Velsen gaat eigenlijk aan de slag. En daar kan je als gemeenteraad ook zeg maar mee spelen. Dus hoeveel, bijvoorbeeld participatie, hoeveel ruimte geef je aan burgers om dingen te ontwikkelen in jouw directe buurt? Of ben je een beetje streng en wil je heel veel dingen vastleggen? Dat de burgers ook precies weten wat wel en wat niet kan. Nou, dat wordt vanavond nog een keer uitgelegd. Daar wordt de raad in meegenomen. Dat met die introductie van de Omgevingswet ook nog veel te kiezen valt voor de gemeente. En dat het ook effect heeft op de rol van de raad. Nou, dat is vanavond, dat heet dan ook de ambitie en de spelregels rondom de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft heel veel consequenties hoor. Dat gaat over de cultuur, werken in de geest van de Omgevingswet. Dus ook ambtenaren die in contact staan met mensen die een plan hebben. Moeten daar anders mee omgaan. De participatie moet heel anders, veel intensiever. De betrokkenheid van mensen. Het moet allemaal veel sneller. Dus een vergunningaanvraag mocht vroeger wel misschien 26 weken duren. Gaat terug naar 8. Dus, en digitalisering. Dat u straks op postcodeniveau gewoon al weet. Wat zijn de spelregels op dat plekje? Nou, dat moet allemaal verwerkt worden. Die digitaliseringsslag zal ook de gemeente Velsen moeten doormaken. Nou, dat. Allemaal boeiende materiaal, omgevingswet, dus ook voor Velsen zeer relevant. En het derde onderwerp is participatie in het kader van de visie op Velsen. Het is heel goed dat de gemeente Velsen zegt, oké, als gemeente, we weten op korte termijn wat er allemaal staat te gebeuren, waar we misschien een wijk willen bouwen, waar we iets met groen willen doen, hoe het met de industrie gaat. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Kijken naar 2040 of 2050. En waar zouden we dan op in willen spelen? Nou, dat is de visie op Velsen. Die is er al, ik geloof van 2011. Dus die wordt dan herzien. Met dan zeg maar die blik wat verder in de toekomst.
om dan terug te redeneren, wat zouden we de komende jaren kunnen doen om, hè, onze eigen identiteit, onze eigen gemeente, zeg maar, vorm te geven. Nou, dat kan je natuurlijk niet doen door alleen maar een tekst te schrijven. Je gaat natuurlijk naar buiten toe. Participatie is heel belangrijk. Ja, in Driehuis hebben we al zo'n dialoog, hè, in Driehuis. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn, ook voor andere gebieden, om het bij mensen ook op te halen. Wat verwacht je, wat zijn je dromen, je verwachtingen als inwoner, als ondernemer? Nou, dat hele traject, dat participatietraject, zal worden vormgegeven. En bijzonder, ik noemde net al de omgevingswet en de omgevingsplan. Dat vraagt ook heel veel participatie. Dus vanavond zal worden voorgesteld om dat in elkaar te schuiven. Dus als je naar buiten gaat en meningen ophaalt, doe dat dan zowel voor die visie op Velzen als voor het omgevingsplan wat de gemeente gaat ontwikkelen. Nou, dat zijn de drie onderwerpen voor de pauze. Na de pauze, ja, Brak, dames en heren, komt weer terug in de raadsessie. En dat wordt een hele spannende. Brak, Pieter van Meulen Museum. U heeft het al meerdere keren zien terugkomen in de raad. Het ging over de financiering. Het ging over een gesloten business case. Dat is geleverd. Maar er is ook gevraagd door de raad. En kan er ook iets gezegd worden over sponsorbijdragen van andere mensen, van andere partijen? Nou, en dat lijkt niet te lukken op, zeg maar, in het tempo waar de raad om gevraagd heeft. Want op 5 november is de begrotingsbehandeling. Dan had het er moeten zijn. En wethouder Dinges heeft per brief laten weten, dat gaat ons niet lukken. Dus eigenlijk stelt hij voor om dus ook het museum Brak van de agenda te halen. En ook eigenlijk dus dan niet door te laten gaan dat het museum geen bestaansrecht heeft. Als de raad vasthoudt aan de afspraak die ze met zichzelf gemaakt heeft. We willen nu weten hoe het met andere partijen zit. Nou, wordt een spannend dingetje. Een dingetje, ik bedoel het echt niet denigrerend. Het is een heel spannend ding. Het is echt een. Erwin van Liemt, de directeur Brak PVM, zal ook inspreken. Dus regionale samenwerking, onderwerp en de prestatieafspraken. Velzen, dat gaat over welke afspraken maak je met de woningbouwcorporaties. Ik stel voor dat ik daar straks na de pauze even op die drie thema's nog wat verder ingaan. En in de pauze probeer ik natuurlijk wat indrukken hier in beeld te brengen. We zullen dat doen via inbellen, denk ik. Want alle vergaderingen worden via Zoom gedaan. We zien hier alleen een voorzitter, de gespreksleider en iemand van de Griffie. En de rest zal, alle raadsleden zitten thuis en is een digitale vergadering vanavond. We gaan even kijken of de sessie in de raadzaal begint. Dat gaat over het recycletarief. Hoe ga je om met de betaling van het afval? Dat Jerry de Waal mij goed kan verstaan. En dat de techniek ons niet in de steek laat. Want hij begint met de presentatie. Jerry, als je me kunt horen, je kunt starten. Ik kan je prima horen. Goedenavond allemaal. Wacht even, kunnen jullie me ook horen? Ik hoor je prima, Jerry. Ja. Goed. Dan het scherm gaan delen om de presentatie te starten. En dat is altijd even spannend natuurlijk. Ik ken hem. Wacht even tot ik de presentatie heb, dan maak ik het goed uit. Want een nieuwe computer geeft altijd weer andere beelden. Delen, nee. Nou. Oh ja, AppVenster was het. En dit komt die aan, die voorstelling vanaf het begin. Nou, goedenavond allemaal. Ik zie u momenteel niet, dus dat is iets moeilijker presenteren als dat je mensen wel kunt zien. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Als het niet juist is, denk ik wel. Heel goed, fijn. Dankjewel, Ben. Allereerst het recycletarief. We doen een korte inleiding op dit moment om jullie een beetje bij te praten over de onderdelen over het recycletarief. Jullie hebben van ons een white paper ontvangen over het recycletarief, waar eigenlijk alle informatie staat die jullie voor de discussie vandaag nodig hebben, volgens ons. En zodoende gaan wij snel nu met onze presentatie door die informatie nog een keer heen, om uiteindelijk af te sluiten met de voor jullie nodige discussiestellingen. Wij willen graag wat informatie ophalen hoe de raad denkt over de verschillende onderdelen die zullen passeren.
Even terugblik kort naar 12 december vorig jaar, toen wij voor het eerst hebben gesproken over het recycletarief. Er was een enthousiaste reactie over toen. Dat is ook de reden dat we nu terugkomen met het recycletarief in een aparte sessie. We zouden eigenlijk om twee redenen nu over het recycletarief praten. Dat is allereerst, we moeten onze milieudoelstellingen halen. En ten tweede hebben we natuurlijk beste kostenstijging gezien de afgelopen jaren. En om die, zal ik maar zeggen, tegen te controleren, is het een mooi moment om met het recycletarief te kijken wat we daaraan zouden kunnen doen. Even een klein stukje terug naar het verleden. Er is in het verleden vaker gesproken over een gedifferentieerde afvalstofheffing in Velzen. Twee concrete momenten waren eigenlijk de toepassing van één en meer persoonshuishoudens. Waarbij we sinds 2017 verschillende tarieven hanteren. En een ander moment was Wagen de Wegen. Een document wat voor mij in 2013 langs is gekomen. En waar we ook hebben gesproken over het toepassen van gedifferentieerde afvalstofheffing. Op dat moment was eigenlijk in beide gevallen het eerlijk verdelen van de kosten het uitgangspunt. Terwijl we nu eigenlijk weer over een tariefdifferentiatie praten, maar we het verlagen van kosten en het verminderen van restafval als doelstelling hebben. Dus dat is wel een groot verschil met die discussies van destijds. Het proces waar we voor we zouden kunnen overgaan tot een recycletarief bestaat eigenlijk uit vier onderdelen. Dat is de oriëntatie waar we ons nu in bevinden. Er zou een principebesluit moeten worden genomen over het recycletarief. En dat zou eigenlijk eind van dit jaar moeten gebeuren. Omdat we ongeveer een jaar nodig hebben om het recycletarief in te voeren. Dat wil zeggen operationeel, maar ook nog in gewoon besluitvorming. En het vaststellen van de belastingtarieven die daar allemaal op gebaseerd zijn. Dus dat is een traject waar we natuurlijk ook begrotingstechnisch rekening mee moeten houden. En in wat ik zeg, de belastingtarieven. Dus een jaar voordien een principebesluit met ongeveer halverwege 2021 een definitief besluit. Zover de inleiding van mijn kant. Dan geef ik nu graag het woord over naar Jetse Oosterbaan van HVC. En die neemt u mee door een deel van de inhoud. Oké, is dat goed. Sorry. Goedenavond. Ja, u zult het eerst even met mij moeten doen. Christa Kok van HVC. Ik vraag me even af of ik in beeld ben voor u, omdat ik op een ander scherm zie dat dat niet zo is. En u kent mijn gezicht nog niet, dus vind ik het wel prettig als daar ook beeld bij komt. Ja. Ondertussen ga ik gewoon verder met de presentatie. Nou ja, wie is HVC? Wilde ik nog even heel kort bij stilstaan. Wel bekend bij u, neem ik aan, maar ik wilde er toch nog even kort wat over zeggen. Wij zijn als HVC opgericht om te helpen onze gemeentes en waterschappen verder te verduurzamen. En dat doen wij op het gebied van duurzame energie en op het gebied van duurzaam grondstoffenbeheer. En voor het laatste zijn wij vanavond besteld om u mee te nemen in het onderwerp recycletarief. De doelstelling die net al eventjes door jullie werd aangehaald. Landelijk geldt er een doelstelling om dit jaar 100 kilo restafval per persoon per jaar te bereiken. En met een verdere afname naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Nou, er zijn verschillende methodes om dat te kunnen doen als gemeente. We zien in het land grofweg twee methodes die succesvol zijn. De ene is een prijsprikkel. Op het plaatje wat u nu voor u ziet, zijn dat de lichtroze gemarkeerde gemeentes die dat hebben ingevoerd, met name in het oosten van het land. En de zogenaamde serviceprikkel, waar ook in de gemeente Velzen al maatregelen voor genomen zijn. Ja, zoals bijvoorbeeld het restafval in containers op afstand plaatsen. En wat we zien is dat beide prikkels ongeveer hetzelfde resultaat bereiken. En door beide prikkels te combineren, een prijsprikkel en een serviceprikkel, kan de gemeente de vangdoelstellingen bereiken. En het draagt ook bij aan de kostenbeheersing. Maar wat zijn nou de mogelijkheden voor een gemeente? Wij hebben Eureco, dat is een partij die het restafval in heel veel gemeentes in het land
uitsorteert om te kijken wat er nog aan stromen in zit, aan herbruikbare grondstoffen in zit. Die hebben we gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen. En dat hebben zij gedaan onder 90% van de Nederlandse gemeenten. En we zien dat er grofweg 6 profielen ingevoerd zijn. Eigenlijk vertaalt het zich door in 3 profielen. Als u naar het plaatje kijkt, het eerste profiel is een profiel waarbij het restafval en het GFT allebei 1 keer in de 2 weken worden opgehaald. Het tweede profiel, dan wordt het restafval minder vaak opgehaald, 1 keer in de 4 weken. En is er vaak ook een oranje bak aan huis uitgerold voor het plastic. En bij het derde profiel gaat de gemeente een stapje verder. En dan wordt het restafval verderop in de wijk in ondergrondse containers geplaatst. En diezelfde 3 profielen, die zie je zowel ingevoerd met een vast tarief voor de afvalstoffenheffing, als een recycletarief, waarbij een gedeelte van de afvalstoffenheffing variabel is. Maar zoals u op het plaatje kunt zien, zijn het 5e en het 6e profiel in combinatie met een prijsprikkel, zoals recycletarief, de meest succesvolle om de landelijke doelstelling te bereiken. Nou, wat is nou recycletarief? In het land wordt het ook wel DIFTAR genoemd. Wij hebben daar een andere keuze in gemaakt. In feite komt het er eigenlijk op neer dat de inwoner die het afval goed scheidt, beloond wordt. Minder afval scheiden, beter afval scheiden is goed voor de portemonnee. En daardoor heeft de inwoner zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Dan geef ik nu het woord aan mijn collega Jetse Oosterbaan, die u meer mee gaat nemen in de huidige situatie van de gemeente Velsen. Dank. Ja, goedenavond, mijn naam is Jetse Oosterbaan. Ik werk bij HVC als gemeenteadviseur en onder andere hou ik me veel bezig met Velsen. Dus we zoomen even bij de volgende sheets in op Velsen. Ik heb even wat getallen voor u bij elkaar gezocht. In Velsen staan ongeveer 30.000 woningen. Daarvan zijn 10.000, dus een derde is hoogbouw. Bij 15.000 daarvan hebben we een systeem met omgekeerd inzamelen. En bij 5.000 daarvan hebben we een systeem met 4 bakken aan huis. Dat is even kort het inzamelsysteem en dat leidt tot deze resultaten. Er wordt in Velsen op dit moment 248 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. Dus niet per huishouden, maar per inwoner. En daarvan is het grootste deel fijn restafval en 195 kilo en nog 53 kilo grof restafval. Dit is de tweede sheet over de resultaten die dat systeem oplevert. Ik vind dat zelf altijd wel een interessant plaatje, want die bovenste 4 stromen, die zitten er dus nog veel in het huidige restafval. Dat zijn allemaal stromen waar in principe een goed inzamelsysteem voor is. Een kwart van het restafval bestaat nog uit GFT, een groot deel uit papier, 9% is nog plastic, blik en drinkpakken. Dat zijn allemaal herbruikbare stromen, waar ook bakken voor zijn, maar het lukt nog niet om, om de bewoners zover te krijgen dat ze het ook in de... dat ze het niet in het restafval gooien, maar ook in de juiste bak. En daar helpt dat recycletarief bij. Op het moment dat je een prijsprikkel zet op het restafval, gaan mensen daadwerkelijk hun gedrag veranderen. En dan gaan ze dus ook dat GFT in de juiste bak gooien. Want dan hoeven ze immers wat minder te betalen voor het restafval. Dan betalen ze bijvoorbeeld elke keer dat ze de bak moeten buiten zetten. En dan zorg je wel dat je wat het GFT ook echt in de groene bak gooit. Nou ja, en dit is eigenlijk, volgens mij kent u dit plaatje, die is ook meegestuurd bij de stukken. Dus ik ga er ook wat sneller doorheen. Die opdracht hebben wij van de voorzitter gekregen. Dit zijn de resultaten die de gemeente met een prijsprikkel zou kunnen opleveren. De gemeente Velsen zit nu in een combinatie van profiel 2 en 3. Daarom vertelde ik net over dat inzamelsysteem en die aansluitingen. En de gemeente zou een stap kunnen maken naar profiel 5 en 6... En u ziet dat daarmee in ieder geval een stuk dichter bij de stippenlijn. En dat is de doelstelling van 100 kilo restafval per persoon wordt ingezameld. We hebben dat hier even in een grafiekje gezet. Op dit moment staat Velsen een beetje rechts van het midden. Als zij de gemeente nu die stap maakt naar het recycletarief, dan verwachten wij dat het resultaat wordt dat je rond de 100 kilo per persoon zit. Dus dat zal tussen de 95 en 105 kilo per persoon worden. We hebben ook nog even de kosten in beeld gebracht. In de volgende grafiek ziet u 2 lijnen. De grijze lijn is de lijn bij ongewijzigd beleid. Dus dat is eigenlijk gewoon de markt voor grondstoffen die blijft steeds wat minder goed worden. Er is een indexering en wij verwachten ook dat de belasting op het verbranden van restafval
de komende tijd blijft stijgen. Maar kiest u voor een recycletarief, we hebben dat profiel 6 hier genoemd, dan dalen de kosten in één keer. En ik moet altijd wel voorzichtig zijn met wat ik zeg, want uiteindelijk zullen die kosten weer gaan stijgen tot het huidige niveau. Maar op deze manier zijn wel de kosten beheersbaar. En bij ongewijzigd beleid is er in ieder geval alleen maar een lijn omhoog. Dat is de stap met het recycletarief. Dit is een sheet met de uitgangspunten. Ik ga daar niet op dit moment uitgebreid op in, maar we hebben een bepaalde berekening gemaakt voor de gemeente Velsen. En dit zijn de uitgangspunten die wij in die berekening hebben gehanteerd. Ik kan daar eventueel later op terugkomen, maar ik zal hem nu niet helemaal toelichten. Dit is ook altijd een interessante. Er zijn natuurlijk altijd op het moment dat je over een prijsprikkel of DIFTAR of een recycletarief begint, zijn er altijd een aantal onderwerpen die beheersbaar zijn. In het land heet dat ook wel eens de nadelen, maar wij noemen dat de aandachtspunten. Ik ga eens even kort één voor één door. De buren misbruiken mijn bak. Op dit moment zijn eigenlijk de meeste prijsprikkelsystemen niet meer op gewicht. Dus dat betekent dat het eigenlijk niet zoveel meer loont om een paar zakken van jezelf bij de bak bij de buren erbij te gooien. De tweede is de dumpingen nemen toe. We zien inderdaad dat met de juiste aandacht kun je die toegenomen dumpingen wel te lijf gaan. Dat is natuurlijk ook het voordeel van het feit dat inmiddels al meer dan de helft van de gemeenten in Nederland een prijsprikkel heeft. Daar kunnen we wel van leren. Met de juiste inzet op handhaving is het best te doen om ook die dumpingen in de hand te houden. De derde is ook relevant. De kwaliteit van de grondstof rolt achteruit. Op het moment dat je moet betalen voor je restafval, lijkt het misschien alsof mensen zullen gaan denken, ik gooi mijn GFT en mijn papier gewoon, of ik gooi mijn restafval gewoon in de bak met het GFT. We zien lichte toenames daarvan, maar ook dat zijn ontwikkelingen die heel goed met de juiste maatregelen te sturen zijn. En die laatste, en dat is misschien ook nog wel een onderwerp waar ik benieuwd ben naar de meningen binnen de raad, gaat over sociale minima, grote gezinnen, mensen met een indicatie, mensen met medisch afval. Er zijn best wel veel mogelijkheden voor maatwerk. En die zijn ook in andere gemeenten beproefd. Die werken ook. En die kunnen we ook vanavond eens gaan bespreken. Daar zou ik in ieder geval zelf benieuwd naar zijn. En volgens mij ben ik dan door mijn verhaal. We hebben nog een aantal sheets eventueel met wat vragen. Maar misschien is het goed om eerst even het gesprek verder te laten gaan. Hartstikke mooi. Dank jullie wel voor je presentatie en ook keurig binnen de tijd. Ik wil eigenlijk eerst de aanwezigen nu ruimte bieden om vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie. De eerste hand die ik zag was die van Mireille Koedijker. Mevrouw Koedijker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In de presentatie kwam naar voren dat de prijsprikkel voornamelijk wordt gebruikt in het oosten van het land en dat in het westen meer wordt gekozen voor de serviceprikkel. Hoe komt dit onderscheid eigenlijk? Stel voor dat er meteen gereageerd wordt op de vragen. Dus ik weet niet of Jets of Christa hierop kan reageren. Jazeker, daar kan ik op reageren. Het is simpelweg zo dat de gemeenten in het oosten van het land begonnen zijn met het invoeren van een prijsprikkel. En het in het westen van het land begonnen is met een serviceprikkel. Puur vanuit de gedachten daarover. En ja, beide systemen, er was de gedachte bij, dat is het beste systeem om in te voeren. En het mooie is dat beide systemen even succesvol zijn. En dat je nu ziet dat men in het oosten de serviceprikkel gaat invoeren bovenop de prijsprikkel. En andersom, gemeentes in het westen dus nu ook de prijsprikkel overwegen. Voorzitter. Oké, dank u wel. Dan gaan we door naar Suleiman Selik. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de presentatie. Ik heb een aantal vragen. Dus bij de presentatie gesproken over die stappenplan, hè, waarbij wanneer de raad, hè, wanneer wat in de raad komt, maar wanneer komen de inwoners? Hè? Want ik heb bijvoorbeeld bij de Noordoostpolder, daar heb ik dat gelezen, hè, van hoe dat is gegaan. Op een bepaald moment komen ook de inwoners aan boord. Dus daar zou ik wat over willen weten. Tweede vraag is, Velsen zit op momenteel
248 kilogram per inwoner. En dat moet naar 100 kilogram. Dit systeem is in verschillende gemeentes ingevoerd. In hoeverre zijn die resultaten behaald, hè, van aantoonbaar? Hè, dus die van een bepaald gewicht naar minder. Want daar moeten we uiteindelijk naartoe. Dat waren mijn vragen in eerste instantie 2. Oké, voordat u reageert, ik wil graag even onder aandacht brengen dat Floor Bal als wethouder vanavond ook aanwezig is. Ik krijg de indruk, maar ik hoor graag een reactie, dat uw eerste vraag meer gericht is aan de heer Bal als het gaat om de participatie dan naar de HVC. Ja, precies. Ik denk dat het meer bij de wethouder hoort. Klopt. Meneer Bal, kunt u daar kort op reageren? Ja, voorzitter. Zoals in de presentatie ook geschetst, zitten we nu in de oriënterende fase. En als er een richting meegegeven wordt, nemen we dat ook mee om te participeren met de inwoners. Daarnaast hebben we al een enquête breed uit vanuit de HVC binnen het gebied waar HVC verantwoordelijk is voor het verwerken en ophalen van het afval. Waarin bijvoorbeeld 63 of 67% aangeeft dat ze zich kunnen vinden in een prijsprikkel of beloning, namelijk een recycletarief. En wij hebben zelf na de uitrol, de eerste 2-3 uitrollen, hebben we ook een enquête gedaan via het panel, zoals we dat hebben in Velzen. En ook daar was een tevredenheid over een eventuele prijsprikkel. En dat zat rond de 63%. Dus dat heeft elkaar wel in evenwicht. Maar natuurlijk, als de richting wordt aangegeven, dan gaan we met de inwoners in gesprek of zij ook nog verder ideeën hebben om tot betere resultaten te komen. Want het is altijd welkom om een goed idee mee te nemen. Voorzitter, nog een aanvullend vraag. Van in welke fase, want dat is meer dus aan het begin, maar komen ze dus ook aan het einde van voorlichting. Want ik heb in de stukken die ik heb, Noord-Holland heb ik gelezen, dat voorlichting aan de inwoners, informatievoorziening, dat het heel erg belangrijk is. Want dat is een heel belangrijk punt. Vanzelfsprekend moeten we natuurlijk aangeven. En de mensen, ik ben er ook voor, heb ik in de vorige sessies gezet. Iedereen moet gelijke kansen hebben om te kunnen scheiden. Ook bij de hoogbouw, want dat zie je ook wel vaak in het westen ten opzichte van het oosten. Dat in het westen meer hoogbouw is en het daar toch even wat moeilijker is om alles uit te rollen. Vandaar dat het oosten vaak een voorsprongetje heeft, want daar is minder hoogbouw. Dus in die laadbouw kun je dat kwijt. Nou, dat wil ik sowieso meenemen, want anders dan krijg je daar een speel je vals, laat ik het zo maar even vertellen. En de participatie, meneer Selik, dat proberen we dan mee te nemen als we die oriëntatiefase hebben afgerond. Want dan gaan we een bepaalde richting met elkaar zoeken. En de informatieverstrekking, die loopt parallel, alleen dat is natuurlijk afhankelijk van of je daadwerkelijk in gaat zetten. En dat betekent heel goed moet communiceren, want dan geef je de mensen ook de gelegenheid om op de juiste manier te gaan scheiden. Voorzitter, ik probeer mijn blauwe handje steeds maar. Oh, ik zag dat u een duim opgestoken had, meneer Van Deutenkom. Ik denk dat fijn. Ik hou rekening met uw blauwe handje. U komt zo aan de beurt. Er zijn nog een paar mensen die hem eerder hadden opgestoken. Okay. Maar ik zou ook eerst de tweede vraag van de heer Selik beantwoord willen zien. Mevrouw Kok, denk ik. U gaat ervoor zitten. Ja. Heeft u de tweede vraag beantwoord? Okay. Ja, dat was de vraag in hoeverre de mogelijke resultaten die we hebben aangegeven, het behalen van die vangdoelstelling, of dat ook beproefde resultaten zijn in andere gemeenten. Ik heb net in de presentatie een plaatje laten zien. Wat ik heb toegelicht, dat is een onderzoek geweest van een onafhankelijke partij, Eureco, die het restafval sorteert in de meeste Nederlandse gemeenten. En dat is dat plaatje met het grafiekje waar gemeentes op uitkomen in de verschillende systemen. Dat waren 6 verschillende profielen. En dat zijn inderdaad beproefde systemen die bij 90% van de Nederlandse gemeenten dus draaien. Dus dat zijn juist systemen, daar hebben wij heel erg naar gekeken, die in gemeenten al beproefd zijn. Dus de berekeningen die wij hebben gemaakt, die zijn ook gebaseerd op door die gemeente behaalde resultaten in die gemeente. Oké, een aanvullende vraag. Oh ja, er zijn meer mensen die vragen willen stellen. Dus... Maar heel kort. Want zijn dat ook gemeentes in de HVC-gebieden? De gemeente Noordoostpolder is de eerste gemeente in HVC-gebied die bij 1 januari overgaat op recycletarief. Als het gaat om de eerste 3 profielen waar geen recycletarief wordt gevoerd, dan zijn dat ook HVC-gemeenten. Dank u wel.
Meneer Van Deudekom, ik geef u maar meteen het woord. Dan kan u ook niet vergeten worden. Gaat u gang. Oké, fijn voorzitter. Dank u wel. Nou, in het verlengde van onze wethouder over hoogbouw heb ik aan Jeske de vraag. Even kijken. Er is een grafiek waarin u zegt gemeente Velsen staat rechts van het midden. Maar als ik naar die andere gemeentes kijk, dan komt juist die vraag van hoogbouw aan de orde. Want ik dacht zo dat onze gemeente met die 10.000 hoogbouwwoningen op 30.000 wel een verschil maakt. De vraag is helder, want ik moet eerlijk zeggen, mij niet helemaal. Wat is precies de vraag, meneer Van Deutenkom? Nou, of er in die grafiek daar rekening mee gehouden is. Okay. Want dan zouden wij misschien wel links van het midden kunnen staan. Ja, oké. Okay. Meneer... Hele goede vraag. Sorry. Ja, dat is een hele goede vraag. Want wij hebben hier de 24 gemeenten waar wij de inzameling doen naast elkaar gezet. Hier is dus inderdaad geen onderscheid gemaakt in stedelijkheidsklassen. Daar hebben we ook wel een overzicht van. Die kunnen we zeker voor u maken. En dan krijgt u inderdaad een ander resultaat. Klopt. Dank u wel. Dat was uw vraag. Dan gaan we nu door naar GroenLinks, de heer Hoekstra. Ja, dank u voorzitter. Ook de heren en dames bedankt voor de presentatie. Ik zeg van tevoren vast even dat wij nog steeds heel enthousiast zijn. Het is volgens mij heel goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de inwoner. Dus dat wil ik toch even benadrukken. Maar we hebben nog wel een aantal vragen. In totaal 5 als ik goed tel. De eerste 3 vragen die gaan over wat in de presentatie aandachtspunten werd genoemd. En wat in de flyer die we hadden die bij de stukken zat, mythes heette. En die 3 vragen zijn de volgende. Ten eerste een vraag over de illegale dumpingen. U zegt in de presentatie en in dat memo dat het wel meevalt met die illegale dumpingen. En dat controle en handhaving daar een rol bij kunnen spelen. Ik vroeg me af of u kunt aangeven hoe dat er dan precies uitziet. En misschien dat de portefeuillehouder ook kan zeggen hoe hij dat ziet in onze gemeente. Voorzitter, wilt u dat ik eerst mijn 5 vragen doe of wilt u het per vraag doen? Is het even een vraag? U stelt ingewikkelde vragen met 2 mensen die antwoord moeten geven. Dus laat ik het onszelf niet te moeilijk maken. Ik stel voor dat eerst de heer Oosterbaan een reactie geeft en dan de heer Bal. En daarna uw volgende vraag. Akkoord. Over de dumpingen, hoe dat er precies uitziet. Op dit moment lopen er ook handhavers rond. Wij zien vaak in de beginperiode een lichte toename van dumpingen. Dus met de juiste inzet op specifieke locaties, extra handhavers dus op specifieke locaties. En niet alleen in uniform, maar soms ook gewoon in burger. En niet alleen tijdens de kantoortijden, maar ook wel eens 's nachts. Dat gebeurt ook in andere gemeenten. Is het best om halt te roepen aan die toename van extra illegale dumpingen. Is dat antwoord op uw vraag? Zeker, dank u wel. Kun je stemmen knikken? Heer Bal, wil u daar nog een reactie op geven hoe u het ziet in onze gemeente? Nou ja, ik denk dat het in onze gemeente niet veel anders zal zijn als de heer Oosterbaan net aangeeft. Alleen, hij heeft ook volgens mij net in het staatje laten zien, en daar wil ik wel even rekening mee houden, dat er een stukje kostenvermindering is. En dan zie je dat, wij spreken, als wij zeggen van nou, de eerste jaren zullen wij extra handhaving in moeten zetten, dat komt er dan nog wel even bij. Dat is niet in dat kostenplaatje verrekend, want dat is aan onszelf. Dus daar moeten we wel even rekening houden. Dat plaatje waar die, ik dacht, 20, 25 euro in mindering was, dat werd daarna even goed gespecificeerd. En daaronder de lijn stonden nog, ik dacht, 2 of 3 zaken die, waar we rekening moesten houden, die daar niet in verdisconteerd zijn. Dus ik denk dat daar dumpingen mogelijk zouden zijn, maar als we er... Ja, er bovenop zitten mag je nooit meer zeggen als politicus. Maar goed, als we dat goed in de gaten houden en daar BOA's voor beschikbaar stellen, dan moet dat te beteugelen zijn. Ik denk dat uw antwoord helder is. Ik zie de heer Hoekstra ook al knikken. Meneer Hoekstra, kunt u naar de volgende vraag? Zeker. Ik laat mijn 2e vraag even vervallen in verband met de tijd en de andere sprekers nog. Dan ga ik dus naar mijn 3e vraag. In de presentatie komt het ook aan de orde dat er mensen zijn, inwoners zijn, die het niet kunnen helpen dat ze meer afval produceren. En dat er dan maatwerkafspraken mee gemaakt kunnen worden. En de heer Oosterbaan zei dat volgens mij al in zijn presentatie. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar voorbeelden daarvan. Hoe ziet dat er dan uit, die maatwerkafspraken? En wellicht dat de portefeuillehouder daar ook nog op wil reflecteren. Ja, u gaat ook al wat vooruit op de discussie die eigenlijk
binnen uw eigen gelederen gevoerd zou mogen worden. Maar meneer Oosterbaan, kunt u wat voorbeelden geven? Zeker. We hebben een aantal voorbeelden bedacht. Die hadden we ook bedacht in de discussie. Dus ik kan die even toelichten. Het gaat bijvoorbeeld om de discussie bij grote gezinnen. Grote gezinnen hebben nou eenmaal wat meer afval dan mensen die in hun eentje wonen. Dus ga je daar wat mee doen? En daar is een mogelijkheid om te zeggen, ik betaal bijvoorbeeld wel het vaste deel van de afvalstofheffing, maar op de variabele delen krijgt u een aantal keer gratis. Zoiets. Er zijn ook andere dingen te bedenken. Een medisch attest. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een stoma en hebben stoma-afval. Dat is afval waar je niet iets aan kunt doen. Dat hoort ook echt in het restafval. Ook voor die gezinnen of bewoners kun je een korting bespreken bij de afvalstofheffing. Dus wel het vaste deel en bijvoorbeeld de lagere variabele delen. Bij de hoogbouw zijn er ook nog wat mogelijkheden. Bijvoorbeeld op dit moment is het niet in Velze mogelijk in hoogbouw om goed GFT te scheiden. Dat zou kunnen, dat doen ze in sommige gemeenten, dat de kosten per zak voor de hoogbouw iets lager liggen dan voor de zak bij het laagbouw, omdat zij nou helemaal niet de mogelijkheid hebben om GFT te scheiden. Dat zijn zo even drie maatwerkoplossingen uit de losse pols. Kunt u daarmee uit de voeten, meneer Hoekstra? Of... Zeker. Ja? Dan stel ik toch voor dat we doorgaan naar de volgende vraag en dat dit onderwerp straks wel in de discussie naar voren komt. De bal wil heel graag reageren. Nou ja, die laatste die wil ik wel proberen zo beperkt mogelijk te houden door waar ik mee begonnen ben. Iedereen moet gelijke kansen hebben om te kunnen scheiden. Dus ik heb ook gezegd van als we dat doen, dan moet die hoofdbouw uitgerold worden. En die mensen moeten de gelegenheid hebben. En op maat qua leeftijd en medische indicatie, daar kunnen we in de praktijk wel oplossingen voor gaan vinden. Goed, dank u wel voor deze aanvulling. Nou, ik had nog één vraag, klopt dat? Nog twee, als u me toestaat. Ja, probeer het even. Ja, dat begrijp ik. Dat is een vraag over de situatie in Velzen, ook een onderdeel van de presentatie. En het vergelijken met of de basis op orde is, dat was een term uit het meegestuurde stukken. En ik vroeg me af of de heer Oosterbaan iets kan zeggen over welke stappen, zeg maar, tussen de situatie in Velzen waar we nu zitten en die basis die op orde moet zijn, het moeilijkst zijn. Wat zijn de stappen die er moeilijk zijn om te realiseren? Nou, laat ik eerst even het rijtje opzommen met wat er moet gebeuren om die basis op orde te krijgen. En dan kunnen we daarna bepalen wat de lastige trajecten zijn. Om überhaupt een prijsprikkel te kunnen invoeren, moeten verzamelcontainers een passysteem hebben. En dat is op dit moment in Velzen zo, dus dat is gedaan, geborgd. Maar ook mini-containers, dus al altijd een deel met bakken aan huis. Rolemmers werken, die moeten gechipt worden. Dus dat is belangrijk. Je moet het kunnen registreren. Een andere, en eigenlijk de allerbelangrijkste daarnaast, is te zorgen dat, wat de heer Bal al aangaf, de voorzieningen voor de hoogbouw moeten op orde worden gebracht. Er zijn gemeenten geweest die hebben gepioneerd met het invoeren van een prijsprikkel. In die gemeente zijn in de eerste weken de glasbakken die overstroomden, de papierbakken overstroomden en de GFT-containers overstroomden. Dus je moet zorgen dat je voorziening op orde zijn voor de grondstoffen. Dus ook bij de hoogbouw moeten GFT-kokons voor GFT worden gemaakt. Er moeten een aantal glasbakken bij en er moeten een aantal papierbakken bij. Dus eigenlijk iedereen moet dezelfde mogelijkheid hebben om afval te scheiden. Dus dat zijn nog wel wat voorbereidingen in de openbare ruimte die ingevoerd moeten worden. En dat van het chippen van mini-containers, dat is niet de ingewikkeldste. Dank u wel. Nou, dan nu echt de laatste vraag, meneer Hoekstra. Klopt. Ja, en voor die laatste vraag ook aan de heer Oosterbaan ben ik even gaan rekenen. In Velzen betaal je op dit moment als je alleen woont €318. En als je met meer mensen in huis woont €351. Heb ik toch even de Noordoostpolder ernaast gehouden, waar u natuurlijk dat recycletarief gaat werken. Daar zijn basisbedragen van €205 en €212. Het is toch belangrijk om die bedragen eens even te noemen, zodat we er allemaal een beetje gevoel voor krijgen, volgens mij. Dat is dus al ruim €100 minder. En vervolgens ga je in Oostpolder €11,5 per zwarte bak betalen. En €2,30 als je een vuilniszak naar een ondergrondse container brengt. En als ik dat even uitreken, en ik wil graag van de heer Oosterbaan horen of ik dat goed heb uitgerekend, of hij dat beeld herkent, dan reken ik het uit. En als je dan 12 keer per jaar je zwarte bak
aan de straat zet, dat is gewoon de huidige ophaalfrequentie, dan ben je al goedkoper uit. En als je dus één keer je bak overslaat, omdat je nou eenmaal goed aan het scheiden bent, dan merk je dat dus meteen al in je portemonnee. En ja, ik wilde dus vragen, herkent u, klopt dat beeld? En de tweede vraag is, in uw presentatie... Voorzitter, bij interruptie? Ja, meneer Koppers, gaat er aan. Ja, ik heb er een beetje bezwaar tegen dat meneer Hoekstra een soort, een soort valse berekening maakt. Want het afvalstoffentarief in Noord-Oostpoort, er was al fors lager dat in Velsen. Dus het lijkt nou net alsof het eens een heel groot voordeel oplevert. Maar dat is niet, daar is maar geen sprake van. Nou, misschien kan meneer Oosterbaan daar helderheid over geven. Exact, daarom stel ik die vraag natuurlijk ook aan de heer Oosterbaan, meneer Koppers. Omdat ik juist benieuwd ben naar die vergelijkbaarheid. En ik, mijn subvraag was nog, u schreef in uw presentatie vertelde u over de 20 tot 25 euro die het gaat schelen, hè, ten opzichte van die stijgende lijn. Hoe verhouden nou die twee bedragen zich tot elkaar? Want anders dan hebben we het volgens mij over verschillende dingen. Dat waren mijn vragen. Gaat u ook, meneer Oosterbaan. Dank u. Ik begin even met het eerste deel van uw vraag. Toevallig ken ik de gemeente Noord-Oostpolder goed. Ik heb daar een tijdje ook voor gewerkt. Dus ik kan eventueel ook nog later wat vertellen over de participatie daar. Maar eerst nu even over het geld. In de gemeente Noord-Oostpolder wordt op dit moment uit mijn hoofd 140, 130 kilo restafval per persoon per jaar ingezameld. En in deze gemeente ongeveer twee keer zoveel. Dus die bedragen zijn echt heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Omdat de verwerking van het restafval een van de duurste stromen is. Dus hoe meer restafval, hoe duurder de totale kosten zijn. Dat even om mee te beginnen. Het is heel moeilijk om gemeenten onderling te vergelijken. En dan tenslotte over, gaan mensen erop vooruit of achteruit? Wij hebben, en het staat ook in de sheet die is meegestuurd, een soort vuistregel dat gemiddeld 70% van de bewoners in een gemeente erop vooruit gaat. En die 70%, dat zijn over het algemeen de mensen die best bereid zijn te willen scheiden. Dus op het moment dat je afval goed scheidt, dan ga je er eigenlijk altijd op vooruit. En dan ben ik even uw subvraag kwijt. Nou, die ging over die 20 tot 25 euro. En is dat dan precies dat bedrag dat ze erop vooruit gaan? Of is dat weer een ander bedrag? Nee, dat is te moeilijk vergelijken. Dat kun je hier niet vergelijken. Voor Velsen kunnen we daar dieper op ingaan, maar dat is niet deze 25 euro. Nee, maar het ging mij niet, dat was om die 20 of 25 euro die u zelf op de slide over Velsen hebt aangegeven. Hè? Dat was die slide met die twee grafieken. Dat zijn, precies, dat heeft niet per se te maken met de afvalstoffenheffing. Dat is wat even een interessante, dat zijn de afvalstoffenbeheerkosten. Dus in feite de rekening van HVC aan de gemeente. Dat is een optelsom van de inzameling, de verwerking, de middelen die er staan. En als belangrijkste de verwerking. En die daling van 25 euro ongeveer, dat is het saldo van alle plussen en minnen. En de min, die wordt voor het grootste deel bepaald door de daling van de hoeveelheid restafval. Dat is een buitengewoon duidelijk antwoord. Dank u wel. Goed, dank u wel. Dan gaan we door naar de volgende vraag stellen. Dat is de heer Koppers, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb best wel veel vragen, maar ik zal proberen om het een beetje compact te houden. Ja. Ik heb één technische vraag die ik toch een beetje moet stellen, omdat het wel van belang is voor deze discussie. Ik hoor namelijk het verhaal van het gewicht speelt geen rol, maar het aantal keren dat je de bak aanbiedt. Maar ik hoorde eigenlijk niets over hoe dat bij ondergrondscontainers en dus bij hoogbouw werkt. Want is dan het aantal keren dat je de klep open doet met je pasje de maat? En betekent dat ik dus niet meer met mijn zakje, klein lichtzakje, kan lopen, maar dat ik zakjes moet verzamelen en dan in één keer, want dat scheelt een aantal legingen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat precies werkt. En een andere vraag die ik heb is eigenlijk, wat ik nu hoor, is dat er heel kosten gemoeid zijn om dit systeem in te voeren. Handhavers, bakken, chippen, weet ik het allemaal. Ik ben wel benieuwd wat er nog moet gebeuren en wat dit gaat kosten. En wat ik ook een beetje gemist heb in dit verhaal, is na hoeveel jaren of hoeveel maanden, weet ik wel, heeft dit effect? Want de kost gaat voor de baat uit. Dus het zou natuurlijk heel sneu zijn als wij heel veel investeringen moeten doen en pas na 3, misschien 4 of 5 jaar of langer, pas daar de vruchten van gaan plukken. Dus dat kostenverhaal vind ik ook echt wel redelijk belangrijk. De heer Van Deulenkom refereerde er ook aan dat toch het hoogbouwaspect echt wel onderbelicht blijft in dit verhaal. Wat betreft handhaving hebben we nu ook al de grootste moeite om
om nou ja, goed bij te kunnen houden wat er aan dumpingen is. Dus ik ben echt wel benieuwd om wat meer inzicht te krijgen in hoe we dit nou succesvol indenken te gaan voeren. Dat zijn even de vragen voor nu. Dank u wel. Ja, je houdt het even bij, dank u wel. Meneer Oosterbaan, kunt u een reactie geven op deze vragen? Jazeker. De eerste vraag is redelijk eenvoudig en u gaf zelf al het antwoord. Er wordt inderdaad met de pasaanbieding geregistreerd dat de klep open gaat en dan wordt er een bepaald tarief voor in rekening gebracht. Een zak is over het algemeen kleiner dan een bak aan huis. Een bak aan huis is ongeveer 240 liter en een zak is ongeveer 60 liter. Dus dat wordt gecorrigeerd. Je betaalt eigenlijk voor een bepaald volume. Is dat kort? Ja, nou ja, dat komt dus op neer. Ik heb een 30 liter bak voor mijn restafval. Dat betekent dat ik dus niet een 60 liter zak in dat ding, in die ondergrondse bak gooi, maar een 30 liter zak. Dus ik moet wel degelijk anders gaan aanbieden. Daar komt het op neer. Kunt u dat bevestigen met Oosterbaan of hebben we de verkeerde voorstelling van zaken? Kunt u nog één keer de vraag herhalen? Excuus. Ik heb geen vraag. Ik heb een opmerking. U gaat uit van het grootste model zak. En ik bied ze nu aan met klein model zakjes. Dus om dit voor mij interessant te maken, moet ik op een andere manier aan gaan bieden. Ja. Dan had ik hem toch juist begrepen. Er zijn mogelijkheden, staat ook in een van onze volgende sheets. Over bijvoorbeeld u of bewoners in hoogbouw senioren, die over het algemeen geen zin hebben om met een gigantische zak over straat te lopen. Er bestaan containers met een kleinere klep en dus ook een lager tarief. Voorzitter, ter interruptie. Ja, ik probeer het steeds. Sorry voorzitter, ik probeer het steeds. Ja, het is dezelfde vraag als de heer Koppers. Inderdaad, hoe vaak ga je met je pasje naar die container? Als dat een tarief gaat worden, dan denk ik dat je met scheve tarieven bezig bent. Maar is dit een interruptie? Of wilt u ja, het is een interruptie en dan gelijk een opmerking in het verlengde van de heer Koppers naar de heer Oosterbaan. Want ja, het is inderdaad of je nou een 60 liter zak of 240 of 30 liter. Stel je voor, je gaat elke dag naar die container. Daar word je wel op afgerekend, terwijl het gewicht waarschijnlijk veel minder is. Dat is een constatering, meneer Van Deutenkom. Wat is dan uw vraag? Nou, mijn vraag is precies, hoe ga je dit regelen? Okay. Kan je dat veranderen? Ja, dit wordt meer een politiek getinte vraag, denk ik. Maar meneer Oosterbaan wil nog reageren. Gaat uw gang. Ja, dat is meer een technische uitleg. Ik vertelde net dat je betaalt eigenlijk per volume. Dus een bak aan huis, 240 liter, is een hoog bedrag. Een grote zak is een wat lager bedrag. En een heel zakje in een kleinere klep is een nog lager bedrag. En daardoor betaalt u per liter eigenlijk ongeveer steeds hetzelfde. Dus dat wordt gecorrigeerd. En dan was er volgens mij nog een vraag over het geld. Die kan ik ook redelijk goed en kort toelichten. We hebben in de sheets opgenomen welke investeringen er wel zijn meegenomen en welke investeringen niet zijn meegenomen. Dus grofweg alle investeringen in de middelen, dus extra containers erbij, chips erbij, daar hoorde ik u over, die zijn meegenomen in de totale kosten. En ook dus als die investeringen zijn meegenomen in de totale kosten, heb je die daling. Wat er niet is meegenomen, dat is eigenlijk het enige, is handhaving. Dus dat zijn in het begin tijdelijke kosten. Meneer Koppers, is dit voldoende antwoord voor u? Nou, de enige vraag die nog open blijft staan is naar hoeveel tijd dit systeem effect heeft. Meneer Oosterbaan. Per direct. We zien eigenlijk na zo'n maatregel direct in dezelfde maand nog of twee maanden later zien we de hoeveelheid restafval dalen. En daarmee ook directe kosten. Dat waren uw vragen, meneer Koppers. Dan gaan we nu verder met CDA, de heer Blokland. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, veel vragen zijn al gesteld. Ik had ook een lijstje, dat is een stuk kleiner geworden, gelukkig. Toch nog een vraag over de maatwerkafspraken. Ja, als mensen minder of plotseling meer afval gaan gebruiken dan normaal. Ik ben heel benieuwd hoe die maatwerken
die maatwerkafspraken gemaakt gaan worden en wat dat aan inspanning kost. Moet daar een afdeling voor komen op het gemeentehuis? Moet ik, stel dat ik een kind krijg, moet ik gaan melden dat ik meer luiers ga gebruiken? Of als ik ziek zou worden en veel andere verbandmiddelen zou moeten gaan gebruiken? Hoe gaat dat? Ik ben heel benieuwd hoe dat maatwerk in zijn werk gesteld wordt. Dat is een vraag. Ik heb over de dumping had ik een vraag. Die is ook vervallen. Ik wilde alleen nog even opmerken dat er gesteld wordt dat gebleken is dat in de meeste gevallen dat meevalt met illegale dumpingen. Er lopen mensen in de wijken rond die dat kunnen controleren. Ik zit wel te denken aan Spaarnwoude. We hebben hier vlak om de hoek een groot recreatiegebied dat toch wel eens voor dumpingen gebruikt wordt. En dan wordt daar ook aan gedacht. Want het is misschien wel makkelijk voor mensen om 's avonds even een autoritje te maken. En je rijdt hier binnen een paar minuten Spaarnwoude in. En de spullen zijn zo gedumpt. Dat is wellicht hier een wat andere situatie dan in andere gemeentes die ook meedoen. Je weet het niet, maar ik vroeg me af of daarmee in rekening gehouden is. Ik heb een vraag over het tevredenheidsonderzoek. En eigenlijk wil ik daar in zijn algemeenheid over vragen of dat wat gespecificeerd kan worden. Want het is net in de presentatie niet tevoren gekomen, maar het staat wel in de whitepaper. Ik vind het wat korter de bocht. Minder dan de helft van de mensen die ondervraagd is positief. En de kop van boven de grafiek is, de inwoners zijn positief. Terwijl eigenlijk geldt voor meer dan de helft van de mensen dat ze of negatief zijn over dit plan. Of neutraal, dat ze het eigenlijk nog niet weten. Daar zit natuurlijk wel nog heel veel perspectief in. En ook 3% die het niet weet. Dus ik zou daar wel wat meer, wat uitgebreidere, uitgebreider antwoord op die... Of uitleg op het tevredenheidsonderzoek willen zien. En ten aanzien van de chip had ik een vraag. Ja, die is eigenlijk ook al... Nee, die laat vervallen, die is gesteld en ook beantwoord. Dus dat zijn mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Blokland. Even kijken. Het vervelende van dit scherm is dat je af en toe moet zoeken waar je sprekers gebleven zijn. Misschien begint te praten dat je in beeld komt. Ja, ja, ik zelf wel. Maar nou, daar bent u weer. Ja, sorry, u verdwijnt voor mij uit scherp. Maar u bent eerlijk. Heeft u de vraag gehoord en kunt u antwoord geven? Ja, ik ben inmiddels aangeschoven, Jiri de Waal, vanuit de gemeente Velzen. Ja, omdat... Moet ik even snel bedenken. De eerste vraag was over maatwerk. Wat daar het effect van is en hoe je dat zou kunnen controleren in de loop van de jaren, zou ik bijna zeggen, zoals werd gesuggereerd. Ik hoe meer maatwerk wij gaan instellen... Hoe meer werk het kost om dat natuurlijk bij te houden. Het hangt ook van de vorm van maatwerk af. Of dat in de loop van de jaren meer aandacht vraagt. Of dat je eenmalig een oplossing kan zoeken die gewoon ook voor de rest van de toekomst laat gelden. Dus bijvoorbeeld het vaststellen van bepaalde vrijstellingen hanteren we op dit moment ook. En dat zou je natuurlijk gewoon voor de toekomst kunnen zeggen dat je bepaalde inkomensgrenzen hanteert voor vrijstelling van belastingen. Daar heb je dan verder ook niet veel werk aan. En goed, ook zoals we dat nu doen, kun je daar natuurlijk wel af en toe iets in die grenzen veranderen. Maar als je met medische testen gaat werken, als je daar vrijstellingen voor wil, dan zou je natuurlijk met enige regelmaat moeten controleren of die mensen nog steeds in die medische voorwaarden voldoen, zal ik maar zeggen. En je moet ook een registratie over vastleggen. Dat is dan weer meer werk en dat zul je ook in de loop van de jaren moeten blijven herhalen of controleren. Dus dan van de vorm van maatwerk af of je daar veel werk aan hebt in de toekomst. En ja, hoe meer maatwerkafspraken inhoud, hoe meer werk je daarin hebt. Dan was er een vraag of... Is dat voldoende? Ja hoor, ja, dank je. Dan was er een vraag over de dumpingen. Dat in Spaarnwoude natuurlijk misschien makkelijk zou kunnen zijn. Dumpingen komen voor, vaak ook in de beginperiode. En Spaarnwoude is niet veel anders. Kijk, we zien natuurlijk in het oosten van het land dit systeem al heel lang. Maar in het oosten van het land, dat is niet nieuw, is natuurlijk ook al, ik wil niet zeggen allemaal Spaarnwoude, maar wel dunne bijvoorbeeld dan bij ons. En dan hebben ze ook veel plattelandsgemeentes. Dus in die zin is daar niet veel anders aan. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die ruimte zoeken, maar als het is niet de meerderheid, het is ook niet een reden om het niet te doen. Wat we nu ook zien, er wordt nu ook wel met enige regelmaat gedumpt. Mensen zetten het dan toch vaak naast de container neer, in de veronderstelling dat het wordt opgeruimd. En ze brengen het niet helemaal naar Spaarnwoude. Ze zoeken de makkelijkste weg en dat is zeker niet naar Spaarnwoude rijden, denk ik. De derde vraag ben ik dan nog even kwijt. Inwoners wel zo positief waren in het onderzoek. Ja, nou, we hebben, dan ga ik even in op het onderzoek van Velsen. We hebben na de introductie van de oranje container
in Velsen een burgerpanelonderzoek gedaan. Ongeveer 103.000 mensen hebben gereageerd. We hebben daar de vraag gesteld hoe zij staan tegenover het bijvoorbeeld geven van korting als mensen minder afval aanbieden. Dat was die 63% of 67%. Dat is dus via het burgerpanel gegaan, het onderzoek. Was dat het antwoord op de vraag? Of ging dat nog iets dieper? Is dat voor u, voldoende voor u? Nou, dat is nog niet voldoende. Het ging mij erom dat nog niet de helft positief is. Maar dat er wel gesteld wordt dat de inwoners positief zijn. Terwijl het maar in feite om 43% gaan. Of ja, van die natuurlijk in 24% zal ook wel wat zitten. Maar daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Nou, in het HVC-onderzoek is 43% in het positief. En 24% zegt, hij heeft daar geen mening over, kan je stellen. In het Velsensonderzoek, en dat heeft u niet meegeleefd gekregen. Daar was 63% positief als wij met kortingen zouden werken. Als mensen minder afval aan zouden bieden. Oké, duidelijk. Ja, helder, dank u wel. Ja. Dank u wel voor deze beantwoording. Dan gaan we naar D66, de heer Kuijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals de heer Boekel ook aangaf, is er wel wat glas voor mijn voeten weggemaaid. Dat is natuurlijk alleen maar goed. Maakt ook weer recent natuurlijk. En ik zie meestal met dat de discussie gaat van de algemene principes van de recycletarief en hij schrijft een beetje naar de inpassing van Velsen. En dat vind ik op zich wel interessant ook. Want er moet natuurlijk wel nog wat gebeuren voordat het ook hier kan gaan draaien. En ik heb ook zelf in hoogbouw in bijvoorbeeld Zeewijk gewoond. En het aantal PMD-containers ondergronds, dat is daar nog behoorlijk karig. Dus de komende jaren moet daar nog wel behoorlijk wat gebeuren voordat het echt kan gaan staan. Dus ik kan even toch nog navragen van, kunnen we echt realiseren dat als dit gebied ingaat, dat iedere inwoner voldoende faciliteit heeft om als een afvalstroom goed kwijt te kunnen. Want dat vind ik wel spannend. En in het verlengde daarvan, er is al veel gesproken over handhaving en dat er in het beginfase wat extra handhaving benodig is. En ik merk inderdaad ook al wat de heer De Waal ook aangaf, dat er momenteel ook al veel wordt bijgeplaatst bij restcontainers veel. En daar hebben we ook al dingen geprobeerd met communicatie met handhavers en binnenkort hopelijk iets met containertuintjes, zoals hier achter mij. Maar wat kunnen wij nou anders doen met handhaving in dit traject, wat dan wel werkt? Is er iets wat we anders kunnen doen, wat dan wel op zal lossen? Want alleen met handhaving heeft kennelijk tot nu toe niet gewerkt, maar is er iets anders wat we daarin kunnen doen? En tot slot ook nog de vraag van, weet je ook in het kader van maatwerk, er zijn ook gewoon mensen die klein wonen, of mensen die boven woningen, die boven winkels wonen, of in kleine tussenwoningen, die misschien niet de ruimte hebben om ook alle faciliteiten in huis te halen, qua bak of iets dergelijks. Is daar ook eens een maatwerk mogelijk? Hoe kijken we daar tegenaan? En hebben we een beeld van hoe groot die groep in Velsen is? Dat waag ik in het kort met die vragen. Dank u wel. Mooi zo. Nou, dan ga ik weer. Wie gaat deze vragen beantwoorden nu? Jullie? Ik zal het antwoord. Ja, ik ga nog een keer de volgende terug. Dat was de hoogbouw of kleine woningen. Het voorbeeld wat het aangehaald. Daar kunnen we met maatwerk iets doen in de vorm van afvalcoaches. Uiteindelijk heb je niet zo heel veel ruimte nodig om je afval te scheiden. Ik neem maar even als voorbeeld. Als je een grote boodschappentas ergens hebt staan, dan kun je daar je papier en je glas best in kwijt. En als je dat met enige frequentie in, zo vaak als je boodschappen doet, afvoert, dan kun je dat makkelijk scheiden. Daarnaast willen we dus inderdaad, en dat is de vraag over Zeewijk, werd al aangehaald, in Zeewijk toch ook echt binnen afzienbare tijd containers voor kunststof bij flessen plaatsen. En dat is een kwestie van uitwisselen van bestaande resten van containers die we dan ombouwen. En daar met GFT-cocons, zogenaamde cocons, dus dat zijn bovengrondse voorzieningen in een behuizing, waar wij toch ook de mogelijkheid bieden om mensen afval te laten scheiden. Dat zijn niet heel ingewikkelde operaties. Dus in die zin kunnen we dat ook voor kleinbehuisden mogelijk maken. En dan was de meest vraag die handhaving. En die containertuintjes, als aftrap, begin november zijn de klimaatweken op wij 2 containertuintjes te plaatsen. Dat is precies het aantal wat ik bij meneer Kuijn op de achtergrond zag. En daar willen we mee rolleren door de gemeente heen. Dus dat zou dan steeds op verschillende plaatsen, waar we vooral last hebben van dumpingen, een periode geplaatst moeten worden. En dan... Nou goed, we horen vanuit het land dat een mooie effect heeft, dus daar ga ik dan ook in Velsen van uit. En daarnaast met handhaving, ja, het is wel een landelijk probleem, zou ik bijna zeggen, dat natuurlijk afval naast containers wordt geplaatst. En het ei van Columbus is er nog niet. Je zal daar toch
continu op in moeten zetten. Maar ja, het is natuurlijk, ja, mensen weten ook wel ondertussen dat 's nachts het rustiger is dan overdag. We zien veel dubbelen ook wel eens keer op bijzondere tijdstippen. Maar ja, goed, de overtuiging is toch dat je daar wel met die handhaving invloed op hebt. En helemaal uitbangen is alleen dan een ander verhaal. Dat is, ik denk dat ik nog wel graag had. Ja, ben ik daar zeer voldoende voor u? Ja, zeker. Mooi, dank u wel. We hebben nog twee vragenstellers. Ik zie nog twee handjes. De volgende is PS, mevrouw Koerdijker. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht in eerste instantie, de heer Kuijm stelt nu de vraag hoe het nou precies in de hoofdbouw. Dus ik hoef niet meer het woord te nemen. Maar ik heb nou toch het idee dat het ruimtegebrek niet helemaal serieus neemt. Zet maar een grote boodschappentas neer. Ja, goed, daar is al geen ruimte voor. Ik maak me echt zorgen waar ik straks mijn glas, papier, textiel, plastic, GFT en restafval moet gaan opslaan in mijn huis. Oké. Okay. De grootste wisseling is eigenlijk, ja, dat, de grootste wisseling is eigenlijk dat je de huidige restafval prullenbak, die iedereen in huis heeft, daar maak je de PMD-bak van. Want dat is het grootste volume. En vervolgens heb je nog een kleinere prullenbak extra nodig voor je restafval. En, ja, en dat is echt geen hele grote. Ik heb een interruptie. Ja, u heeft het over dat ik hem alleen nog voor een PMD-bak. Maar ik heb gewoon een hele smalle vuilnisbak. Want meer past er gewoon niet in de keuken. Daar is helemaal geen plaats voor een PMD-bak met verschillende vakken. Mevrouw Koerdijker, we hebben een interruptie. Ik heb gewoon uit om bij mij te komen kijken thuis en dan mag u bepalen waar ik dan alles neer ga zetten. Dat is een mooie uitdaging. Maar ik kom eens even in interruptie. We komen zo wil mevrouw Koerdijker even helpen, want dit is nou exact het punt wat ik wilde maken met die kleinere zakjes. Restafval, als je dan inderdaad goed scheidt, dan heb je, en ik heb die ervaring, heb je een relatief weinig restafval. En door dat systeem aan te houden, dat elke keer als je die klep opent, je als het ware, ka-ching, 1 credit, ka-ching, 2 credits. Dan moet je dus, als je het betaalbaar wil houden, moet je dus eigenlijk al je afval stouwen, totdat je die mega grote klep in één keer kan vullen. Dat zijn ongeveer 3 zakken, denk ik. En dan doe je hem dicht en dan heb je 1 lediging. Terwijl je eigenlijk dus in een hoogbouwsituatie het liefst je kleine zakje in één keer weg wil brengen. Maar ja, dan ben je jezelf aan het benadelen. Dus er is echt nog wel wat huiswerk te doen als het om hoogbouw gaat, hoor. En dat had mevrouw Koerdijker denk ik ook over. Ik zie mevrouw Koerdijker instemmend knikken. Meneer Wal, kunt u hierop reageren? Ja, nou, dat is eigenlijk het verhaal dat meneer Oosterbaan al aanhaalde. Je kan nu bij hoogbouw werken met kleinere trommels. Dan bijvoorbeeld de huidige, dat zijn 60 liter trommels. Je kan ook op containers kleinere trommels monteren. En dan kunnen mensen dus ook vaker kleine zakjes weggooien, terwijl ze daar niet meer voor betalen. Dus dat is een oplossing. Dat je gewoon containers maakt met andere inwerpopeningen, waar dus kleinere zakjes in passen. Maar goed, je zou altijd een systeem hebben met mensen die misschien nog kleinere zakjes willen. Of mensen die grotere zakken kwijt willen. Ja, dat gaat dan niet in zo'n kleine trommel. Maar er zijn ook containers die 2 trommel. Maar goed, het is het. Ik vind het toch een beetje symptoombestrijding. Want ik heb er een beetje bezwaar tegen. Ik heb hier vlakbij mijn huis een gloednieuwe container staan met zo'n grote bak. En dan moeten we die weer gaan vervangen. Dat is toch helemaal niet de bedoeling. En als ik dan wat groter heb, kan die er niet in. Dat gaat toch echt chaos worden. Ik geloof dat uw punt wel helder is. En volgens mij is de opmerking gemaakt. Ik zie ook de heer Bal dat hem de opmerking aangekomen is en dat hij verder wil. Dat snap ik. Nee, punt is gemaakt, ik bedoel, voorzitter, dat je ook bakken, als je het goed gaat analyseren, zou kunnen omwisselen. Dus die bak is dan niet weg. En het systeem is wel zo, meneer Korpers, wat net aangegeven heb, je hebt die 240 liter en die 60 en die 30 liter. Dus ook in die verhoudingen met kleppen en bakken wordt er natuurlijk die klik verrekend. Dus die klik van het kleine bakje is minder dan de klik van de grote bak. Snap je wat ik bedoel? Als je die grote bak klikt, ben je eigenlijk 2 keer zoveel kwijt dan als je het kleine bakje gaat klikken. Ja, voorzitter, het wordt nu wel heel erg technisch. En volgens mij hebben we dan nog wat informatie nodig om dit een beetje goed politiek te kunnen maken. Anders blijft het over de formatten van kleppen en alle andere dingen hebben. Daar gaat het volgens mij uiteindelijk niet over. Het gaat uiteindelijk ook over wat vinden we er politiek van. Volgens mij begon het erover, dus daarom krijgt u er antwoord. Ja. Ja. Ja, deze discussie ga ik onderbreken. Dank u wel. Ik denk dat het punt op zich wel helder is als aandachtspunt. Maar goed, Eker, u was aan het woord. Had u nog meer vragen? Ik zie u nee schrijven. Dan gaan we door naar de volgende vraag stellen. Fortsa, de heer Leversier.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik zelf gezien heb, is dat op heel veel gemeenten op dit moment juist stoppen met het scheiden van afval. Dus ook met het recycletarief en de andere regel. Hoe staan wij de gemeente, of hebben wij daar zelf naar gekeken voor over te stappen of gewoon helemaal te stoppen met scheiden? Omdat het veel efficiënter is volgens de meeste verzamelverwerkers. En krijgen we dan ook niet een eerlijker beeld of een eenvoudiger beeld voor de burgers? Want we hebben nu heel veel discussie over grote bakken, kleine bakken. En ik denk als wij het juist anders benaderen en het scheiden bij de HVC laten, dat dat zo makkelijk is voor de burger. Dat is mijn vraag. Of we daar de vorige sessie ook over gesproken hebben, maar misschien kunt u hem toch nog toelichten, meneer De Waal. Jazeker. Dat is het systeem dat we een nascheiding wordt eigenlijk gesuggereerd. Je zou ook kunnen stoppen met het inzamelen van plastic afval, maar door de nascheider te doen. Nou, allereerst is de overtuiging, en dat zien we, dat we met nascheiding niet de doelstellingen halen die we hebben gekregen van die 100 kilogram per inwoner. Dat allereerst. Daar heb je echt een combinatie nodig van die servicemaatregelen, van bronscheiding en van zo'n recycletarief. En zit er vooral in dat de nascheiding psychologisch anders werkt. En mensen zijn dan niet meer genegen ook om hun papier en glas apart te houden. Dus wat je vooral ziet met het systeem met bronscheiding van plastic, dat je dus mensen ook meer geeft tegenaan meer glas en meer papier. En op die manier dus je die 100 kilogram kan gaan halen die nodig zijn. Kunt u ook reageren op de andere vraag van de heer Levens hier, namelijk de ervaring dat er gemeenten zijn die juist stoppen met gescheiden inzamelen? Herkent u dat? Ja, nee, dat herken ik niet. Ik weet wel dat er... Nee, die herken ik niet. Ik wil zeggen, er zijn gemeenten die zijn gestopt met recycletarief, maar dat is een andere vraag. Meneer Levens hier, is dit voldoende voor u? Ja, ik kan mijn leven. Ja. Dank u wel. Dan zie ik nog twee vragenstellers. De heer Selik is aan de beurt en daarna kom ik bij de heer Van Deutenkom. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag die ik vergeten ben. Het recyclen en daaraan werken, die is goed. Maar aan de andere kant heb je ook met de verpakkingsindustrie, waar dus enorm verbeterslag gemaakt zou kunnen worden. Daar heb ik dus in die presentatie heb ik daar niks over gehoord. Wordt daar aan gewerkt, want dat zou dus ook mee helpen. Dus daar zou ik nog een antwoord op willen hebben. U maakt het onderwerp erg breed, meneer Selik, maar als er een korte reactie op kan komen, dan doen we dat. Ja, ik zal het proberen. Kijk, de verpakkingsindustrie wordt vooral natuurlijk de plastic afval in verband mee gebracht. Dat is een sector waar wij als de VNG maar aan tafel zitten met het ministerie en dus die verpakkingsindustrie. En daar worden afspraken gemaakt over de juiste manier van dat afval scheiden en daar wordt ook aandacht gevraagd voor de verpakkingen die er nu zijn, om die zo makkelijk mogelijk te kunnen scheiden. Dus daar zijn landelijk gesprekken over, die al jaren worden gevoerd en waar ook steeds langzaam meer verbetering in komt. Maar het is dus een langzaam proces, dat moeten we er wel bij zeggen. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van Deutenkom. Dank u wel, voorzitter. Ja, het meeste is allemaal al voorbij gekomen. Maar wat mij verbaast is dat eigenlijk niemand het heeft over het afvalbrengstation, waar mogelijk een hoop te winnen is. Dus mijn vraag aan de heer De Waal is van, is dat misschien handig om daar weer te gaan wegen? U mag reageren, meneer De Waal, maar volgens mij is dat de discussie die we vorige keer ook gehad hebben. Ja, precies. Wat wel meespeelt, als je je afval zo goed mogelijk wil scheiden, en dat zijn in de herhalingen van de vorige sessie, dat je natuurlijk zo goed mogelijk wil faciliteren dat mensen op het afvalbrengstation terecht kunnen, om daar hun afval te komen scheiden. En dan heb je ook een optimale opsplitsing van alle grondstoffen, die je dan tegen zo gunstig mogelijke prijzen kan kwijtraken, zeg maar. Dus faciliteren van het afvalbrengstation is zeker interessant en de moeite waard. Nee, maar mijn vraag is, is het mogelijk om dan daar, als je daar oprijdt met je wagen, om dat te wegen? Ja, technisch is dat mogelijk. Dat wil zeggen, in Velsen-Zuid is dat mogelijk op dit moment. Er zal natuurlijk gekeken moeten worden, maar dat hebben we vorige keer toegezegd, of die apparatuur allemaal nog werkt, of alle software nog aanwezig is. Maar daar zullen we met HVC over in gesprek gaan, om te laten weten in welke mate dat weer kan. Ik weet sowieso wel dat in Beverwijk bijvoorbeeld, waar ook 8% van de gebruikers uit Velsen Noord komt in dit geval, denk ik, dat daar die mogelijkheid niet is. Dus dat zal wel invloed hebben op een dergelijk systeem om dat weer in gang te zetten.
Maar dat kan alles. Het heeft natuurlijk effecten op zowel het scheidingsgedrag van mensen, als ook op de prijs die het afbrengsel met zich meebrengt. Dank u wel. Dan stel ik voor dat we dit onderwerp nu stoppen. Dan ga ik naar mevrouw Gemser, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een vraagje over die 100 kilo. Want in de presentatie wordt aangegeven dat je, wanneer je die prijsprikkel en die serviceprikkel combineert, net aan die 100 kilo haalt. Maar er wordt ook aangegeven dat we in 2025 nog veel lager moeten zitten. Misschien loop ik wat op de zaken vooruit, maar is daar al over nagedacht hoe je dat dan voor elkaar gaat krijgen? Dat is een andere interessante vraag. Meneer Waal, kunt u ons beeld schetsen? Nou, laten we voorstellen dat we er in deze fase nog niet over nagedacht hebben. Dat we ons op dit moment focussen op die 100 kilogram met de maatregelen die we nu voorstellen. Waar die 30 kilogram vandaan komt, dat is misschien wel goed om aan te geven. Is dat als je die sorteeranalyses gebruikt, die we begin van de presentatie lieten zien. Dat je dan ongeveer uitkomt op 30 kilogram echt restafval per inwoner. Dus in het Nederlandse restafval ongeveer zit gemiddeld 30 kilogram echt restafval. En dus als iedereen alles zou scheiden, kun je uitkomen op die 30 kilogram. Maar er zijn inmiddels gemeenten, en volgens mij is er één, waar ze die 30 kilogram ook daadwerkelijk halen. Dus we zullen bij die gemeente misschien eens moeten kijken, hoewel het is een flinke plattelandsgemeente, of we dat ook kunnen kopiëren. Okay, mooi. Dank u wel. Was dit voldoende, mevrouw Gemser? Ik zie u ja knikken. Hartstikke mooi. Dan zijn we behoorlijk een eind op weg met de tijd. We hebben nog 20 minuten ruim voor deze sessie. U heeft heel veel vragen gesteld. En ik kijk met een scheef oog even naar de wethouder. Volgens mij zijn er ook best wel heel veel statements gemaakt ondertussen van aandachtspunten. Ik hoop dat u daar wel wat aan heeft. Nou, we gaan toch maar kort proberen een ronde te maken voor de discussie. Ik mag ik als eerste het woord geven. Zo. Nou, is er überhaupt iemand die graag het woord wil voeren nu? Oh, wacht even. Het gaat met blauwe handjes. Neem me niet kwalijk. Ik kijk u aan. Meneer Koppers, u staat bovenaan. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat mij betreft, ik probeerde uit de techniek te blijven, maar dan ontkom je een beetje niet aan in deze sessie. Maar ik denk dat de conclusie is dat er nog wel het nodige huiswerk te doen is. Want op zich snappen we het systeem wel, maar we zijn er nog niet voldoende enthousiast over. En met name omdat dat werd in het begin van de beantwoording eigenlijk een beetje aan voorbij gegaan, maar het is overwegend een systeem wat goed werkt in landelijke gemeenten. En wij zijn een meer stedelijk georiënteerde gemeente met 38% hoogbouw. En juist daar zien we nog echt wel wat knelpunten. En om dat goed te regelen moet je echt nog wat zaken op orde brengen. Dat is ook wel een beetje meegegeven. En waar wij ons het meeste zorgen over maken is wat ik even ga noemen een ontheffingencircus. Wat we dan met een mooi woord maatwerk noemen. Klinkt echt heel mooi, maatwerk. Maar eigenlijk moet je dat proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Want dat is symptoombestrijding. Dus we dagen HVC uit en ook de wethouder uit om juist al die knelpunten heel goed uit te werken en ons in misschien een volgende serie of een volgend moment echt goed te informeren hoe nou juist die hoogbouw en het voorkomen van al die uitzonderingen, hoe dat verwerkt kan worden in het basissysteem van het recycletarief. Want een eerlijke verdeling van de afvalkosten staan we niet onwelwillend tegenover, maar het moet dan wel een systeem zijn wat voor iedereen werkt. En ik hoor nu echt te veel zaken dat ik denk van dat gaat onze samenleving echt niet grappig vinden. Het is nu al een punt van zorg vaak bij mensen met dumpingen, et cetera. Nou, als we dat soort zaken alleen maar gaan verergeren, dan schiet het doel een beetje voorbij. Dus daar willen we echt aandacht voor vragen in deze. Dus we zijn niet onwelwillend, maar we zien echt nog wel de nodige zorgen. En daar laat ik het voor nu even bij als eerste aanzet. Dank u wel. Dat is geen onbelangrijk statement. Is er iemand die hierop wil reageren of desnoods wil aansluiten? Ja, voorzitter. Ik zou daarbij willen aansluiten. Helemaal mee eens met de heer Koppers. De wethouder heeft aan aangegeven dat iedereen gelijke kansen zou moeten hebben. De heer Koppers heeft al aangegeven. Op basis van de informatie die we nu hebben, wordt het toch een hele lastige klus. Dus daar moet nog het een en ander aan gedaan worden. Geïnformeerd worden. Dat is een punt. Een ander punt, participatie, daaraan gekoppeld. Dat is voor ons een belangrijk punt. Wij staan ook niet onwillend tegenover recycletarief. Dus omwille van de tijd zou ik het daarbij laten. Dus aansluitend op
de heer Koppers op VVD. Wel, meneer Van Deutenkom, wilde u hierop reageren? Of heeft u... Ja, wij sluiten ons wel aan bij de heer Koppers, voorzitter. Want het is inderdaad een uitdaging. Dat heb ik net ook een aantal dingen aangegeven. En wat Velsen lokaal aangeeft, participatie, ja natuurlijk, dat speelt altijd een rol. Maar wij sluiten ons volledig aan bij de heer Koppers. Dank u wel. Dan zag ik ook een hand van de heer Blokland. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil me ook volledig aansluiten bij de heer Koppers, zeg maar. Dat huiswerk, er is toch aardig wat te doen om die knelpunten helder te krijgen. En ik wil er eigenlijk nog aan toevoegen dat wat ook nog niet helemaal duidelijk naar voren komt uit de whitepaper, is wat nu wat de kosten worden, is de totaliteit. We staan natuurlijk voor een tijd dat we flink moeten gaan bezuinigen. Dit ziet eruit alsof hier weer flink geïnvesteerd gaat worden. En houden we er ook rekening mee dat daar straks wel de ruimte voor is. En dat dat niet een groot obstakel gaat worden in de invoering van een dergelijk systeem. Wat overigens wel positief is. Want als het eerlijk is voor iedereen, vervuiler betaalt. En mensen gaan niet op achteruit, er wordt rekening gehouden met hoogbouw, et cetera. Dan kan het een heel mooi systeem zijn. Maar laat dan alsjeblieft niet de kosten de spelbreker worden. Helder, dank u wel. Dan zie ik geen interrupties of aansluitingen. Dan ga ik naar mevrouw Koedijker. U heeft uw hand opgestoken. Dank u wel, voorzitter. Politiek sociaal heeft nog een aantal opmerkingen. Als eerste over de serviceprikkel. Nou, wij zijn er geen voorstander van om het restafval wat verder weg in de wijkcontainers te laten brengen. Er zijn genoeg mensen in Velsen die slechte been zijn of een andere beperking hebben. Deze mensen kan je gewoon niet de hele wijk laten rondsjouwen met hun afval. We maken ons zorgen over de kosten en vragen ons af of het op dit moment in deze financiële situatie wel heel erg verstandig is om nu te gaan omschakelen. En het betalen per keer dat de cap opengaat. Ja, kijk, als ik dan voor moet gaan betalen, dan kijk ik wel uit om ooit nog een keertje een vuilniszak in de bak te gooien die niet van mij is. En dan zijn er best wel wat vrijwilligers die nu zwerfafval opruimen in de gemeente. En wij zouden graag zien dat deze mensen vanaf het begin goed gefaciliteerd worden, dat ze hun verzamelde afval kwijt kunnen. Dus niet dat het pas in het loop van het proces gebeurt, dat we ze kwijtraken en dat ze stoppen. Want dat zouden we absoluut niet willen. Dank u wel. Helder, denk ik, uw statement. Kijk, daar u op reageert. Dan ga ik door naar de heer Hoekstra. Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik herken me wel een beetje in de woorden die waar de heer Koppers deze termijn, zou ik zeggen, mee heeft geopend. Maar toch eigenlijk ook weer niet helemaal. Kijk, wij denken eigenlijk bij GroenLinks dat we simpel van tevoren moeten vaststellen dat we eigenlijk geen andere keuze hebben dan met dat recycletarief aan de slag te gaan. Omdat we nou eenmaal willen voldoen aan dat landelijke doel. En denk ik omdat we willen zorgen voor onze inwoners dat die kosten niet de pan uitreizen. Want die grijze grafiek die steeg behoorlijk omhoog. Dat betekent natuurlijk niet dat we dat zomaar zonder slag of stoot kunnen doen. Participatie is genoemd. En ik deel natuurlijk wel de zorgen waar de heer Koppers mee begon. Dat er, dat Velsen er niet zomaar klaar voor is. Maar dat heeft volgens mij de portefeuillehouder al een aantal keer gezegd ook. He, die uitdaging, ja, die is er. En zeker moet er ook veel aandacht zijn voor de gestapelde bouw. Daar heeft hij volgens mij over gezegd dat iedereen eigenlijk gelijk moet zijn. En dan pas kan je dit uitrollen. Dus daar ligt denk ik een heel belangrijk stukje huiswerk. En om ons daar als raad ook mee te nemen. Een ander stukje huiswerk is denk ik ook om het toch inzichtelijk te maken hoeveel kosten die extra handhaving met zich meebrengen. Hè. Dus het was duidelijk aan de presentatie dat een heleboel dingen zitten nu, zijn meegenomen in die kosten. Maar sommige dingen niet. Daar moeten we dan natuurlijk wel even, dat moeten we dan wel in de gaten houden. En dan vervolgens denk ik, ja, na al dat zuur, toch ook het zoet. Want wat levert dit dan uiteindelijk op voor onze inwoners? Hè? Dus, en ook voor het hele restafval dat we in onze gemeente produceren. En natuurlijk ook de kostendaling. Dus dat is volgens mij een laatste niet onbelangrijk punt om op een gegeven moment echt inzichtelijk te krijgen. Want daar, volgens mij, daar worden we uiteindelijk dan allemaal, en ook politiek en ook onze inwoners, enthousiast van. Dank u wel. Mooi. Is er iemand die daarop wil reageren? Ik zie meneer Selik. Ja, nou, duidelijk vrouw van de heer Hoekstra. Hè. Het ligt in de lijn wat wij ook gezegd hebben. Maar er zijn een aantal zaken die nog duidelijk zijn. Hè. Die moeten uitgewerkt worden. Die moeten verduidelijk worden. Hè. Dus dat even ter aandacht. Oké, dank u wel. Dan ga ik verder met de heer Kuijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat deze vast betreft is het principe is op zich helder en wat ik opleverde ook.
Maar naast dat uitdaging om te kijken van oké, wat komt er per kijker om het in Velsen te realiseren? En dat is nog behoorlijk wat. Denk daar eens aan de hoogbouw, het maatwerk of het beperken daarvan. Hoe breed moet het gleufje zijn bij die container en hoe breed moet het gleufje zijn bij die andere container? Waar moet een GFT-containertje komen en waar niet? Wat gaan we doen met handhaving? Etcetera. Dus ik denk dat daar wel een behoorlijke parkwerk ligt. Ik hoop dat we dat gaan redden in de administratieve planning die vandaag is neergelegd. En wat Hoestra zei, het zou ook mooi zijn als we daar als raad in meegenomen kunnen worden. In de verdere technische uitwerkingen van en wat het nou precies voor ons betekent en hoe dat er verder uit gaat zien. Daar wil ik graag belaten. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Gemster, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, Partij van de Arbeid is uiteraard ook voor het scheiden van afval. Denk ik dat er nog wel een stap voor zit misschien om het scheiden van afval ook beter mogelijk te maken en aantrekkelijker te maken voor de burgers. Ik heb zelf onlangs geprobeerd om mijn textielafval ergens weg te brengen. Ik was behoorlijke tijd aan het zoeken waar ik dat kwijt kon en ik moest er vervolgens ook behoorlijk voor omrijden. Ik denk dat er misschien eerst naar dat soort problemen gekeken moet worden voordat je het tarief in gaat voeren. Dank u wel. Helder, dank u wel. Kijk ook even naar de tijd. Ik denk dat ik het woord nu geef aan de heer Bal om te horen wat hij opgehaald heeft. En of wat hem betreft de informatievoorziening voldoende is. Daarna kom ik nog wel even terug bij u, want er ligt natuurlijk een concrete vraag of dit onderwerp zo naar de raad kan. Meneer Bal, wil u meegeven wat u gehoord heeft en wat u meeneemt? U neemt dan een sprongetje vooruit om te zeggen naar de raad kan. Want ik vind dat we het huiswerk goed uit moeten werken. En die laat ik er maar een knelpuntennotitie van maken. Om maar zo populair te gebruiken. Wat we vanavond gehoord hebben en wat we gewoon ook vandaag de dag tegen op straat, wat daar ook gebeurt. En daar is HVC ook een partij in die daar de nodige ervaring in heeft. Dus ik vind het van groot belang dat we dat op het netvlies hebben. En dat gaat gepaard met kosten, zoals ook een aantal van u hebben aangegeven. Ja, in dit geval gaat kosten dan voor de baten uit, want omdat we die kosten maken, hopen we natuurlijk die sprong te kunnen maken met zo'n tarief, dat dan weer omlaag gaat. Dus, en dan heb je te maken met investeringsuitgaven, die niet direct drukken op de begroting, omdat dit een kostendekkend tarief is. Dus dat wil niet zeggen dat je zomaar roekschietloos aan de bak moet gaan, want dan gaan juist de kosten richting de inwoners weer omhoog. En dat willen we nou juist ook zien te voorkomen door deze maatregelen. En dat betekent dus dat het toerekenen van een extra FTE bijvoorbeeld of voor handhaving, dat het meegerekend wordt in het tarief. En daar moet je eigenlijk vanaf. En dan krijg je wat u ook zegt, meneer Koppers, dan krijg je ook zeg maar een zuiver tarief op enig moment. Wat je kunt vergelijken ook met andere gemeenten. En het is goed dat u daar de aandacht voor vraagt. En dat willen we ook graag meenemen. Er is ook nog aandacht gevraagd om de combinatie te maken naar het zwerfafval. Ja, hoe beter mensen gaan scheiden, hoe minder zwerfafval je ook krijgt in principe. Zwerfafval op zich wat nog rondwaait, daar vraagt mevrouw Koerijker aandacht voor. En dat zullen we zeker niet vergeten, want de mensen die dat tegenwoordig... Er zijn mensen die maken er een sport van om het op te ruimen. Daar zijn we erg blij mee, maar die moeten dat ergens kwijt kunnen. En dat is net wat u zegt, als ze dat in hun eigen zak doen, dan moeten ze daar nog voor gaan betalen ook. Dus daar moeten we, dat is ook een stukje maatwerk wat we mee moeten nemen. En nogmaals, een goed onderscheid maken in de extra kosten die we maken. Dat we weten waarom we deze stap maken en dat we zien dat het ook een bepaald rendement oplevert. In de financiële zin, maar daarnaast ook het rendement in de verduurzaming en de meerwaarde die je kunt halen uit afval. En dat was ook een van de doelstellingen die u met name ook vorig jaar in december meegegeven heeft. U weet nog wel, er konden wat fiches gegooid worden op die driehoek. Het milieu bij u alle hoog in het vaandel stond, dus dat ook de milieueffecten goed in kaart worden gebracht als we deze maatregel gaan nemen. Dank u wel. Nu heb ik al even een technische vraag, meneer Bal, waar u denk ik als eerste reactie moet geven. Volgens mij was de doelstelling van deze oriënterende sessie om die te laten volgen door een principebesluit voor de invoering van het recycletarief. En daarbij is ook aangegeven dat HVC nog ongeveer een jaar nodig heeft om alle problemen op te lossen. Blijft u bij die wens, want dan zal er na aanleiding van deze sessie een raadsvoorstel moeten komen. Maar er moet een principebesluit genomen kunnen worden. En daar staan natuurlijk wel een aantal haken en ogen in, hè, wat we met elkaar hebben vastgesteld.
Want als die uitrol niet goed verloopt, hè, die zou misschien vertraagd kunnen worden om een of andere reden. We hebben nu al een kleine vertraging door corona, dan wil ik niet alles achter corona schuiven, maar dat gebeurt wel. Dus je kunt wel wat dingen op je pad tegenkomen. Dus het gaat in ieder geval om een principebesluit. En ik neem dit ook mee naar het college, omdat wij dan op een goede wijze zaken kunnen voorbereiden. En dan wil ik wel graag in november terugkomen. En dan kunnen we kijken of we dat in een raadsvoorstel vorm kunnen geven. En voor de helderheid, u komt in november terug. Betekent dat u een extra sessie wil? Of bedoelt u dit juist in een raadsvoorstel te verwerken? Nou, ik denk dat ik dan voor de voorbereiding voor het raadsvoorstel nog een extra sessie zou moeten plannen. En anders moet ik gewoon in december. Ja, dat is denk ik helder. Dan wijkt dat iets af van het bespreekvoorstel zoals dat aan het begin hadden. Meneer Blokland, u wil graag reageren. Ik denk dat we dan ook tegemoet, voorzitter, ik denk ook dat we dan ook tegemoet komen aan de discussie van vanavond. Er zijn toch ook open vragen. Ik denk het ook, zeker. Daarom wil ik ook even helderheid hebben over wat u voor ogen heeft. Meneer Blokland. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even reageren op wat de wethouder zegt. En dat alle acties die we gaan doen, dat daar ook weer een verlaging van de tarieven uit zou kunnen voortkomen. Ik heb begrepen dat dat wel beloften zijn die vaker gedaan worden. Maar de ervaring leert dat die moeilijk hard te maken zijn. Sterker nog, ook dit jaar komen we wellicht zo'n 500.000 tekort op deze kosten. Dus ik vind dat wel een bouten uitspraak. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe die gestand kan blijven. Ik stel voor dat de heer Bal dat ook meeneemt bij de vervolgsessie, want dan kan hij ook een gefundeerde voorstelling daarvan geven. Ja, denk ik. Maar het is geen bouten uitspraak. Als je op deze manier verder gaat, dan wordt het alleen nog maar duurder. Want het Rijk gaat de restafval belasten en dat wordt alleen nog maar hoger. Dus hoe minder restafval je hebt, hoe minder je belasting van het Rijk ook hebt. Is er nog iemand die inhoudelijk nu nog een opmerking wil maken? Want ik denk anders wel tot een afsluiting van deze sessie te kunnen komen nu. Meneer Koppers wil nog reageren. Ja, ik wil even de wethouder in ieder geval bedanken voor deze toelichting. Want ik heb wel eens minder concrete beantwoordingen gehad van deze wethouder. En in dit geval was hij daar redelijk concreet in. Er komt een knelpuntennotitie en dat lijkt me ook wel een mooie basis voor die extra sessie in november. Dus volgens mij is het ook echt wel een goede suggestie om hier in de tussenstap in te bouwen, om ons zodoende beter te positioneren voor het nemen van een principebesluit. Anders krijgen we daar een heel circus van amendementen, vrees ik. Dus ik wil graag even het voorstel ondersteunen van de wethouder. Dat is alles. Dank u wel. Dank u, meneer Koppers. Ik hou me aanbevolen op die toezeggingen die ik gedaan heb, waar ik geen gestalte aan geef. Goed. De opmerkingen zijn gemaakt. Ik stel voor dat we het hierbij laten. Er wordt voorgesteld om een nieuwe sessie te organiseren. Dan komt er, zo is gezegd, een knelpuntennotitie. Meneer Bal stelt voor om die sessie in november te houden. Ik moet u wel meegeven, meneer Bal, dan zult u heel snel moeten zijn met het indienen van uw voorstel. Want ik weet toevallig dat de agenda's erg vol lopen. Maar dat betekent dus dat deze sessie niet afgesloten wordt met de conclusie dat er een raadsbesluit gaat komen, maar dat er een nieuwe sessie gaat komen waarin nader ingegaan wordt op de knelpunten die geformuleerd zijn, die gesignaleerd zijn vanavond. Ik neem aan dat u zich kunt vinden in die conclusie. Ik zie één duimpje, helemaal goed. Nou, dan denk ik dat ik deze vergadering kan afsluiten en dank ik u allemaal hartelijk voor uw inbreng. Goedenavond. Zo. En daarmee was deze sessie over het recycletarief afgelopen. Ja, wat apart eigenlijk, hè? Want afval scheiden loont. Hè? Dus als je je afval beter scheidt, waardoor er een fractie overblijft wat ook gewoon een waarde heeft, dan verlaag je de kosten die je uiteindelijk moet betalen, hè, als burger aan de gemeente. En toch is het blijkbaar heel moeilijk. Er is landelijk afgesproken om ongeveer 100 kilo afval, huishoudelijk afval, te produceren. De huisvuil, dus het kan het GVT zijn, het kan de grijze zak zijn. 100 kilo per inwoner per jaar. En in Velsen zitten we op 248. Nou ja, Velsen is daar niet uniek in. Heel veel gemeenten die vallen onder de service van HVC zitten daar boven, hoor. Dus in die zin is het ook weer heel schokkend. Maar toch, je wil terug naar die 100. Hartstikke goed. En je zou eigenlijk nog minder dan die 100 kilo willen. Ik kom straks nog even terug op dat recycletarief. Ik ga even nu schakelen naar het onderwerp omgevingswet.
En aan de telefoon heb ik Iskander Istanbul. Goedenavond. Het is nog even stil in mijn oortje. Dus... ja, want de heer Sittenpoel was aanwezig in de, zeg maar, bij de sessie van de Omgevingswet. Ik had bij de introductie al gezegd van nou, de Omgevingswet, dat is nogal wat. Hè? Dat zijn die rapporten terug naar één visie op de omgeving, de leefomgeving. Dus voor u, voor mij is dat gewoon de straat, de wijk, de buurt, het park. Hè? Maar de leefomgeving kan ook daarbuiten zijn, spaarnwouden. Hè? Dus alles wat, zeg maar, buiten zich afspeelt in die leefomgeving, daar gaat het om. En als je daar iets wil doen, iets wil ontwikkelen, iets wil bouwen, iets wil aanpassen, dan heb je een vergunning nodig. Dat spreekt voor zich. Nou, vroeger had je het bestemmingsplan, trouwens nog steeds. Hè? Nu is het bestemmingsplan. En een vergunning, bijvoorbeeld een BABO-vergunning. En dat wordt dus het omgevingsplan. En dat wordt een omgevingsvergunning. En daar zit dus straks alles in. En de raad, die, dat is niet alleen maar, zeg maar, een soort verandering, hè, van die rapporten tot één. Nee, er zit een heel veranderd traject in. Hè, een digitaliseringsslag. U kunt straks op postcode-niveau precies weten welke spelregels er gewoon gelden op die plek. Dus dat is enorm transparant. Maar het gaat ook over een soort andere manier omgaan met mensen die een initiatief hebben. Hè. Dus stel, u wil een hotel ontwikkelen, of stel, u wil die dakkapel, of stel, u wil die boom kappen in uw tuin. En hoe gaat dat gesprek dan met de gemeente? En dat is iets wat de raad nu eigenlijk al moet vaststellen. Hè. Dus laten ze veel meer dingen los. Hè. Dus nou ja, de eenvoudige dingen mag u gewoon doen. Of zijn, ja, zeg maar, zijn er speelregels die nog wat strenger, hè? Dat je zegt, ik wil grip houden als gemeente op wat daar allemaal gebeurt. Nou, dat was een van de onderwerpen in die sessie over de Omgevingswet. En nou, misschien kunnen we straks nog even daarover praten. Ik krijg een seintje dat het op dit moment even niet lukt. Dus nou, we gaan gewoon even, dan ga ik u gewoon even bijpraten. Ik had nog een tweede spreker in gedachten, dus de regie is hard aan het werk om het voor elkaar te krijgen. We gaan het wel zien. Ik zei het al, hè, dat, dus in feite gaat het dan om die mate van vrijheid. Nou heeft de gemeente Velsen een titel, en dat heet Samenspel. Hè, dus deze raad en college hebben met elkaar afgesproken. We vinden de betrokkenheid van de burgers van Velsen superbelangrijk, op allerlei terreinen. Dat klinkt natuurlijk heel erg uitnodigend. Kom maar op met je ideeën. Maar stel dat iemand komt met een idee. Hoe woest vind je dat dan? Hoe aantrekkelijk vind je dat? Of hoe bedreigend vind je dat? Dus je kan als gemeente ook niet zomaar zeggen, nou, ik laat alles los en laat het maar gebeuren. Hè? Dus dat spel, dat gaat gespeeld worden. En als het gaat over zeg maar het loslaten versus, nee, we worden wat strenger. Ik krijg de indruk uit die sessie dat er wordt gezegd van nou, we willen best wat meer loslaten. We hebben vertrouwen in de burgers en in het bedrijfsleven dat ze met de goede plannen komen. Dat daar een goede intentie achter zit. Je moet gewoon bij de start gewoon een kader meegeven, zeggen ze dan. Dus dat zijn, zeg maar, de spelregels. Als die er maar helder op papier staan, dan weet een initiatiefnemer ook waar die aan toe is. Zeg maar. Dan hoef je niet bij elk dingetje te kijken van nou, maatwerk, dit kan wel, dit kan niet. Toen zei de GroenLinks, de heer Iskander Sittenpoel, die zei, het is als het ware een soort loslaten, maar wel binnen de kaders die je met z'n allen vaststelt. Nou, ik ben benieuwd van, ik had graag van hem willen horen hoe hij dat dan in de praktijk ziet. Maar ja, dat werken in de geest van de Omgevingswet, dat vraagt ook een iets andere houding. Hè? Dus als je dan bij dat loket komt met je plan, hoe wordt dat gesprek met u gevoerd dan? He, dus door de ambtenaren. Hoe gaat dat traject dan uiteindelijk tot en met een vergunning? Dat moet veel meer uitnodigend zijn. He, dat ze aanschuiven, met u meedenken en zeggen, heeft u daar al aan gedacht? Hoe kunnen we dat doen? Nou, dat is een soort van cultuurverandering, he, die de gemeente ook heel graag wil. Het is dus niet alleen maar even een exercitie op papier, zo'n omgevingswet en omgevingsplan. Daar zit een hele verandering van denken en werken van de organisatie achter. En dus niet van de gemeente Velsen alleen. Hè. Dit is een actie voor alle gemeenten, voor alle provincies en ook van het Rijk. Dus dat hele nieuwe manier van denken staat centraal in heel Nederland met deze omgevingswet. Dus nou, gemeente Velsen gaat er gewoon
hartstikke goed in mee, zullen we maar zeggen. We waren net getuige van het verhaal over het recycle-tarief. Ik had dat net al gezegd. Hè, er is, ja, we produceren allemaal afval. Het meeste gaat of in de grijze bak aan de weg. Bij anderen gaat het in zeg maar de container. Hè, de klep open, je afval erin, de klep weer dicht. Wordt het wat groter, dan breng je dat misschien naar de milieustraat. Nou ja, dat lijkt een soort onbegrensd. Hè? Het maakt niet uit hoeveel afval je hebt. Er is altijd plek in de bak, in de container of in de milieustraat. 248 kilo per jaar maken we, hè? Produceren we als inwoner. Ik heb het even niet over het bedrijfsleven, kantoren. Het gaat over u en ik, gewoon wat we in het huishouden produceren. En blijkbaar ligt er een doelstelling van terugbrengen naar 100. En uiteindelijk zelfs naar 30. Hè? Dus dat worden, u heeft het misschien op televisie wel eens gezien, van die hele kleine mini huisvuilzakjes. Dat is dan het enige wat je nog aan afval overhoudt, waar dan niks meer mee te doen is. Hè? Want dat is het dan in feite. Nou heb je gemeenten die doen het servicegericht. Dat is Vels onder andere. Dus die doet dat met de verschillende bakken bij u aan huis. De containers in straat op een goede loopafstand. Hè? De milieustraat waar u gewoon naartoe kunt gaan. Dus dat is heel servicegericht. Je hebt ook gemeenten, u moet me niet vragen waarom, maar we zagen een kaartje. Vooral aan het oosten van het land. En daar hebben ze meer een prikkelsysteem. Dat ze zeggen, nou ja, als u uw afval heel goed scheidt, dan belonen we ook u, omdat u het zo netjes heeft gescheiden en dat er ook iets ontstaat, bijvoorbeeld GFT, wat ook werkelijk zuiver is. Ja, of als het gaat over plastic, dat het ook inderdaad gewoon heel netjes is gescheiden en dat het plastic ook gebruikt kan worden. En de HVC heeft dus onderzocht van nou zou dat wij doen dus nu hier een service systeem. Stel dat je dat nou combineert met een aantal prikkels. Prikkels die u en mij stimuleren om nog iets beter dat afval te scheiden. Dat zou twee dingen kunnen opleveren. Eén, die fractie, die grove huisvuilfractie, het afval waar je niks meer mee kan doen. Dat zou dan aanzienlijk minder worden, hè, want we scheiden beter dus. We gaan kijken, ik krijg een seintje van de regie dat meneer Iskandar Sitempoel misschien toch aan de lijn hangt. Goedenavond. Het blijft pionieren, denk ik. Ik denk dat het niet gelukt is, de verbinding. Dus ik kijk gewoon weer even in de camera voor de regie. Ik heb in ieder geval in mijn... ik hoor in ieder geval eventjes niks aan de andere kant van de lijn. Dus dan ga ik gewoon even door met dat verhaal van... servicegerichte gemeente met afval ophalen of prikkelsysteem, zeg maar, met het afval. In andere gemeenten heeft dat een naam, dat heet DIFTAR. En DIFTAR heeft een wat negatieve klank gekregen in de loop der jaren. Want DIFTAR, dat staat voor gedifferentieerd tarief, dat je per gewicht zou betalen. He, en dat, ja, dat u dan de bak 's avonds buiten zit en dat misschien een buurman zijn zak er ook bij doet. Dus u betaalt het gewicht en die buurman die is zeg maar van zijn afval af. Nou, dat is het idee. Het idee is dat er een systeem is waarbij je betaalt zeg maar per klik. En wat bedoel ik daarmee? U zet de bak aan de weg, dat is als het ware een klik. U gaat naar de afvalcontainer, u doet de klep open he, met de pas, dat is de klik. En u doet het afval erin, doet de klep weer dicht. En die kliks, dat staat dan voor een bepaald bedrag. Dus als, nu wordt de grijze bak één keer in de 4 weken opgehaald. Hè? Als u dat gewoon blijft doen, is het dan iets van 12 tot 13 kliks hè, per jaar. Nou, u kunt gaan kijken of dat inderdaad nodig is. Of dat u een kleinere bak vraagt, dus dat is dan een ander tarief. Of dat, nou, zo kunt u ermee spelen. Nou, er kwamen heel veel vragen. Want hoe zit het met de hoogbouw? Hoe zit het? Hè? Want ja, dan wil je niet met die grote 60 liter zak sjouwen. Hoe doe je dat allemaal? Als dat tarief wordt ingevoerd per klik. Ja, een calculerende burger wil dan zo min mogelijk kliks. Dus die gaat kijken waar die het afval misschien kwijt kan. Dat noemen we dumpen. Dus je zal moeten gaan handhaven. Je moet betere voorlichting geven, natuurlijk. Maar je moet ook kijken dat het gewoon netjes gaat. Nou, dus wat doe je dan met dat dumpen? En de VVD die bracht ook een aantal dingen naar voren als het gaat over de investering aan de voorkant. Dus je moet, ja, om zo'n klik
te meten moet je een grijze container en je groene container en de oranje container voorzien van een chip. Want je moet weten dat jouw bak is en dat jij voor die klik gaat betalen. En als ik de container open doe, dat het wel mijn pasje is die daar op heeft gelegen. Dus je moet behoorlijk investeren in de systematiek. En het is niet duidelijk hoeveel dat dan is. En op het hele HVC-budget, hè, wat de gemeente afrekent over dit jaar, komen al ongeveer iets van 500.000 tekort. Hè, dat is ook duidelijk in de politiek bediscussieerd. Het ging onder andere over het aanbod van het huisvuil in de Milieustraat. Hè, dat er zo weinig controle op is. Hè, omdat... De Noordzee is de plek. En dus de kritische vraag is ook gesteld van, goh, wat zijn dan die voorinvesteringen, zeg maar? Nou, dus er kwamen allerlei dingen van hoe zit het, hè? Iedereen gelijk behandelen, wat de wethouder zegt, kan dat? Hoe zit het met de kosten vooraf? Hoe zit het met handhaving? Dus de wethouder heeft nu gezegd, ik heb goed geluisterd, ik kom met de knelpunten notitie, hè, waarin dit soort zaken worden behandeld. Dus hij gaat dat verder onderzoeken met HVC, hoe je dit wel of niet voorzichtig, stap voor stap zou kunnen introduceren. Want dat, dames en heren, ligt er wel achter. De wethouder wil weten of de raad in principe de stap zou willen maken richting recycletarief samen met HVC. Want ja, dan moet dat helemaal uitgedokterd worden en dat zou dan in de loop van volgend jaar kunnen gebeuren, waardoor je met ingang van zeg maar 2022, als ik het goed heb, dan heb je ook het tarief bepaald, dan heb je het systeem bepaald en dan zou ik vanaf dat moment met dat recycletarief kunnen gaan werken. Dus de wethouder wil eigenlijk dit jaar, november, december, een uitspraak van de raad, gaan we inderdaad dat recycletarief opzoeken. Ik hoor nog wel, want nu iets, heb ik iemand aan de lijn? Ja, verstandig ben ik. Nou, het hartstikke... Ben ik in de uitzending? Ik hoor je nu, dus ik ga ervan uit dat je in de uitzending bent. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik heb je al 3 keer geïntroduceerd, maar we hebben, ja, het is de techniek, hè? Ik hoorde jou wel, dus ik dacht, ik ben helemaal klaar voor, maar ik was niet te horen, niet te verstaan, begreep ik. Nee, sorry dat okay. Het zo gebeurde. Nee, maar, je was zelf deelnemer in het gesprek over die omgevingswet en ik heb de kijker al het een en ander uitgelegd. En een van de spanningen, en die heb je zelf ook neergelegd in die sessie, dat gaat over dat, ja, aan de ene kant dat samenspel, hè, dus het vertrouwen hebben in de burger en ondernemers die iets willen. Ja. En dan hun ook wat vrijheid geven. En aan de andere kant een raad die misschien aan de voorkant wat meer spelregels moet vastleggen. Gewoon het kader moet bepalen. Ja. Kwam daar nou een heldere lijn uit, vond je, vanavond? Nou ja, kijk, wat ik vanavond heb opgehaald is dat het bij een aantal mensen wel de richting wel helder is. Maar dat er ook nog wel wat vragen zijn. Ja. En dat maakt het natuurlijk lastig. Er is een paar keer gezegd van ja, er is echt sprake van een cultuuromslag. Het is een andere manier van denken, een andere manier van samenwerken. Want kijk, het college heeft een ambitiedocument neergelegd, samen aanzet. En dat valt dat wel heel goed samen. We moeten het samen doen. Mm-hmm. En daarbij hebben we natuurlijk een aantal keuzes te maken. Gaan we sturen op detail of op hoofdlijnen? Nou ja, kijk, de bedoeling van die hele omgevingswet is natuurlijk gewoon om het eenvoudiger te maken. Hè, voor de inwoners, voor de burgers. Ja. Als die een idee hebben, en dat is ook wat we natuurlijk ook in het collegeprogramma en het raadsakkoord hebben vastgelegd, dat wij vinden het samenspel met de omgeving, hè, met alle betrokkenen, mm-hmm. vinden wij belangrijk. Dus ja. Maar is het wel in het denken van deze omgeving? Sorry? Ja, maar is het ook waar te maken dat het sneller gaat, dat het eenvoudiger is, dat die integraliteit er vanzelf... Ja, is dat waar te maken? Nou ja... Dat is een beetje een koffiedik kijken. Dat weet je natuurlijk niet, omdat dit is een proces wat nog jaren gaat duren. Ja. En dan komt nog een visie en een weet je. Dus die uitwerking, dat mm-hmm. kan nog wel, maar wat ik net zeg, dat kan nog jaren duren. En daar gaan we het met z'n allen gaan we het daarover hebben. Hoe we dat gaan doen, hoe we het gaan inregelen. Ja. Dat is vanavond ook kort natuurlijk al aan de oren gekomen. Hoe gaat het met bouwen en met vergunningen? En moeten we alle kernen op hetzelfde manier veranderen? Of gaan we dat maatwerk maken? Nou. Er zijn meer vragen dan antwoorden, hè. Dat bleek vanavond ook wel. Ja. Maar we zijn denk ik wel ons alles bewust, en dat is wel positief, dat die vragen er zijn en dat er een moment komt dat we het met elkaar over gaan hebben, met alle partijen. Het college heeft ook al voorgesteld, hè, om met pilots te beginnen of te gaan proefdraaien, zoals veel lokalen het ook noemen. Ja, dat,
daar kan niemand op tegen zijn. Nee. Dit is zo, en je hebt het in je inleiding, dat heb ik dan wel meegemaakt, heel goed samengevat. Want het is natuurlijk een heel ingewikkeld proces waar we voor staan. Ja, ik heb wel eens dat het gevoel, het gevoel dat de omgevingswet, je zou wel heel makkelijk kunnen denken als raad, het is meer uitvoering, zeg maar. Ik hoef me daar niet zo voor in te zetten. Terwijl het misschien op de schaal van de impact, impact van de totale organisatie, het best best wel een kluif is, denk ik. Ja, nou ja, voor de organisatie is het een kluif. Mm-hmm. En voor de raad en het college is het in zoverre wel ook een kluif om er goed over na te denken wat de impact is van alles wat gaat veranderen. Want kijk, loslaten van je bevoegdheden, dat gaat ook vaak samen met vertrouwen. Als je kinderen opvoedt, moet je ook op een gegeven moment loslaten. Ja, en hoe ga je dat doen? Nou ja, en je zal wel in de praktijk, elke ouder gaat dat toch op een andere manier invullen. Dat zie je ook. Ja, er zijn zoveel manieren hoe je kan loslaten. En daar zullen we het met z'n allen over moeten hebben de komende periode. Dat vertrouwen zit ook tussen raad en college. Hè? Dus als uiteindelijk in het hele traject de raad die spelregels heeft vastgesteld. Ja. Dan heeft het college natuurlijk ruimte om plannen wel of niet goed te keuren. Maar stel dat er een afwijking is, dan is ook het college bevoegd om die afwijking ook goed te keuren of af te keuren. Hè? Dan moet je vertrouwen hebben als raad in het college dat ze het goed doen. Ja, precies. Nou ja, dat is wat de wethouder ook al. Er zijn meerdere voorbeelden al gegeven over het adviesrecht. Daar is het laatste woord ook gewoon niet over gezegd. Nee. Maar ook over die omkering van bevoegdheden. Verklaring van geen bedenkingen. Ja. Dat is natuurlijk. Ja, dat is wel. Wel ingewikkeld. Als je dat zo. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ook voor de raad een hele kluif, denk ik. Hè? Om daar goed op aangehaakt te allemaal. Blijven. Ja. Hoe gaat dit nu verder? Ja. Want dit was een toch ook wat soort verkennende sessie. Ja, dit is een beeldvormende sessie. En volgende maand komt het terug in de raad. En dan gaan we er een oordeel van vinden. Dan gaan we echt diepte in. Dan gaan we kijken of er nog vragen zijn. En dan gaan we echt. Ja, dat is een volgende stap die gemaakt wordt. En dan gaan we ons oordeel geven. En je denkt dat vooral dat participatie, dus dat loslaten versus wat streng zijn, dat een van de belangrijkste elementen is die terugkomt? Of denk jij dat nog iets anders? Nee, dat denk ik wel. Want er zijn natuurlijk vier tegels, heeft het college in de toelichting geschetst. Ja. En dat is vanavond ook al enigszins aan de orde geweest. Van welke variant staat ons nu voor? Ja. Nou ja, daar gaan we het dan de volgende maand over hebben. En ik denk dat dat loslaten zal wel een rode draad worden. Precies. Ja. Nou. De mate van loslaten, hoe gaan we dat doen? Maar goed, dat dat onomkeerbaar is, dat is denk ik wel duidelijk. We willen ook met z'n allen. Er is niemand die gaat zeggen, we willen het ingewikkelder maken dan het nu is. We willen meer regels. Dus dat is wel duidelijk. Nee. Maar ja, de weg naar, zeg maar, naar samen. Daarom heet het ook samen aanzetten. Hè. We moeten er samen aanzetten. Samen aanzetten, ja. Nou, werk in de geest van de omgevingswet, hè, noemen ze het ook wel eens. Dus nou, ik wens je daarbij heel veel succes. En we wachten de volgende ronde af. Dankjewel dat je met zoveel geduld. Ja, nee hoor, helemaal niet erg. We gaan op naar de volgende sessie. Dankjewel. Ga maar, oké, dankjewel. Dag. Nou, heel fijn dat we nog eventjes. Ik kijk even op de klok, het is 9:15. Misschien lukt het nog om iemand in de uitzending te krijgen via de telefoon. En dan genoeg gezegd denk ik over de omgevingswet, genoeg gezegd over het recycletarief. Ook is gesproken over de participatievisie op Velzen. Ik zei al van mijn introductie van dat wordt eigenlijk meegenomen met de participatie rondom de omgevingswet. Dus denk aan de dorpsdialoog Driehuis. Dat zijn voorbeelden om op te halen dromen, wensen, verwachtingen, misschien nog wel dingen waar je bang voor bent, waar Velzen zich, in welke richting Velzen zich ontwikkelt. Dat wil het college horen, dat wordt ook opgezocht, heel actief. Maar dat loopt parallel aan het hele traject van de omgevingswet, want dan ook daar worden meningen opgehaald bij de burgers. Dus dat wordt een dubbel participatietraject. Ik hoorde wel, corona heeft een deel van dat participatietraject natuurlijk verstoord. Hè? Je kan geen zaaltje meer vol met mensen en vragen stellen en stickeren en noem het maar op. Dat kan niet.
Maar er is ook geen tijd meer om te wachten. Hè? Dus er zullen nieuwe methoden... Ja, er zijn nieuwe methodes om te... Aan de lijn, Bas Koppers, VVD. Hartelijk welkom. Ja, fijn dat je nog eventjes in de pauze met ons kunt terugkijken op die sessie van dat recycletarief. Beste Bas, er kwam toch heel wat vragen los. En daar heb je samen zelf ook behoorlijk aan bijgedragen. Vragen? Ja. Hoe vond je dat de wethouder daarop reageerde? Nou ja, ik heb hem aan het eind, hij vatte dat volgens mij iets wat het ook, maar ik heb hem toch wel gecomplimenteerd voor zijn beantwoording. Want er kwam echt wel een concreet voorstel om nou ja, al die punten die ingebracht zijn samen te vatten in wat hij dan noemde een knelpuntennotitie. Ja. En dat is volgens mij, als we de raad goed hebben beluisterd, een mooi middel om het vervolggesprek aan te gaan in november over dit systeem dat we vanavond besproken hebben. Ja, maar als we nou door de oogharen heen kijken, het zijn best wel vragen die je gesteld hebt, en met steun ook trouwens van anderen, hè, dat gaat over hoe gelijk kan dat systeem worden uitgerold voor iedereen. Hè? Het gaat over de handhaving. Het gaat over de calculerende burger die misschien het niet helemaal netjes gaat doen. Hè? Het gaat over de kosten die vooruit gemaakt moeten worden voordat je überhaupt tot die besparing komt. Ja, is het überhaupt dan wel een kansrijk project? Kan je daar iets over zeggen, hoe je daar nu in zit? Ja, kijk, het systeem op zich ziet er wel kansrijk uit. Alleen, het wordt kansloos op het moment dat mijn buren of mijn familie het niet snappen. Mm-hmm. Want dat punt probeerde ik ook te maken. En ik probeerde wel weg te blijven uit de details. Omdat, kan je daar uren over met elkaar in gesprek raken. Maar ik haalde gewoon een hele simpele voorbeeld aan. Dat als je nu naar de bak toe loopt, de ondergrondse bak, en die open doet, is het een hele grote klep. Er kan heel veel in. Ja. En ik vroeg van kan je dus als je die klep open doet, is dat een eenlediging, zoals we dat zo mooi noemen? Ja, dat was eenlediging. Ja. Maar dan gooi ik maar normaal één keer in de zoveel tijd een heel klein zakje in. Dus er blijft heel veel lege ruimte over die ik ook nog had kunnen vullen met andere zakken. Maar als ik dan ga rekenen op één zo'n klik van zo'n klep, dan ben ik mezelf in de maling aan het nemen. En moet ik als het ware afval gaan opsparen om het in één keer in die hele klep vol te duwen. Nou ja, en dan pas heb ik er voordeel van. Nou ja, en zo waren er meer van die knelpunten die vooral in die hoogbouw zitten. Van daar heb je over het algemeen niet al te veel ruimte. Mm-hmm. De appartementen van de VVD-kiezers daar gelaten, maar andere mensen die hebben misschien wat kleinere appartementen iedereen wil steeds meer compact gaan wonen. Dan heb je niet veel ruimte om alles maar op te gaan sparen, om het dan in één keer in een grote bak te gaan gooien. Nee. En het systeem lijkt daar toch te weinig rekening mee te houden. En wat ook genoemd is bijvoorbeeld het maatwerk, waarbij de een heeft een medische indicatie, ander heeft een gezin met luiers. Als dat ook niet goed geregeld wordt, dan krijg je een soort ontheffingencircus. En dat wil je ook niet. Dus het moet allemaal wel praktisch uitvoerbaar zijn voor gewoon de mensen in de straat. Ja, maar stel dat we iets wegblijven bij die ene bak. Niet dat ik dat onbelangrijk vind, want het is belangrijk. Hè, maar daarboven zit die opdracht terug van 248 kilo naar 100. Daarboven zit het verhaal van de bijdrage die een inwoner betaalt aan de afvalverwijdering en wat het zou kunnen worden, de besparing. Ja. Kunnen we dat... Ja, de grafieken zijn heel geduldig en laten ons dat dan ook zien dat zou werken. Maar dat zijn wel enorme stappen van 248... Goedenavond, Ben. En snap je? Dus hoe gaan we daar... In twee maanden. Ik vond het verrassend snel gaan. Dat zou in twee maanden gaan lukken, wat we al jaren niet voor elkaar krijgen. Ja. In twee maanden. Ik vond het vrij opvallend. Ja, klopt. Maar... Dat is heel belangrijk, maar het gaat al op voorhand niet werken als het systeem niet klopt. Nee. Want dan krijg ik gewoon niet voor elkaar. Dus daarom blijf ik een beetje hangen in het systeem, omdat ik denk dat daar de truc zit om de doelstelling die fors is, om die überhaupt te gaan halen. Als het systeem niet klopt, als ik een elektrische auto aanschaf en die kan maar 30 kilometer rijden, terwijl ik 60 kilometer naar mijn werk moet rijden, dan werkt het ook niet. Dan is hij wel heel duurzaam en heel milieuvriendelijk, maar dan gaat hij mijn oplossing niet brengen. Okay. In dat licht is een beetje dit systeem. Ja. Want zou je als raad zeggen, ik ga me wat minder bezighouden met zeg maar die differentiatie? Of ik vind het goed op het moment dat we inderdaad dan die kosten omlaag halen, of als de volume verlagen. Dat zou ook een parameter kunnen zijn waar de raad op stuurt, toch? En even... Ja,
daar kwamen we in deze sessie niet aan toe. Hoor. Nee. Er is echt nog wel meer te doen. En het werd voorzichtig aangehaald. Hè, wat gebeurt er aan de bron? Verpakkingsindustrie, de AFC zelf, die moet ook toch meer gaan kijken naar het rendement van, voor het milieu. En minder, ja. Nou ja, alle kosten die we maken, die stralen we af op de eindgebruikers, dus de inwoners. Het is wel meer een samenwerking dan waar we het vanavond over hebben gehad, hoor. We hebben ingezoomd op een middel, het recycletarief. Maar het probleem en de uitdagingen zijn groter dan alleen maar het recycletarief. Er zit veel meer achter. En ja, goed, we doen dat in hapjes, in sessies. Een maand geleden hadden we een andere sessie, nu hebben we over recycletarief. Dus we moeten het stukjes doen, maar het vraagstuk is wel heel groot. Ja, ja, absoluut. Bas, dankjewel dat je nog even wilde terugblikken op jullie sessie. We gaan wachten op de knelpuntennotitie van de wethouder om dan in nog een volgende sessie iets dieper in te gaan op die knelpunten. En uiteindelijk vraagt de wethouder jullie een soort principebesluit van gaan we wel of niet die stap zetten. Hè? Zo zit het in elkaar. Ja. 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 Juist. Hartstikke goed. Dankjewel Bas, dankjewel. En ja, succes straks in de volgende ronde. Succes, ja, ja. Oké, fijne avond. Fijne avond. Ja, want de volgende ronde, dames en heren, dat wordt even spannend in ieder geval in de raadzaal. Dat kunnen we ook volgen. Dat gaat over Brak. Brak en Pieter Vermeulen Museum. Nou, het is al een paar keer hier in de raad besproken. Het ging deels eerst over een bijdrage nog voor een aantal activiteiten dit jaar. We hebben het uitgebreid gehad over het geld wat misschien, nou niet misschien, maar wat besteed is, maar wat misschien nog niet veel heeft opgeleverd. Hè? De 7 ton uit het verleden. Maar nu staat centraal, is Brak zeg maar kansrijk en zijn er voldoende middelen gevonden al, of zijn de partijen gevonden die gaan meefinancieren in dit hele plan. Nou, u heeft het misschien in de krant gelezen. De wethouder Sebastian Dinjens die heeft een brief geschreven terug naar de raad. Die zegt, u heeft mij een opdracht gegeven, u heeft mij gevraagd, kunt u dat al kenbaar maken, hè, die sponsoren bijvoorbeeld. En die zegt, dat lukt me niet nu. Hè, terwijl het wel de afspraak was, 5 november dan is de begrotingsbehandeling. En Sebastian Dinjens zegt, dat gaat ons gewoon niet lukken. Dat wordt pas eerste kwartaal 2021, hè, dus dat duurt nog een paar maandjes voordat dat meer helder is. En dat gaat me gewoon niet lukken, dus ik geef als het ware de opdracht terug. Ik kan aan uw opdracht niet voldoen. En toch staat vanavond op de agenda het onderwerp Brak. Dus ja, wat gaat er nu gebeuren? We hebben in ieder geval een inspreker en dat is de meneer Erwin van Liemt. Dat is de directeur van Brak, Pieter Vermeulen Museum. Die zal inspreken. Ik vermoed, want ik heb ook een artikel in de krant gelezen, dat hij in ieder geval ook zal ingaan op dat Pieter Vermeulen Museum. He, dus deels zou het gesprek kunnen gaan over, oké, de wethouder geeft de opdracht terug. He, dan lijkt daarmee Brak ten einde. Gaat de raad daarin mee? Of gaat de raad zeggen, nou ja, we gaan onze knopen tellen. Misschien geven we toch nog wat meer tijd. Ik weet het niet, het zou kunnen. Maar de insprekende directeur zal zeker aandacht vragen voor het Pieter Vermeulen Museum. He, want die zitten nu op een tijdelijke plek al heel lang. Het nieuwe museum had dé plek moeten worden voor hun om zeg maar, hun grandioze doorstart te maken. Maar als dat er niet komt, wat is dan de toekomst van het Pieter Vermeulen Museum? Daar ligt echt wel een opgave dan voor de raad om daar uitspraak over te doen. En ik vermoed dat uitgebreid aan de orde zal komen. He, dus dat, nogmaals, dat kunnen we ook volgen, dus dat is denk ik heel mooi. Het tweede onderwerp in een andere zaal is regionale samenwerking. Ik kan me nog herinneren, in de burgerzaal stonden grote panelen. En dat ging over allerlei onderwerpen, over wonen, over industrie. Het ging over vliegen, Schiphol, allerlei thema's. Werkgelegenheid, de zorg. En de vraag bij de raadsleden liepen langs die borden en de vraag was steeds, als u dat onderwerp wonen nou zou willen aanpakken, met wie zou u daar het liefst over willen praten en plannen maken? He, want natuurlijk ben je van de gemeente zelf, ga je het zelf allemaal oplossen? Of ga je samenwerken in het kader van de Eimond samenwerking? Of doe je het in het kader van MRA, de metropoolregio Amsterdam? He, of doe je het samen met de provincie? Doe je het samen met het Noordzeekanaalgebied? Nou, ze zeggen wel eens, je moet kijken naar de opgave. Hoe groot is die? Inhoudelijk, dus is het een complex of een makkelijke opgave? Maar ook, zeg maar, welk gebiedje heb je nodig om die opgave goed aan te pakken? Dus welke schaal hoort bij de opgave? En
En zeg maar, de raad wordt meegenomen in dat spel van, hey, dit is een kleinere opgave, die zou je bijvoorbeeld zelf kunnen doen, of samen met de Eimond. Maar het andere onderwerp, dat is zo complex, dat moet je gewoon bijvoorbeeld, de hele havenontwikkeling van IJmuiden, hè, en de ontwikkeling bij de energiehaven van Tata, hè, daar, dat moet je echt in het hele Noordzeekanaalgebied, hè, moet je dat oppakken. Nou, vanavond wordt daar nog een keer over doorgepraat. Over die maat en die schaal van die opgave en de netwerken waar je in zou willen samenwerken. Pardon. En in feite is dat input voor wethouders om afhankelijk van hun portefeuilles, als zij met nieuwe plannen komen, in feite ook inspelen op die wens, hè, op de suggestie van de raad van, nou, als ik kom met een nota over wonen, dan heb ik dat eigenlijk al gehoord van de raad. Doe dat nou bijvoorbeeld in verband van Zuid-Kennemerland. Dus het helpt wethouders om vooraf al beter te weten hoe de raad aankijkt tegen regionale samenwerking. Dat staat centraal. En het derde onderwerp gaat over prestatieafspraken. Dat zijn de afspraken die je maakt met de woningbouwcorporaties. Dat is ook al een paar keer in sessies naar voren gekomen. Ja, je zou willen, als gemeente, dat je grip hebt op allerlei afspraken die je zou willen maken met mensen die woningen zoeken bijvoorbeeld. Of mensen die gescheiden zijn met voorrang. Of statushouders die je een woning wil geven. Of als er een nieuwbouwwijk wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld de Hofgeest, dat je zegt, nou, dan willen we vooral jonge mensen uit Velsen zelf een plekje geven. Zo zou je het willen. Maar dat kan dus niet. Er zijn allerlei soort afspraken. Dus als een projectontwikkelaar een woonwijk ontwikkelt, is dat in principe beschikbaar voor iedereen. Hè? Als dat bijvoorbeeld koopwoningen zijn. Iedereen mag erop intekenen. Je kan geen voorrang geven aan een specifieke groep. Als het gaat over woningbouwcorporaties, die hebben gewoon een heel set van afspraken, landelijk, hoe je omgaat met mensen met urgentie. Bestaat dat trouwens nog wel? Hè? Dus, nou, er zijn allerlei afspraken al, en daar heeft de gemeente geen grip op. Of bijvoorbeeld het verduurzamen van de woningvoorraad. Hoeveel grip heeft een gemeente nou op zo'n soort afspraak? Nou, om daar toch handjes en voetjes aan te geven, worden elk jaar prestatieafspraken afgesproken met de woningbouwcorporaties. Dus er is ook allerlei praatsessies over, nou, waar hebben we het dan over? Welke prestatie vragen we van de woningbouwcorporaties? En woningbouwcorporaties geven aan of dat een reële prestatie is die gevraagd wordt. En daar gaat vanavond deze sessie over. Dus er is meer bekend nu over welke type afspraken zou je het willen hebben. En zouden we kunnen komen tot een soort kader van afspraken met die woningbouwcorporaties. Nou, en dat is voeding voor de wethouder, die dan vervolgens, het gaat over Floor Bal, dat is de wethouder, die is in gesprek met die woningbouwcorporaties over die prestatie, afspraken. Nou, dus hij wordt hiermee, bediend. Hij krijgt mee van de raad over wat voor type afspraken je het zou willen hebben. Nou, en ik vermoed dat de wethouder ze nu dan ook moet uitleggen. U vraagt dit wel als raad, maar daar hebben we relatief weinig grip op. En in dat spel zal dit gesprek zich, consulterend, het is ophalen. De wethouder haalt op bij de raad en hij neemt dat vervolgens mee in de verdere gesprekken met de woningbouwcorporaties. Zo zal het ongeveer gaan. Het is 9:30. Ik check even bij de regie of in de raadzaal daar al gestart wordt met het gesprek over BRAC. Oké, we zijn er wel. En ik vraag nog even aan de regie of we nog een persoon ingebeld krijgen. Oké. Ik spreek af met de regie dat we gewoon even niet meer inbellen, want de persoon die ik wilde inbellen, die zit al in een volgende bijeenkomst. Dus dat doen we dan de volgende keer. Agenda voor de sessies. Ik heb eigenlijk alles toegelicht, heb alles besproken. Zelf ben ik erg benieuwd hoe het straks gaat met het BRAC. Ik had graag een van de raadsleden willen spreken die nogal, kritisch was over die sluitende business case. Dus dat was een van de wensen, daar is ook aan voldaan. Lever ons nou een sluitende business case voor BRAC.
Er zitten allerlei aannames in van aantallen bezoekers, hoe je centjes kan verdienen met verhuren van vergaderzalen, kopjes koffie en appeltaart en noem het maar op. Maar ook ten aanzien van het binnenhalen van partijen die misschien eerst eenmalig sponsorgeld geven voor het museum en later. Het is 9:30. Duurzamer. En we gaan beginnen met deze. Duurzamer voor het beheer en onderhoud. En nou, dat is allemaal in Excel sheets kwam dat wel mooi uit, maar er werd heel kritisch naar gekeken door een aantal raadsleden. Dus ook dat zal ongetwijfeld terugkomen. Ik kreeg het seintje dat mevrouw Vos, zij is de voorzitter vanavond, voor de sessie overbrak en dat zij is begonnen. We gaan kijken. Zoek ik de aanwezigen die niet het woord willen voeren, om hun microfoon en hun camera uit te doen. Dat is voor de streaming beter. Ik kom tot een korte samenvatting. De afgelopen maanden is er al veel over BRAC en PVM gesproken. Recent hebben we de antwoorden op de gestelde vragen gehad en dinsdag hebben we het advies van het college ontvangen via een memo en een collegebericht. Hierdoor zal de sessie toch een iets anders verlopen dan in eerste instantie de bedoeling was. En zoals in het advies van de agendacommissie van 30 september is opgenomen, kan een conclusie aan het eind van de sessie zijn dat het voorliggende raadsvoorstel niet besluitwaardig is. Een mogelijk proces waarbij zo min mogelijk tijd verloren gaat, is dan dat de sessiedeelnemers college verzoeken om met een nieuw raadsvoorstel te komen. Met daarin opgenomen het advies zoals het college op dinsdag 6 oktober naar buiten heeft gebracht. Het verzoek aan het college is dan om dit raadsvoorstel uiterlijk 22 oktober aan te leveren bij de Griffie, zodat het meegenomen kan worden naar de agendacommissie. Vervolggevend aan het advies van de agendacommissie, zoals verwoord in de memo van 30 september, besluit de raad vervolgens op 5 november bij het vaststellen van de agenda om het voorliggende raadsvoorstel te vervangen door het nieuwe raadsvoorstel en dit te bespreken bij agendapunt 3. Van de begrotingsraad. Ik zal dit zometeen aan het eind van de sessie nog een keer aan u melden, want het is best wel even veel informatie. Maar ik denk dat we nu over kunnen gaan tot het behandeladvies. En allereerst van u willen weten, is er nog iemand die voor de rondvraag iets heeft? Zie jij? Ja, voorzitter, ik heb mijn handje opgestoken. Ja, meneer Kwant. Ja, voorzitter, ik heb aan het eind van de sessie. Ik hou dat eventjes voor het eind van de sessie. Of wilt u iets over de sessie nu vertellen? Nee, ik heb aan het eind van deze sessie heb ik twee vragen voor de wethouder bij de rondvraag. Heel goed, we houden hem even vast. We hebben vanavond drie insprekers. Allereerst de heer Van Liemt van BRAC. Daarna meneer Van Dam van het Pieter Vermeulen Museum. En meneer Zwakman van het wijkplatform heeft gevraagd om in te spreken. En na het inspreken kunt u een korte verhelderende vraag stellen. U weet dat wel. En vervolgens gaan we over tot de behandeling met de wethouder en u in het debat. Allereerst zou ik graag meneer Van Liemt 3 minuten het woord willen geven. Om u over zijn visie te vertellen. Meneer Van Liemt. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank dat ik hier een tweede maal mag spreken. Ik zal het kort houden deze keer. Ik ben overigens van zowel BRAC als het Pieter Vermeulen Museum. Met verbijstering hebben bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het Pieter Vermeulen Museum en de Raad van Toezicht en medewerkers van BRAC kennis genomen van het advies van het college. Het nu op dit moment nog niet doorgaan van kustplaats is de belangrijkste reden om een no-go te adviseren. Hierdoor wordt er door het college een koppeling gelegd die onnodig is. Zoals eerder al betoogd, BRAC PVM kan als zelfstandige ontwikkeling gerealiseerd worden. Al 14 jaar trekt de gemeente aan wat nu BRAC heet. En al met al is er al bijna 8,5 ton ingestoken, nog los van de ambtelijke uur. Dit project kent zijn oorsprong in uw raad. Een nieuw museum biedt, of bood moet ik misschien wel zeggen, het noodzakelijk toekomstperspectief aan Pieter Vermeulen Museum. We zijn net enkele weken onderweg met de fondsenwerving. Het is wat ons betreft veel te vroeg om nu al de stekker eruit te trekken. Diende BRAC PVM dan toch slechts als etalage voor kustplaats?
Al 12 jaar geleden is PVM uit haar gebouw gehaald voor de door de gemeente gewenste woningbouw. Het gebouw waar PVM sindsdien huist is slechts, zou 1 jaar dienst doen als tijdelijke locatie. De jaren daarna kwamen er vele plannen, minstens zoveel beloftes, nooit werden ze waargemaakt. En ook nu, terwijl het echt hoopvol leek, krijgt PVM het deksel opnieuw op de neus. Weer trekt de gemeente haar steun in, dit terwijl de collectie en het voortbestaan van PVM in het geding is. Ik kan hier alleen maar de hoop uitspreken dat PVM niet in de val met Brak meegetrokken wordt. Niet alleen omdat Brak zeer waarschijnlijk niet door zal gaan als initiatief, maar vooral ook omdat ik merk dat er zeer betrokken bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers moeilijk de motivatie terug kunnen vinden om nogmaals, voor de zoveelste keer, de schouders eronder te zetten. Voor de zoveelste keer te zoeken naar alternatieven, voor de zoveelste keer hoop uitgemaakte beloften. Voorzitter, dames en heren van de Raad, velen hebben hier eerder gezegd dat PVM voor de toekomst behouden moet blijven. U heeft nu het lot van PVM in handen. Behoudt u PVM voor de toekomst en voor de Velzenaren of doet u dat niet? Ik ben heel benieuwd hoe de wethouder in het licht van het voorgedragen besluit kijkt naar de toekomst van PVM en hoop dat hij daar in zijn eerste termijn op terug kan komen. Ik hoop dat de Raad in het belang van PVM toch besluit en go te geven op de ambitie verwoord in het bedrijfsplan. Daarom verzoek ik uw Raad het volgende. Sta het PVM toe om met haar ambitie verder te gaan en de fondsenwerving tot 1 maart af te wachten. Houd de begrote middelen nog even in stand en besluit hierover op 1 maart. Als u PVM wilt behouden, dan is dat mogelijk. U hoeft alleen maar het juiste te besluiten. De tijd voor meer inzet op klimaat en biodiversiteit is nu. Een betere tijd komt er niet. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Van Liemt. Ik kijk naar de raadsleden. Wie van u wil een verhelderende vraag stellen? Meneer Smeet, zie ik. Ik ga het rijtje af. Meneer Smeet, D66, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk 2 korte vraagjes. Enerzijds moeten we inderdaad het voortbestaan van het Pieter Vermeulen Museum. Ik ben nu natuurlijk ook de directeur bij het Pieter Vermeulen Museum. Ziet u dat wellicht met met het wegvallen van de organisatie Brak PVM, dat daarmee ook het voortbestaan van de organisatie van PVM eigenlijk in het geding komt? En als tweede vraag, stelt u inderdaad de koppeling van de kustplaats aan dit project dat opeens gesteld wordt. Herkent u dat ook uit het voortraject? Of is dat een argumentatie die eigenlijk nu volledig nieuw als een duvel uit de doos komt? Met uw welnemen ga ik eerst nog even naar meneer Hendricks toe. Kijk, dan horen we ook wat zijn verhelderende vraag is en dan kan meneer Van Liemt daarop antwoorden. Meneer Hendricks, PvdA. Ja, ik had ook de vraag over het voortbestaan van PVM, maar ik voeg me even bij de formulering van de heer Smeets. Maar ik heb ook een andere vraag nu als voorzitter van Brak. Want u zegt dat de periode te kort is om aan fondsenwerving te doen. Maar ja, ik zou u toch willen vragen, kunt u zich voorstellen dat het als raad ingewikkeld is dat we jaren geleden al geïnvesteerd hebben in Brak om te zorgen dat er aan fondsenwerving gedaan kan worden? Dat blijkbaar niet zo geholpen heeft, als ik uw woorden goed begrijp. Dat er van de zomer een amendement is aangenomen waarin duidelijk gesteld werd dat er zeg maar rond deze tijd helderheid moest zijn over die fondsenwerving. En dat ik dan in uw plannen zie dat u tot maart volgend jaar nodig heeft om wat meer helderheid te krijgen. Hoe verhouden al die termijnen zich nou met elkaar volgens u? Dank u wel, meneer Van Liemt. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Om met de laatste te beginnen. Jaar is veel in het verleden op het gemeentehuis over fondsenwerving gezegd en geschreven. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan, is er nog nooit 1 brief daadwerkelijk naar een fonds verstuurd. Nu, zo'n beetje 3 weken geleden ongeveer, ik zeg het even uit het hoofd, zijn de eerste brieven de deur uit. Dus de reacties daarvan moeten nog binnenkomen. Uw amendement had natuurlijk de tijd gegeven tot 5 november. We hopen natuurlijk dat dat substantieel wat op zal leveren, maar de kans is klein dat dat de 2,3 miljoen op zal leveren. Dus vandaar dat we vragen om tot 1 maart de tijd. Dan weten we zeker of dat we een kans van slagen hebben. Dan het wegvallen van de organisatie Brak als reden voor het dreigende wegvallen van Pieter Vermeulen Museum ook. Dat is niet zozeer de organisatie van Brak en het wegvallen daarvan, maar de dreigende wegvallende ambitie. Die ambitie was ook nodig voor het Pieter Vermeulen Museum. Het is belangrijk om de schaalsprong te maken.
En ik heb de stellige overtuiging dat op de huidige voet doorgaan of een ander tijdelijk gebouw vinden voor het Pieter Vermeulen Museum zal uiteindelijk over een aantal jaren niet goedkoper uitblijken te zijn dan de ambitie te realiseren zoals die verwoord is in het bedrijfsplan. De koppeling met de kustplaats tot slot. Ik heb zelf natuurlijk altijd betoogd dat het zonder elkaar kon. Het is in die zin inderdaad voor mij wel een beetje als een duveltje uit een doosje dat die koppeling zo sterk gelegd wordt op dit moment. Dat was de spreekwoordelijke bus van links voor mij. Dank u wel. We gaan over naar meneer Van Dam. Ik zie nog een hand van de heer De Winter en mevrouw Koedijk. Meneer De Winter, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ja, met alle respect voor de heer Van Lien, maar het verbaast me wel dat u nu opeens burger wordt voor het PVM. Ik wil u nu herinnering roepen dat het pas vanaf dit jaar is dat het PVM volwaardig betrokken wordt bij het project BRAC en nu voor 50% eigenaar is. En mijn vraag aan u is eigenlijk van, wilt u nou uitstel om zodoende toch BRAC PVM door te laten gaan? Of bent u nu opeens de redder voor het Pieterle Museum? Dank u wel, meneer De Winter. Mevrouw Koedijker. Dank u wel, voorzitter. Heeft u enig idee hoeveel het extra gaat kosten als wij ons besluit nu tot 1 maart gaan uitstellen? Dank u wel. Meneer Van Liemt. Dank u wel, voorzitter. Om met het eerste te beginnen, het is niet dat ik opeens de redder ben van PVM. Ik hoop dat PVM te redden is. Dat is altijd zo geweest. Vanaf dag 1 dat ik in deze gecombineerde functie zit, is PVM mij na aan het hart. En is de noodzaak om dat voor de toekomst te behouden, zoals ik eerder ook betoogd heb, erg groot. En dat lukt niet in de huidige situatie. Dus in die zin heb ik daar geen draai gemaakt. Ik zou het eeuwig zonde vinden als we een eeuw oude collectie in grijze zak aan de straat moeten zetten over niet al te lange tijd. De kosten tot 1 maart, ik weet dat er heel veel kosten zijn gemaakt in het verleden. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden. Ik denk dat we met 20.000, 25.000 euro die tijd wel helemaal uit kunnen zingen. Dus van 5 november tot 1 maart. En dus ook met met het voortzetten van een ambitie voor het Pieter Vermeulen Museum. Dank u wel. Ik zie geen handen meer. Ja, meneer De Winter, u had nog een verhelderende vraag? Nee. Oké. Dan dank ik u, meneer Van Liemt, voor uw inbreng. Dan gaan we naar meneer Van Dam van het Pieter Vermeulen Museum. Meneer Van Dam, aan u het woord. Even uw microfoon aanzetten, graag. Linksonder in uw scherm. U kunt ook de spatiebalk ingedrukt houden. Ben ik nu te verstaan? Ja hoor, meneer Van Dam. Gaat u gang. Dan ga ik beginnen. Voorzitter, dank u wel. Het college geeft u het advies van een no-go voor BRAC. En zoals u zult begrijpen, heeft dit ook consequenties voor PVM. Ruim 12 jaar geleden is aan ons museum de toezegging gedaan dat snel tot een nieuwe locatiekeuze kon worden besloten. In 2017 werd ons door wethouder Ter Beest te kennen gegeven dat wij onderdeel moesten worden van BRAC. PVM kreeg in dit plan nauwelijks ruimte toegedeeld. Het was al snel duidelijk dat er alleen aandacht was voor BRAC. Er was geen sprake van enige samenwerking. Vanaf 2019 kwamen nieuwe mensen aan boord en werd er een vruchtbare samenwerking bereikt. Er werd gestreefd naar volledige integratie. Vol vertrouwen zijn wij aan de slag gegaan. Het is misschien niet fijn om te horen, maar ik kan u verzekeren dat van de 700.000 euro uitgegeven tot en met 2019 geen euro is besteed aan ons museum.
En nu deze domper. Na 12 jaar toezeggingen gaat iedereen weer rustig slapen en blijft ons museum achter met een grote kaart. De meeste aanvragen voor het werven van fondsen zijn de deur uit. En dan trekt de gemeente zich terug. Wat zal het doen met het achterblijvende partij, het PVM? Wij zijn langzamerhand murf geslagen. We blijven achter in een onbewoonbaar pand en hoe nu verder? Ik kijk niet om met wrok, maar het enige wat mij rest is u te vragen om eerdere toezeggingen na te komen. Want afspraak is afspraak. We waren zo goed op weg. Er lag een business case. Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat in deze tijd, waar klimaatverandering bij iedereen hoog op de agenda staat, u, als u het advies van het college volgt, een unieke kans laat lopen. Natuur- en milieu-educatie begint voor velen bij ons museum. U kunt ons wel helpen. We leggen 2 verzoeken aan u voor. Als u het advies van het college overneemt, zal er een nieuw plan van PVM moeten komen voor nieuwe huisvesting. Om deze plannen te volmaken zijn mensen en geld nodig. Geld waarover wij niet beschikken. Onze gelden zijn altijd naar het overbrengen van kennis en activiteiten gegaan. De part-time directeur en part-time manager zijn aanwezig en nu werkzaam bij ons. Wij verzoeken u ons de mogelijkheid te bieden om deze medewerkers tot en met 1 maart in dienst te houden. Dit betekent een verlenging van 3 maanden. Tweede verzoek. Tevens zoeken wij om een deel of de gehele kapitaallast in uw begroting te handhaven voor een nieuwe locatie van PVM. Wij bouwen onze aanvragen aan fondsen om voor ons museum. We hebben goede hoop dat fondsen bereid zijn geld te doneren voor ons nieuwe museum met een passende ambitie. We leggen u vervolgens dit plan voor en u kunt dan opnieuw een besluit nemen over uw deelname. Namens veel inwoners van Velsen doen wij hier een beroep op de Raad voor medewerking voor de toekomst van PVM. Dank voor uw aandacht. U ook dank voor uw inbreng. Ik vraag nu aan de raadsleden wie een verhelderende vraag wil stellen. Mevrouw Koedijker, die wil dat niet. Meneer De Winter, aan u het woord. Ja, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Verdam. Ik wil u geruststellen, wij slapen niet rustig. En ik spreek namens mezelf natuurlijk, maar ik denk dat de hele raad niet rustig slaapt met het advies wat er nu voor ons ligt. Ik wil u even vragen of u specifiek nog 1 keer wil herhalen. U zegt, er moet een nieuw plan voor het PVM komen. En dat tweede is mij niet helemaal duidelijk waar u, wat u suggereert. Kan u dat nog iets verduidelijken? Ja. Dat is van meneer Verdam. Ja, het tweede punt is, er is natuurlijk in de begroting, zou er een kapitaallast opgenomen worden voor BRAC. Dus wat wij verzoeken is eigenlijk die kapitaallast of het deel daarvan te handhaven. En dan leggen wij in maart een nieuw besluit, een nieuw plan aan u voor. En dan kunt u uw deelname op dat moment opnieuw bepalen. Op het moment dat u het niet in de begroting opneemt, is het natuurlijk weg en komt er een nieuw besluit van buiten de begroting valt. Ja, dank u wel. Meneer De Winter, wilt u het handje even weghalen? Ja, dank u wel. Ik zie verder niemand die wil reageren. Dan kunnen we, meneer Van Dam, dank in ieder geval voor de inbreng. Dan kunnen we overgaan naar meneer Zwakman, die namens het wijkplatform wil inspreken. Meneer Zwakman. Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, andere aanwezigen. Ja, misschien spreken we een beetje voor onze beurt, maar het wijkplatform wil graag het volgende meegeven. In ons wijkplatform is al vaker gezegd, wijkplatform in Muiden-Noord, door verschillende mensen, dat er een gebouw leeg staat aan de Lagerstraat. Dat is de oude school, de Vliegende Hollander, voorheen de Theo Thijssen school. En daar werd al gezegd, het lijkt zou een prima locatie kunnen zijn voor het Pieter Vermeulen Museum. We hebben hier een hele tijd niets mee gedaan. Enerzijds omdat het Pieter Vermeulen Museum in BRAC zou komen. Anderzijds omdat de gemeente graag van die locatie gebruik wil maken voor de bouw van 14 woningen. Maar nu is er een kans, nu er een kans bestaat dat BRAC uiteindelijk niet doorgaat, vervalt daarmee het eerste punt, de huisvesting van het Pieter Vermeulen Museum in BRAC, mogelijk. Blijft nog wel over dat dan de plannen voor de bouw van die 14 woningen, als je daar dus
Piet Vermeulen Museum zou gaan vestigen, niet door zou kunnen gaan. Maar volgens ons zijn die plannen op dit moment nog wel onomkeerbaar. In het licht hiervan willen we de commissie en daarmee de raad in overweging meegeven om te onderzoeken of het Piet Vermeulen Museum in het voorkomende geval in de vroegere school gehuisvest kan worden. En daarmee dus gelijktijdig af te zien van de nieuwbouw op het voornoemde locatie. Ja, en dan zit wethouder Bal waarschijnlijk met het probleem van wat doet die huizen dan? Nou, dat zou dan misschien prima gehuisvest kunnen worden of gebouwd kunnen worden op de plek waar het Piet Vermeulen Museum nu staat. Ik dank u voor uw aandacht. Meneer Spakman, u ook dank voor uw inbreng. Altijd mooi om te horen dat het wijkplatform zo meedenkt met toch een probleem wat er ligt. Mag ik aan de raadsleden vragen wie een verhelderende vraag wil stellen aan meneer Spakman? Ik zie niemand die dat... Ah, meneer Hendricks. Meneer Hendricks, PvdA. Ja, toch even de snelkoppeling naar het blauwe handje. Ja, meneer Spakman, ik heb wel een vraag aan u. Want het strand, dat ligt toch ook in uw wijk nog? Of is dat niet meer uw stukje grond? U bedoelt, de school ligt in onze wijk. Ja, de school wel, maar gaat Amuiden-Noord... Dat gaat niet door tot het strand natuurlijk, hè? Nee hoor. Dat kan eigenlijk aan u willen vragen wat u ervan vindt, als er een besluit zou vallen dat brak niet door kan gaan. Het zag er heel ambitieus uit. Ik zou het inderdaad heel erg jammer vinden. Ik denk dat er heel veel mensen in Amuiden het jammer zullen vinden. Ik heb dus wat schetsen gezien en... Die zagen er inderdaad heel erg mooi uit. Ik had overigens vandaag nog even een gesprek met iemand uit wijkplatform Amuiden-Zuid. En die zei van, is er ooit wel eens aan gedacht om eventueel brak met het Piet Vermeulen Museum misschien te huisvesten naast het beursgebouw. Dan heb je het echt gecentreerd in Amuiden. En dat is ook een locatie die heel erg in het oog springt. Maar goed, dat is weer een hele grote zijsprong. Ja, dat is het. Maar bedankt voor de suggestie. Ja, dank u wel, meneer Zwakman. We gaan dit rondje insprekers afsluiten. Dat betekent dat de griffier u zometeen in de stand zet dat u in de wachtruimte heet dat. U kunt dan horen wat de raadsleden en de wethouder zometeen gaan vertellen. In ieder geval dank voor uw inbreng. We gaan nu over naar de wethouder, want de wethouder die wil graag een toelichting geven op de, onder andere het advies van de college. En daarna is het woord aan u, raadsleden. Meneer Dinjens, mag ik u het woord geven? Zeker, dank u vriendelijk. Ja, geachte raadsleden, het impulsproject BRAK loopt natuurlijk al enkele jaren en is een ambitie van uw raad en van het college. En het feit dat het college deze week tot een no-go heeft geadviseerd, is dan ook een stap met behoorlijke impact. En het leek me goed om daar mee te starten. Liefst had ik ook juist vanwege die impact deze sessie met u samen in het gemeentehuis gehouden. Om u persoonlijk te zien en te spreken. Het is natuurlijk spijtig dat het nu niet kan. Maar toch stel ik de gelegenheid op prijs om eerst even het woord tot u te richten. Voordat u in de sessie verder over het onderwerp in gesprek gaat. We weten allemaal dat een impulsproject, dat is een kwestie van pionieren en risico's nemen. Het is een zoektocht en tijd. En er is ook geen garantie voor succes. Ook wij als college zien dat er de afgelopen tijd echt enorm hard gewerkt is door allerlei mensen. Daar waar het gebied lang statisch en relatief leeg was, is het nu interessanter geworden, levendiger. Een wikkelhuis, kunstwerken voor ieder wat wils, tiny houses die de omgeving echt beleefbaar maken. En daar waar het project lang moeizaam ging, in een confrontationele sfeer met het PVM, de heer Van Dam refereerde er ook al aan, is het afgelopen jaar de samenwerking met het Piet Vermeulen Museum echt goed op gang gekomen. Er is zelfs een gezamenlijke directeur-bestuurder gekomen voor BRAK en PVM, waardoor er geen belangentegenstelling meer is. Daar waar het traject ook lang onbegrensd leek, heb ik sterk ingezet op een concreet bedrijfsplan met business case, inclusief een plan van aanpak met een duidelijk begrensde tijdshorizon en een duidelijk begrensde geldhorizon. Daar heb ik heel erg voor gevochten en dat ligt er. Toch komen we als college tot de conclusie, verdrietig genoeg, dat het er niet ligt, dat er niet genoeg ligt. Dat is niet een makkelijk besluit. Zeer zeker niet. Die ligt ons zwaar op de maag. Maar als we op drie cruciale punten nog steeds
drie keer een oranje stoplicht hebben, dan moeten we als college reëel zijn. Ik heb u dat schriftelijk al gestuurd deze week, maar ik zal deze punten ook even kort toelichten. Allereerst hetgeen waar we al vaak over gesproken hebben, een inschatting van de voortgang van de externe financiering. De kaders van de raad waren duidelijk. Een besluit ten tijde van de begrotingsraad en concreet zicht op een aantal externe financiers voor die tijd. De harde toezeggingen die zijn er op dit moment nog te weinig. En ook al is het nog niet helemaal de begrotingsraad, het is ook verre van waarschijnlijk dat dit voor de begrotingsraad wel het geval is. De doorlooptijd van fondsenwerving neemt nou eenmaal, zeker bij grotere financiers, veel tijd in beslag. En binnen de kaders van de raad, zegt ook Brak PVM, is het niet mogelijk om substantiële externe financiering te vinden. U hoorde het net ook al, daarvoor moeten we toch naar Q121 kijken. Dus een stoplicht op oranje. Dan een tweede overweging, consequenties van het feit dat dit businessplan uitgaat van volledig eigendom van het gebouw van Brak PVM. Het is een wisseling van uitgangspunten ten opzichte van de eerder gestelde kaders. En we hebben als college mee willen denken, zoals we altijd in een ja-mits-houding zitten. We hebben mee willen denken met Brak PVM of en hoe dit dan te realiseren valt, al waren we wel al direct kritisch. En ja, er bestaan mogelijkheden om die risico's voor de gemeente af te dekken als het gebouw in eigendom komt van Brak PVM. Maar dat is niet makkelijk. Het is een complex proces waar nog veel details nog uitgezocht moeten worden. En dan moeten we ook kijken naar aspecten die voor ons als gemeente vrij onprettig zijn om naar te kijken. Namelijk, lopen we een risico op staatssteun? Lopen we een risico op precedentwerking? En daarnaast een heel taai proces met het Rijksvastgoedbedrijf. Een eerste blik daarop stemt ons gewoon niet hoopvol. Zelfs in het meest positieve geval zal het veel tijd vergen. En die tijd hebben we niet, simpelweg. En dan nog, zelfs al zouden we die tijd hebben, rest de vraag of we dat eigenlijk wel zouden moeten willen met z'n allen. Daar zijn we dan nog niet eens. Nog een stoplicht op, ik zou zeggen, donkeroranje. Dan laatstelijk de samenhang met de ontwikkeling van de kustplaats Rauwe Duinen bij IJmuiden aan Zee. Hoewel inderdaad de ontwikkeling van Brak en de kustplaats aparte projecten zijn, is er zeker wel sprake van onderlinge samenhang. En het college gelooft simpelweg dat de synergie tussen deze projecten van groot belang is. In de eerste plaats op de maatschappelijke meerwaarde. We hebben toegewerkt naar een buitendijkse wijk in combinatie met een cultureel science center. Dat ook toegang zou hebben tot het Nationaal Park in de buurt. We hadden heel veel vertrouwen in de aantrekkingskracht die zo'n kustplaats met zich meebrengt. En die dan ook de positieve business case van Brak kan ondersteunen. Daarnaast waren er in die combinatie ook voordelen te behalen rond de bouwkosten. Maar ook bijvoorbeeld in de procedures, namelijk het gezamenlijk optrekken in onderhandelingen met het Rijksvastgoedbedrijf. Ook dat valt nu weg, al die synergievoordelen. En het is niet aannemelijk dat een aantal van die voordelen, zoals met het gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf, dat dat makkelijk zal lopen met een apart project. Voor het college was dat eigenlijk gewoon de laatste druppel, de spreekwoordelijke laatste druppel. En om dat samenspel van redenen hebben we u deze week een no-go geadviseerd. Zoals gezegd, een heel lastig besluit om te nemen, maar zodra het voor ons voor als college duidelijk was, leek het ons goed om u daar onverwijld van op de hoogte te brengen. Het is ook een lastig besluit vanwege de stevige inzet van onze maatschappelijke partners, zeker dit afgelopen jaar. We hebben daar echt enorme stappen gezet, maar nogmaals, niet genoeg. Een no-go heeft ook consequenties voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Het college zag in de realisatie van Brak PVM ook een permanente en duurzame oplossing voor die herhuisvesting. Eentje die ook inhoudelijke meerwaarde bood. Maar ook aan die oplossing komt nu een einde. Uw raad vergadert pas 5 november over dit collegeadvies, maar als u dan inderdaad besluit tot een no-go, dan zullen we de herhuisvesting van PVM in een separaat traject met u opstarten. Voor dit moment staan we voor 3 oranje stoplichten en dan is het simpelweg heel verstandig als je op de rem trapt. Dank u wel. Wethouder, ik kijk naar een handje van meneer Sintony, maar ik zou graag met u willen afspreken dat we nu een rondje gaan doen. Want ik neem aan dat alle raadsleden wel willen gaan reageren op datgene wat zojuist allemaal is gezegd. Ik wil natuurlijk graag aftrappen met meneer Sintony van het CDA. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter.
We horen de wethouders natuurlijk zeggen dat het een moeilijke en pijnlijke keuze is die gemaakt is. Dat snappen wij en het is ook heel lastig om die keuze te maken. Maar wij vinden eigenlijk dat die keuze die nu gemaakt is, eigenlijk te vroeg komt. En ik ga u vertellen waarom. In het raadsvoorstel van 24 september vraagt het college de tweede 30.000 euro en geeft daarbij de volgende argument. Van het even samen. Er ligt nu een realistisch bedrijfsplan met sluitende business case voorzien van een plan van aanpak op hoofdlijnen voor het vervolgproces. Daarin is voor het eerst een eindig traject gezet met een duidelijke planning en een realistisch beoogd resultaat. De sluitende business case die bij het bedrijfsplan is opgenomen laat zien dat BAK PVM verwacht voldoende te hebben aan een gereserveerde 2,9 miljoen voor de realisatie van een nieuwe locatie. Het bedrijfsplan met een sluitende business case laat zien dat er een gedegen plan ligt voor de toekomst. De 32.000 euro is nodig om deze activiteit in te kunnen vullen. De wethouder gaat verder nog toe, mondeling, dat als er een go komt, hij heeft alle vertrouwen in dat BAK PVM zal slagen. Hoe is het dan mogelijk dat u zonder ons mee te nemen dat het proces voortijdig een adviesgevende uitkomst no-go? En dat in een tijdsbestek van nog geen 2 weken later. Wat is er gebeurd dat u het draai maakt voor 180 graden? Daar wil ik graag een reactie op. Dan het collegebericht van 7 april 2020, waarin u het volgende schrijft. De nieuwe plek is inmiddels geland binnen de ontwikkeling van het impulsproject Kustplaats aan Zee en BRAK. Er is een plek met betekenis gevonden voor de toekomst van BRAK. We gaan naar de kust. En u eindigt met, recent is de raad geïnformeerd over vertraging in het project Kustplaats. Vooralsnog heeft deze vertraging geen invloed op het proces van de samenwerking tussen BRAK en PVM. Of en daar komt hij op de ambitie hen gezamenlijk bij IJmuiden aan Zee te huisvesten. Er is door de raad diverse malen gevraagd wat betekent dat voor BRAK PVM in het Kustplaatsproject niet door zal gaan of vertraging zal oplopen. Daar is nooit echt antwoord op gekomen van het college, wel van de directie BRAK PVM, die houden vol dat het niet van invloed is. De raad is ook nooit eerder geïnformeerd dat er nu blijkt wel een groot risico was, omdat het nu als argument wordt gebruikt. Er wordt wel een opmerking gemaakt dat het waarschijnlijk zal leiden tot meer kosten. Graag uitleg aan de wetter waarin ons nooit eerder heeft verteld dat het uitstel of afstel de consequenties heeft dat BRAK PVM niet door kan gaan. Daar hadden wij als raad op kunnen anticiperen. Dat vond ons nu ontnomen. Het is afstel, het zal blijken dat trouwens, het zal nog wel doorgaan. Want zoals we vandaag in de krant hebben kunnen lezen door het speurwerk van de Muiderkrant, dat de marine zegt nog steeds, de directeur van Marine Seaport, de gemeente wil graag verder en wij willen graag verder. En voor 100% gaat dit project door. En ook de wethouder tekent erop, we hebben nog steeds dezelfde ambities daar. Dan schrijft u in het collegebericht van 6 oktober het volgende. Het is een wens van BRAK PVM om het gebouw in eigen hand te nemen. Fijn dat u het in overweging wil laten wegen, maar u kunt dat verzoek ook gewoon naar u neerleggen. U schrijft, concluderend is dat voor het uitwerken van de eerste 2 punten nog additionele tijd nodig is. Tijd die we gegeven de eerdere besluiten van uw raad niet hebben. In het raadsvoorstel van nu van 24 december geeft het college het volgende aan. De afgelopen maanden heeft BRAK en Pieter Museum samen een bedrijf opgesteld. Dit plan wijkt af op een aantal substantieel afvangersmogelijke plannen. Wij onderzoeken op dit moment de consequenties en eventueel alternatieve mogelijkheden die haar voortvloeien. Hierdoor kunnen wij op dit moment nog geen concreet voorstel leggen voor een go or no-go. Eind oktober bieden wij u de uitkomsten van boven het onderzoek aan, inclusief een advies van ons college voor een go or no-go. Naar aanleiding hiervan heeft de agendacommissie het advies gegeven om tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 5 november de beslissing mogelijk uit te stellen en een go or no-go later in 2020 te nemen, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was. Terwijl het college nog bijna 3 maanden de tijd voor het definitief advies. Daar is ook geen kritiek gekomen van de raad, dus u zou die tijd zeker gegund zijn. Nu gebruikt u het argument dat de raad u geen tijd meer geeft. Dat klopt gewoon niet. Ga naar een reactie. Het college heeft nu in de ogen van de CDA met oneigenlijke argumenten nu een no-go gegeven, althans geadviseerd aan de raad, want die beslist uiteindelijk in dit college. Wij kunnen ons als CDA levendig voorstellen dat bestuur en directie van BRAK PVM zeer teleurgesteld zullen zijn op het advies van het college op het moment dat zij nog volop in beweging zijn. Wij denken dat ze zich overvallen voelen, net als wij. Het lijkt erop dat het college de confrontatie niet wil aangaan met de raad en voortijdig een besluit heeft genomen. Het college moet zijn verantwoordelijkheid nemen en ons op een juiste en volledige manier adviseren, wat ook is afgesproken in het raadsvoorstel van 24 september, waarop de raad een gedegen en overwegen beslissing kan nemen op 5 november. Wij zien uit naar het advies van de wochten van het college eind oktober met een definitief advies te komen gebaseerd op de argumenten die eerder zijn aangegeven en de alternatieve mogelijkheden. Daar wil het CDA eind oktober alsnog dat de uitvoering wordt gedaan en het raadsvoorstel en ook willen we afwachten wat BRAK PVM 3.0 nog voor ons in petto heeft. De raad moet een afgewogen beslissing kunnen nemen voor go or no go.
Wat er nu voor ligt zijn 3 kant-nog-wal-argumenten, of ook wel drogredenen genoemd, en kunnen we gewoon echt niet accepteren. Dan nog even een ander puntje. Afgelopen dinsdag is de pers benaderd voor het collegebericht en de memo. Dat vond plaats om 4:00 in de middag en de raad is pas om 16:45 geïnformeerd. Dat is bepaald niet echt chic. Wij als CDA vermoeden geen kwade opzet, maar is wel een puntje van aandacht. We hebben trouwens het vermoeden dat u gewoon vergeten bent de niet-collegepartijen tijdig te informeren. Ga naar reactie. Tot zover. Dank u wel, meneer Sintony. Meneer Smeet van D66 Velzen. Voorzitter, kunnen we ook interrumperen, denk u, of mag dat niet? Meneer Hendrik, wat zegt u? U ook nog interrumperen op de sprekers, of doen we dat niet? Dat lijkt mij wel, ja. Zou ik graag een vraag. Ik wil nu een interruptie doen, de inbreng van meneer Sintony. Ja, heel graag, meneer Sintony, want ik heb uw betoog gehoord en ik snap ook wat u zegt. Maar toch heb ik één vraag aan u. Als u wellicht kunt u met me eens zijn dat we zeker vanaf de zomer heel erg gekeken hebben naar de financiering en eventuele geldschieters. Nou, daar hebben we net een uitleg van gekregen. U zegt dat we nog nieuwe kansen moeten bieden. Volgens mij is de aard van de amendement wat aangenomen is dat de raad het een beetje zat begint te worden. Maar wat vindt u er dan van dat we jaren geleden een fondsenwerver aangenomen hebben waarvan we nu blijkbaar de conclusie moeten trekken dat die niets opgeleverd heeft? Oftewel, is het op deze wijze niet trekken aan een dood paard, klinkt niet aardig, maar is het niet constant een opvolging van loze beloftes die gedaan worden? Meneer Sintony. Ja, dank u wel voor uw opmerking, meneer Hendricks. Natuurlijk, u heeft een punt. Ik hoorde weer van Liemt ook zeggen dat er in het verleden wel dingen besteed zijn, maar dat er nooit echt een concrete fondsverwerving is gekomen. Ik moet u inderdaad wijzen dat er inderdaad 108.000 euro uitgegeven is aan een bureau in het verleden, die inderdaad bezig geweest is met de fondsverwerving. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Wat wij met betoog willen zeggen, is dat er een no-go wordt gegeven op argumenten die wij niet terecht achten. Okay, meneer Sietenpoel, u wilde ook een interruptie. Even uw microfoon aan. Dank u wel, voorzitter. Ik had een vergelijkbare vraag als de heer Hendrik. Suzie, ga ik niet herhalen over die eerdere fondsenwervingen die al dan niet hebben plaatsgevonden en eigenlijk niks hebben opgeleverd. Het verbaast mij dat de heer Sintony zegt, daar gaan we het nu niet over hebben, over dat weggegooid geld. Want daar zo ga ik het vertalen. Daar gaan we het volgens mij nu wel over hebben. Want er is 700.000 euro gewoon besteed aan niks. Ik denk dat kunnen we niet zomaar negeren. En natuurlijk die paar maanden, nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Daar gaat het nu deze discussie om. Kunnen we niet een paar maanden nog wachten? Nou, meneer Sintony, we wachten al meer dan 10 jaar. En ik denk dat we daar ook over moeten hebben. Goed. De rest wordt vervolgd. Ik wil dat nog even zeggen. Dank u wel. Ja, dank u wel. Meneer Smeet, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me grotendeels vinden in het betogen van het CDA. Ik ben wel benieuwd, ik hoor GroenLinks zeggen dat 700.000 euro is besteed aan niks. Ik ben wel benieuwd wat zij aan consequenties daaraan hechten ten opzichte van het functioneren van het college. Maar dat terzijde. D66 Velzen is zeer teleurgesteld in over het advies van het college om over te gaan tot een no-go voor PRAC en BVM. Dit is het moment dat het moeilijker wordt en wij hadden van deze wethouder verwacht dat hij zijn nek dan zou durven uitsteken. Niet alleen omdat het concept van PRAC-BVM gewoon heel sterk is, maar ook omdat het BVM nu lang genoeg heeft gewacht op een nieuwe huisvesting. Het tegengestelde is helaas waar. D66 Velzen is ook heel teleurgesteld en zeer verbaasd over de redenen die het college opvoert. De juridische risico's en externe financiering worden opgegeven als redenen en dat er meer tijd nodig is om dit uit te zoeken. Tijd die de raad niet zou geven. D66 Velzen vraagt zich dan af, waarom vraagt het college dan niet om uitstel? Bovendien zijn wij ernstig verbaasd over de argumentaties die worden aangevoerd, die wij eigenlijk wel wat zwak vinden, maar ook eigenlijk buitengewoon inconsistent zijn. Ik zal beginnen met de externe financiering, waarover in de memo staat dat de voortgang gering is. Dit is een van de redenen om nu te stoppen, maar dat is geen nieuw argument. Dat is al lang bekend. We zeiden wethouder voor de zomer nog, er zijn door de jaren heen best wel wat intentieverklaringen geweest van grote partners, van kleine partners in natuur en in geldbedragen. En eigenlijk stopt het vaak op het moment dat het concreet gaat worden, om die allerlaatste stap te zetten. Wederom, waarom heeft de wethouder dan niet veel eerder stekker eruit getrokken? Want deze reden is echt niet nieuw.
Bovendien stond er in het amendement niet dat er zicht moest zijn op externe financiering, maar dat er een bedrijfsplan moest gaan liggen. En dat er een go-no-go bij de raadsvergadering rondom de begrotingsraad zou willen geven. Bovendien heeft het college dit in onze mening ook geborgd in het raadsvoorstel dat oorspronkelijk lag, waarin staat dat er een optie is tot afschaling wanneer er onvoldoende externe financiering wordt gevonden. Maar er is natuurlijk nog een derde reden. Daar stelt het college en de heer Dinges lichtte net ook toe dat juist eigenlijk de koppeling met de kustplaats zo belangrijk is. En die kustplaats die staat nu op losse schroeven. Dat klinkt niet onlogisch, maar D66 Velsen zou daar graag de tegenargumentatie willen inbrengen van de wethouder zelf, van 3 maanden tegenover. Ik wil letterlijk citeren. Plan A is natuurlijk een prachtige kustplaats met brak als kloppend cultureel hart. Dat, dit plan A, dat is al heel lang. Plan B, stel dat de kustplaats niet gerealiseerd wordt, dan is het nog steeds zo vanwege de geografie al daar dat de brak eigenlijk nergens anders zouden willen dan op de plek waar die nu ingetekend is. Op die plek kan ook geen woningbouw, dat zou je er nooit kunnen realiseren. Met andere woorden, stel dat de kustplaats nu niet doorgaat, en je zou nog steeds, dan zou je nog steeds kunnen doorgaan met brak. Dan is het daar nog steeds de ideale plaats. Sterker nog, dan kan het ook een inspirerende werking hebben voor zo'n kustplaats. Laat juist zien wat die unieke plek in petto heeft. Voorzitter, wij vragen ons echt af hoe kan deze wethouder in zo'n korte tijd een 180 graden draai maken. De argumenten die hij aanvoert speelden 3 maanden geleden ook al en toen vond hij nog totaal iets anders. De vraag van D66 Velsen aan de wethouder is dus best wel concreet, hoe bent u in zo'n korte tijd zoveel gedraaid? Dan zou je dus al snel bijvoorbeeld denken aan dat er iets vanuit buitenaf is gekomen. En voor D66 Vels is het toch wel de gewetensvraag. Meneer Hendricks wil graag een interruptie. Ja, heel graag. Want ik hoorde heer Smeets, als ik eerlijk ben, is een deel van zijn betoog ook uit mijn hart gegrepen. Maar ik vind één punt wel ingewikkeld, meneer Smeets. U verwijt de wethouder dat hij nu met een advies komt, terwijl er notabene een raadsbrede motie is aangenomen, waarin dezelfde wethouder gevraagd wordt een advies in deze vorm te geven, een go of no-go. Dat hij dat iets eerder doet dan bij de begrotingsbehandeling, ik vind het alleen maar prijzenswaardig als de informatie beschikbaar is. Dus hoe kunt u nu zeggen dat het onbegrijpelijk is dat de wethouder met een advies komt? Ik zeg niet dat het onbegrijpelijk is dat de wethouder met een advies komt. Volgens mij is mijn kern van mijn betoog dat het onbegrijpelijk is dat de wethouder met een advies komt met argumenten waarvan hij 3 maanden geleden nog compleet iets anders vond. Dat is de kern van mijn argumentatie. En dat is ook, ik heb daarvoor een aantal van de wethouder volgens mij vrij letterlijk aangegeven. Maar meneer Hendricks. De wereld staat toch niet stil, meneer Smeets? Ik neem aan dat als wij de wethouder met een opdracht op pad sturen, dat hij zich dan niet alleen maar beroept op wat hij al die maanden daarvoor een informatie ingewonnen heeft. Ik neem aan dat hij dan in gesprek gaat, dat hij informatie inwint, dat hij zich beelden vormt en dat hij goede argumenten vindt om ons een advies te geven. En dat advies heeft de wethouder zojuist toegelicht. Of we het ermee eens zijn of welk besluit we gaan nemen, dat staat hier los van. Maar dit is toch het proces waar we om gevraagd hebben en ik snap uw verwondering niet daarover. Nee, meneer Hendricks, weet je wat de verwondering is? De verwondering is vrij simpel. De verwondering is dat er heel weinig is veranderd en de inzichten van de wethouder 180 graden zijn veranderd. En dat vinden wij heel verrassend. Dat de wethouder hier nu een prima betoog houdt over waarom het zo belangrijk is om die koppeling te maken, dat lijkt inderdaad heel duidelijk. Tegelijkertijd, 3 maanden geleden was die koppeling, toen stond de kustplaats ook op losse schroeven, toen was die koppeling totaal nog niet benodigd. Sterker nog, dan zou het een inspirerende werking kunnen hebben voor zo'n kustplaats. Ik daarop reageren, voorzitter, want er is wel degelijk één heel belangrijk element veranderd. Deze raad heeft namelijk een deadline voorgelegd aan de wethouder. De wethouder is door ons gedwongen om in een vrij korte termijn met een advies of om een go en een no-go te komen. Dat heeft hij gegeven en dat heeft hij onderbouwd. Dus ik snap nog steeds uw verwondering niet dat dit advies er ligt. Sorry hoor, maar dan ga ik mezelf 20 keer herhalen. Want ik zeg al 20 keer volgens mij dat de wethouder de argumenten gebruikt die hij 3 maanden geleden zelf nog letterlijk tegensprak. Dus er lijken geen nieuwe argumenten gevonden te zijn. Sterker nog, de argumenten worden compleet omgedraaid. Dat vind ik toch wel verwonderend. Bewonderenswaardig eigenlijk. Dat je 3 argumenten weet te vinden waarvan ik heel makkelijk de citaten kan vinden dat de wethouder er 3 maanden geleden... Meneer Kamp, u wilt een interruptie. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Ik wil de heer Smeets er toch even aan herinneren. Bij de behandeling van het amendement in juni is niet alleen het besluit behandeld, maar er is wel duidelijk, en niet alleen door mij, maar door de raadsleden naar voren gebracht worden, dat voor 5 november er muntjes op de plank moeten liggen en namen en rugnummers moeten gegeven worden. Tot op heden, horen we net van de wethouder, hebben we ook in de memo gelezen,
is dat niet gerealiseerd. Er is nog niets. Sterker nog, ik verneem net van de heer Van Liemt dat 3 weken geleden de brieven de deur uit zijn gegaan voor investeerders, terwijl er vanaf het begin van het jaar al een nieuwe directeur bebrak is. Is ook niets gebeurd. Wat mij ook dus verwondert, is dat er een hele nieuwe discussie gekomen is, in tegenstelling tot het bestaande uitgangspunt voor Brak, om 2,9 miljoen om niet te geven aan Brak, die het gebouw in eigendom krijgt. Wel of geen staatssteun, het wordt gewoon maar even gezegd, wij willen dat in beheer hebben en in eigendom, want dan kunnen we betere investeerders. Dat zijn hele nieuwe argumenten waar het college, denk ik, wat ik lees in de memo, het mee moet worstelen en daardoor met het besluit gekomen is. Dus er zijn echt wel hele nieuwe activiteiten gekomen. Dank u wel, meneer Smeet. Gaat u verder? Ik geloof dat we een paar maanden geleden in ieder geval ook al precies deze argumenten kenden. Maar ja, lijkt bij LGV ziet het anders. Dat kan. Ik merk ook inderdaad dat veel van de coalitiepartijen het anders zien. En eigenlijk was dat ook de gewetensvraag die ik wilde stellen. Want ik zie dat er gewoon 180 graden draai wordt gemaakt in dit college. Met name in hun argumentatie. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. En deze Vels is ook heel erg benieuwd. Is het een zelfstandig advies van het college of is het tot stand gekomen in overleg of zelfs onder druk van de coalitiepartijen? We zouden dat in het kader van het raadsakkoord een belangrijke vraag vinden. Mag ik hier voorzitter, mag ik hier een vraag over stellen? Want dat is geloof ik. Ja, meneer Hendricks, gaat u gaan. Ja, meneer Smeets, u realiseert zich toch hopelijk wel dat de grote aanleiding voor de discussie nu uiteindelijk de extra financiën zijn die gevraagd zijn door Brak. En dat naar aanleiding van dat verzoek er een abonnement is ingediend. En dat initiatief lag niet bij een coalitiepartij. Dus ik snap niet zo heel goed dat u nu blijkbaar iets bij de coalitiepartijen neer wil leggen. Wat in alle openheid een heel ander proces heeft gekund. Laat ik u dan de vraag stellen. Is het zo dat, dat de coalitie bij elkaar is gekomen om dit advies te overleggen met in bijzijn van de wethouder? Of is het niet zo? Nou, u mag me daar in alle eerlijkheid op vertrouwen of niet, dat maakt niet uit. Maar de coalitie heeft geen overleg gehad met de wethouder om over deze co of no-co te spreken en daar besluiten in te nemen. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Okay, dank u wel, meneer Smeet. Bent u klaar met uw betoog? Uiteindelijk is voor deze Vels het enige argument dat uiteindelijk overeind blijft na de weerleggingen van de wethouder zelf van 3 maanden geleden, het argument van de juridische dekking. Het gaat over staatssteun, maar lijkt niet heel erg sterk. Het college lijkt het zelf ook in te zien, maar geeft aan dat hier extra tijd voor nodig is. En de Raad van extra tijd wil geven. Deze Vels is wel degelijk bereid om die extra tijd te geven. En wij zijn wat dat betreft ook blij met de suggestie van de heer Van Liemt en ook van de heer Van Dam. En wij zullen daar ook een amendement voor indienen mocht het raadsvoorstel worden aangepast. Voorzitter, ik zei aan het begin van mijn betoog, deze Vels is zwaar teleurgesteld dat het Pieter Vermeulen Museum hiermee de zoveelste deksel op de neus krijgt. Uiteindelijk zie je ook dat de organisaties PVM en Brak nu volledig verweven zijn. Dus het opheffen, laat wegvallen van Brak, gaat ook serieus problemen geven voor het Pieter Vermeulen Museum. We zijn ook heel erg benieuwd hoe de wethouder dit wil gaan oplossen. Wij zijn van mening dat het veel verstandiger zou zijn om deze organisatie voorlopig in stand te houden, om zo te borgen dat we straks niet helemaal niets meer hebben. Want voorzitter, in onze beleving gaan we een serieus risico lopen dat we hiermee het kind met het badwater gaan weggooien. En alle partijen die zeggen, gaan zeggen op te komen voor het Pieter Vermeulen Museum, wel mee willen gaan met het college, moeten dit in ons inziens heel goed beseffen. Want juist het oorspronkelijke raadsvoorstel stond het perfect omschreven. Externe financiering blijft een risico, maar indien de fondsen die Brak denkt te kunnen bereiken, niet worden bereikt, kan worden teruggeschaald in het concept, dus bijvoorbeeld een klein museum of geen vergaderlocaties. Op die manier hou je de organisatie die er staat, borg je een nieuw gebouw voor het Pieter Vermeulen Museum en blijf je tevens werken aan een interessante locatie aan zee, Meneer Hendrik, u wilt weer een interruptie? Ja, alsjeblieft. Want meneer Smeet. Ik snap het betoog van meneer Smeet zo ondertussen helemaal niet meer. Het lijkt net alsof hij als enige partij een andere mening heeft over de toekomst van PVM en Brak. Terwijl volgens mij deze raad gezamenlijk een amendement heeft ingediend om het PVM en Brak, de samenwerking, duidelijk te maken dat we helderheid hebben willen rond de begroting. En wat u nu doet, is afstand nemen van die keuze die daar gemaakt is, waar u ook uw instemming aan heeft gegeven. Nee. Volgens mij moeten we ons wel realiseren dat als we een amendement indienen, dat dat consequenties heeft en dat we met de consequenties zullen moeten dealen. We zullen verder moeten, naar het besluit. En ik hoor u nu eigenlijk alleen maar zeggen dat u het vervelend vindt dat er een besluit als dit ligt, terwijl u het zelf mede om gevraagd heeft.
Volgens mij ligt er geen besluit. Volgens mij ligt er een advies vanuit het college. Wij geven aan dat we in dit advies heel erg veel risico's zien. Ik vind dat allemaal eigenlijk niet zo heel erg gek. Blijkbaar mogen we als oppositie of eigenlijk überhaupt als partij hier geen afwijkende mening hebben. Maar wij zien heel erg veel risico's voor het Pieter Vermeulen Museum door dit advies van het college. Volgens mij hebben wij recht op die visie. En volgens mij is dat ook een visie die meerdere insprekers zojuist hebben aangegeven. Dus ik snap de interruptie van de heer Hendricks. Maar ik zal doorgaan, want ik ben bijna op het einde gekomen. D66 Velsen kan zich niet vinden in de memo van het college. Dat mogen duidelijk zijn. 3 maanden geleden was het college nog volledig met D66 Velsen eens. Door deze bijzondere draai van het college wil D66 Velsen wel heel graag scherp weten hoe het college het traject hierna ziet. Tot nu toe zien wij alleen staan dat er een traject voor huisvesting opgestart wordt. Maar de raad moet ons zeker verwachten dat als het college 1 traject wil stoppen, dat ze een duidelijk alternatief hebben. Een traject opstarten is veel te vaag. Dus wanneer denkt het college een plan te hebben? Welke planning ligt er dan? Wil het college nog een nieuw gebouw neerzetten of bestaande gebouwen gebruiken? Hoeveel budget gaat er nodig zijn? Wat gebeurt er met de organisatie Brak PVM? Wij horen graag het antwoord van de wethouder. In conclusie kan deze veld zich dus niet vinden in het visie van het college. Juist in deze tijden van klimaat en natuurverslechtering ten gevolge van de mens en juist op deze plek zou een museum over klimaat en natuur zo gewend zijn. Zou het voor het Pieter Vermeulen Museum ook zo gewend zijn om eindelijk zicht te hebben op een nieuwe locatie? En zou het museum juist aantrekking kunnen hebben voor de ontwikkeling van woningbouw en kustplaats. Deze veld is teleurgesteld dat het college deze 180 graden draai maakt in zo'n korte termijn. Het Pieter Vermeulen Museum en ook Brak verdient beter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smeet. Wilt u uw handje weghalen als u uitgesproken bent? Dat is even prettiger. Meneer Cor van Velsen, lokaal. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook Velsen lokaal. Wij kijken er toch anders aan te gaan dan D66 en CDA zojuist duidelijk hebben laten blijken. Wij zijn juist van mening dat de reactie nu van het college, goed, en na alle geluiden juist en de stellingname coalitie-oppositie zal het jullie niet verbazen. Maar wij zijn van mening dat zoals het college nu handelt, namelijk er is nieuwe informatie, die wordt aan de raad gedeeld en er is wat ons betreft, en is ook voor mij bij de vorige sessie en ook voor de zomer, en eerder dit jaar is een duidelijke koppeling gelegd dat het college het succes van het kustdorp toch wel hangt aan Brak. En sowieso heeft Velsen lokaal gezegd, er zijn meer partijen dat hebben geroepen. Dan is het ons heel evident dat als er dan nieuws komt waarbij het kustdorp opeens niet door lijkt te gaan, in ieder geval niet in de huidige plannen zoals ze nu voorliggen, dat daarmee de plannen onder de Brak, die al onder druk stonden, extra onder druk komen te staan. En dan het college zijn verantwoordelijkheid neemt en daarna daarover informeert met een, wat ons betreft, een onderbouwd advies. En daar kun je van alles aan vinden. Maar wij zien de nieuwe informatie aan de heer Kant van LGW zei het al zojuist. Opeens worden geconfronteerd dat subsidie aan het pand een gift blijkt waarbij we het geld eigenlijk kwijt zijn. Dat is voor ons ook nieuws. We waren al heel sceptisch, zoals u weet. Als partij zijn we al jaren. In die zin zijn we geen drijfpartij. Maar als er opeens blijkt dat het geld dan verdwijnt en dat wij het als een gift geven, ja, dan hebben wij wel extra bedenkingen erbij, absoluut. Fondsenwerving, ja, ik schrok me net kapot toen ik hoorde van de heer Verlien, die zegt, joh, we hebben vorige maand zijn eerste brief uitgegaan. Nou, dan ben ik toch heel benieuwd wat de afgelopen jaren gebeurd is. En dan heb ik inderdaad geen vertrouwen in dat er de komende 3 weken opeens allerlei miljoenen over de toonbank vliegen, waarom we het wel gaan halen. Dus ook dat is wat ontbreekt nieuwe informatie. De koppeling kustdorp is al gezegd, ik vind het wegvallen van kustdorp essentieel voor het wel niet slagen van Brak. En ja, minister Smeets, we zijn het u eens dat duurzaamheid momenteel een heel belangrijk thema is. Absoluut. Maar een museum over duurzaamheid en het laten slagen daarvan, dat is een heel ander verhaal. En de plannen zoals voorlagen hebben wij in ieder geval, maar goed, hebben we ook heel lang uitgesproken, niet te vertrouwen dat het zou gaan slagen. Dus wat ons betreft is de gang van zaken als het nu gaat, vinden wij begrijpelijk, vinden we ook logisch. En hebben we waardering voor dat het college ons als raad daarin juist heel snel heeft geïnformeerd zodra het mogelijk was. Dan een ander dingetje wat net genoemd is de totaalhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Ja, ik vind hem in die zin ook wel een beetje lastig dat dan de heer Smeets en de heer Sintenier heel hard nu roepen dat het Pieter Vermeulen Museum misschien kind van de rekening wordt. Dat vorige collegeperiode het college onder aanvoering van D66 systematisch de subsidie van het Pieter Vermeulen Museum overdroeg naar Brak onder mond van we hollen het Pieter Vermeulen Museum uit, geeft ze geen kans verslagen, alle kaarten op Brak. Dat ik nu denk, ja, weet je, dan heb je misschien op het verkeerde paard gewet. En had het beter het geld kunnen laten blijven bij het Pieter Vermeulen Museum. Dus in die zin, de krokodillentranen van laten we wel niet met z'n allen het Pieter Vermeulen Museum vergeten.
Ja, daar zijn wij het zeker mee eens. Maar die kans heeft u ook gehad in de vorige periode, waarin u heel duidelijk een keuze heeft gemaakt voor Brak. Ik snap dat u dan nu jammer vindt dat het misschien niet doorgaat. Ik zie meneer Smeets. Een interruptie. Die wil graag een interruptie. Ik heb eerst een interruptie van meneer Smeets. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het verwonderlijke woorden die de heer Korf uit over krokodillentranen. We hebben volgens mij als raad, hebben we ook sterker nog in deze coalitieperiode, ook nog Brak opgenomen, juist als een van de impulsprojecten, dat we het heel erg belangrijk vonden. Wij hebben het continu aangegeven dat wij die koppeling tussen natuur en milieu en klimaat juist heel erg belangrijk vinden. En dat we uiteindelijk blijkbaar hebben gewet op het verkeerde paard. Nou ja, dat vind ik nog steeds niet. Er ligt nu een voorstel voor het college waar we totaal mee oneens zijn. Dat u daar misschien een andere visie in heeft, dat is uw zaak. Maar wij vinden nog steeds dat het het juiste paard is. En we zijn het gewoon niet eens met de visie van het college in deze. Meneer De Winter, u heeft ook een interruptie. Twee opmerkingen. Dank u wel, voorzitter. Aan de heer Korf even. Ik heb even alle moties en amendementen opgevraagd vanaf 2013. En er is een amendement aangenomen door Velze Lokaal, waarin we toen al, dat stelde u voor, een budget van 100.000 euro beschikbaar stelden om een externe projectleider aan te trekken voor fondsenwerving. LGV was de initiatiefnemer, Velze Lokaal, Partij van de Arbeid en VVD. Dus wat er toen al uitgegeven is, misschien kunt u dat nog herinneren. Dat wou ik even opmerken. De andere opmerking die ik had, die ben ik even kwijt. Schiet me zo weer te bedanken. Ik had er nog een. Ja, dat komt dan zo. Meneer Korf, gaat u verder. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik was eigenlijk klaar. Ik ben het over. Want wij kunnen okay, ons... Oké, dank u wel. Advies en bij deze nog wel. Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Hendricks. PvdA. Ja, voorzitter, dank u wel. U zei het al in uw inleiding, voorzitter. Deze sessie heeft ineens een heel andere betekenis gekregen dan wat we eigenlijk wat we gepland hadden. Dat maakt ook dat we wat moeten reageren, denk ik, op wat er allemaal gezegd is en wat er binnenkomt. Ja, wat de Partij van de Arbeid betreft heeft deze raad en het vorige college in aanzet, of daarvoor al geloof ik, een heel mooie ambitie neergezet door een mooi museum op het strand neer te willen zetten. Eerdere spreker zei het ook al, dat was toen met name niet de samenwerking met PVM, maar het museum waar PVM in mee kon doen. Daar hebben we in het verleden in goed vertrouwen heel veel geld in geïnvesteerd. Ook de heer Winter noemde dat al. Ik kan me dat nog vaag herinneren, maar op inhoud weet ik het nog zeker dat we daar een amendement hebben aangenomen om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor een fondsenwerving. Dat was iets meer geworden, geloof ik. Van 102.000 euro geworden is uiteindelijk. Maar ja, ik kan me dat herinneren. En dat is ook een besluit waar we echt achter konden staan. Omdat we vonden dat er inspanningen gedaan moesten worden om die externe fondsen ook daadwerkelijk te vinden. Maar het is al een aantal jaren terug. U had het jaartal bij de hand. Dat heb ik even niet meer scherp. Maar het is al een aantal jaren terug. Juist omdat we ook toen inzagen dat het niet een project is wat door de gemeente alleen betaald kan worden. Maar waar de gemeente aan kan bijdragen. En we waren erg, zeker nu weer het bevestigd wordt, verrast, teleurgesteld dat al die acties helemaal niks opgeleverd heeft. Of in ieder geval niet iets tastbaars opgeleverd heeft. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een grote teleurstelling. Dat geeft ook wel voeding aan een mening die ik eigenlijk niet had. Meneer De Winter, ik spreek u even direct aan. Toen u van de zomer met uw abonnement kwam, er werd toen 60.000 euro gevraagd. En uw abonnement was eigenlijk gericht om die 60.000 euro niet te geven met een aantal mensen. Nou goed, dat hebben we een beetje tot overeenstemming kunnen komen om 30.000 euro van te maken. Maar wat u gedaan heeft, en dat vind ik eigenlijk prijzenswaardig, is goed tegen de vraag tegen het licht houden waar we nu eigenlijk mee bezig zijn met PVM. Kunnen we maar doorgaan met het geven van geld aan deze mooie ambitie? Sorry, ik zeg PVM, ik bedoel de Brak. En ondertussen is het de combinatie Brak-PVM. Ik moet de woorden wel goed gebruiken. Ja, de Partij van de Arbeid wil nog steeds heel graag dat mooie museum. Wat ons betreft komt dat mooie museum op het strand te staan, krijgt een prachtige plaats en geeft het een invulling aan een ambitie die deze raad heeft. Maar we moeten wel reëel zijn. En we moeten ook op een gegeven moment bepaalde perken kunnen stellen aan termijnen en financiën die we daarin steken. Ik was het uiteindelijk eens met de motie, abonnement wat er lag, om rond de begroting de informatie op een rijtje te krijgen waarmee we een co- of een no-co besluit kunnen nemen. Wat mij betreft, wat ons betreft als partij, betekent dat ook dat we de wethouder met een andere boodschap op pad stuurden dan waar we hem tot dan toe mee op pad gestuurd hadden. Tot dat moment lag namelijk een opdracht om Brak te realiseren. Moesten de overleggen en de inzet die er waren vanuit het college en de wethouder erop gericht zijn om tot realisatie van Brak te komen.
Wat in ieder geval veranderd is, na die opdracht die we de zomer gegeven hebben, is dat de wethouder duidelijk moet duidelijkheid moet geven of het nog wel realistisch is dat dit plan gerealiseerd gaat worden. We hebben daar een aantal beperkingen op gelegd. Twee beperkingen. Eén is uitgesproken, namelijk dat de financiën beschikbaar moeten zijn, dat er helderheid moet zijn over de geldschieters. Dat is meer in de mondelinge toelichting gekomen. En de andere is dat er duidelijkheid moet zijn over het project in de volle breedte. En daar hebben we aan het college gevraagd om ons een advies in te geven. Nou, dat advies ligt er nog, nu. Ik snap dat niet iedereen het met dat advies eens is. Dat kan, daar moeten we het inhoudelijk misschien zeker over hebben. Ik hoop dat dat 5 november kan gebeuren. Maar Partij van de Arbeid snapt dat advies wel. Ik vind het eigenlijk wel een logische stap als je ziet wat we allemaal gedaan hebben de afgelopen jaren. Hoe het vertrouwen er nu is in de realisatie van het plan. Hoe de financiële vraag naar de toekomst er nog kan zijn. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb wat moeite om te geloven dat tussen nu en 1 maart er nog maar €25.000 nodig is om de organisatie in stand te houden, om, zoals meneer Van Limpert zei, PVM de kans te geven om fondsen te werven. Ja, het is een geloofvraag, maar ik ben wat kritisch geworden naar alle financiën die we al gedaan hebben, die we al uitgegeven hebben. Dus wat mij betreft gaan we daadwerkelijk naar een no-go toe. Dat is mijn voorbode op de stemming zoals wij die zullen inbrengen. En dan krijgen we zeker een heel belangrijke vraag. En volgens mij vindt de hele raad dat. Dan gaan we namelijk de volgende fase in voor de huisvesting van PVM. Ik vind het echt ontzettend vervelend dat PVM een volgende fase in moet. Maar volgens mij is het niet anders. Er is één groot verschil met de vorige keren dat we een volgende fase voor PVM ingingen, namelijk dat er nu wel spoed is. Ik denk dat de insprekers zojuist ook wel duidelijk gemaakt hebben dat de huidige situatie voor PVM niet te handhaven is en dat er snel wat moet gebeuren. Nou, ik vind het een ingewikkelde opgave en ik ben blij dat deze opgave bij het college ligt en niet bij mij. Maar wij hebben zeker begrip voor de argumenten zoals die gegeven zijn. We begrijpen natuurlijk ook heel erg goed de teleurstelling bij de samenwerking BRAC-PVM met een voorstel als dit en een mogelijk besluit in die richting. Maar het is even niet anders, denk ik. Ik wil het hier belaten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Dan gaan we naar meneer Scholling, VVD. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn al heel veel opmerkingen gemaakt en heel veel vragen gesteld. En in sommige details en in sommige procesdingen is er erg veel onduidelijkheid nog steeds. Maar inhoudelijk is er voor de VVD zeer weinig onduidelijkheid. Het is overduidelijk dat het tijd is om te stoppen met BRAC. En daarom niet dat het advies van het college om te stoppen met BRAC ook een goede is en ook heel realistisch is. En die realiteit, dat vind ik knap, dat na al die jaren proces en toch voor heel veel ambtenaren en ook andere medewerkers op het bestuur, dus er zit nogal wat in. En het is soms heel moeilijk om uiteindelijk de keuze te maken om ergens mee te stoppen als je zoveel erin gestoken hebt. Wat ik me nog wel afvraag, en dat is een vraag voor de wethouder, wanneer wij nou 5 november zouden besluiten om te stoppen met BRAC, een no-go te geven, in hoeverre valt dan de €30.000 die wij een paar weken geleden hebben toegezegd nog terug te halen? Is daar voor de gemeente nog enig zicht op? Dat zou ik graag van de wethouder willen weten. Verder staat natuurlijk in de memo staat het no-go-advies. En alleen wanneer wij nu voor of tegen dit huidige raadsbesluit stemmen, gebeurt er niet zoveel. Want dat huidige raadsbesluit stelt geen go of no go, het stelt allebei. Dus mijn vraag is aan mijn collega-woordvoerders hier. Vinden jullie dat het college voor de raadsvergadering van 5 november met een gewijzigd raadsvoorstel of raadsbesluit moet komen, wat ook daadwerkelijk in lijn is met het advies wat nu neergelegd wordt? Daar ben ik benieuwd naar van de andere woordvoerders. En voor de rest ben ik erg benieuwd naar de antwoorden op allerlei vragen die gesteld zijn. Dank u wel, voorzitter. Interruptie, voorzitter, als dat mag. Meneer Hendricks, gaat u gang. Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan u, voorzitter. Want ik meen gehoord te hebben dat u bij uw introductie voor deze bijeenkomst al iets gezegd heeft over het raadsbesluit. Dat klopt. En dat wilde ik graag aan het eind nog een keer herhalen om nog even een rondje te horen van u. In hoeverre u genegen bent om dat voorstel te volgen. Maar meneer Scholling, die,
die geeft al een voorzetje dat we horen dan van de verdere inbreng wel wat u daarvan vindt. Even voorzitter, het is ook een licht ander gestelde vraag. Het voorstel van de agendacommissie is om het terug te leggen en dus na de begroting dan een gewijzigd raadsvoorstel te krijgen. Mijn vraag is of wij vinden dat er voor de begrotingsraad een gewijzigd voorstel moet liggen. En die is aan de andere woordvoerder. Het gegeven wat ik nu heb, het verzoek aan u om een ander raadvoorstel op vijf, ja inderdaad, om een gewijzigd raadvoorstel in te brengen. En dan eigenlijk een nieuw raadvoorstel in te dienen voor 22 oktober. Dan kan die namelijk nog meegenomen worden met de behandeling op 5 november. En dan wordt die tijdens de vaststelling van de agenda, mag u als raad zeggen of dat gewijzigde raadvoorstel behandeld wordt bij agenda punt 3. En dan hebben we eigenlijk, denk ik, precies wat u ook graag wil. Namelijk geen uitstel. Klopt? Ja, het is vooral die datum die erg belangrijk is. En, dat, ik kom daar zo nog even op terug. Dank u wel. De volgende is de heer De Winter van ChristenUnie. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik dank uitspreken aan de ambtenaren en de wethouders voor het beantwoorden van de politieke en technische vragen waar, zoals ik kon zien, het CDA, de ChristenUnie en Peter Stam heel veel werk ingestoken hebben. Het was keurig op tijd. Afgelopen woensdag om 9 uur zouden ze er staan. En ondanks dat we al wisten op dinsdag het advies er was, hebben ze dat toch allemaal beantwoord. We waren wel verbaasd als ChristenUnie. Want het werpt bij mij de gedachte op, en die vraag is al eerder ergens gesuggereerd, of andere partijen toch ergens vol kennis van hadden, van het advies wat zou komen, of dat de kwaliteit van onze vragen dusdanig goed was dat ze daar niets meer aan toe te voegen hadden. Maar ik vond wel heel vreemd dat alleen wij die vragen hadden. Uiteindelijk is het advies gekomen en uit de beantwoording van de vragen, dan blijkt niet dat het college de stekker eruit zou trekken. Want alle antwoorden die het CDA, Peter Stam en ik hebben gehad, lees het maar na, die verdedigen dan nog steeds het plan. En dan opeens is dat advies er en is een vreemde switch van het college in juni nog volof en nu de no-go op 16 in plaats van eind oktober. Ik heb wat opmerkingen en vragen, misschien niet helemaal in chronologische volgorde, maar die ik wel even hierdoor wil nemen. Dat is ook al eerder gezegd, wat niet goed voelt, is toch dat de wethouder nu eigenlijk een beetje de bal bij de raad neerlegt. Hij zegt, ja, de raad is mijn baas in de media. Hij zegt, de raad die geeft de tijd aan, middels dat amendement. Geef mij wat meer tijd en dan had ik grotere kansen gehad. Hij zegt ook op een gegeven moment, het is beter ten halve gekeerd met dit advies dan ten hele gedwaald. En dat doet me goed, want die soortgelijke woorden heb ik gezegd in de sessie waarin ik tegen de laatste 30.000 stemde op mijn eigen amendement. Wat ik even uit heb laten zoeken, en dat wil ik gewoon even melden, dat is de firma Procap, heeft onder andere de projectleider en de vorige directeur geleverd, en ook denk ik de huidige directeur, dat weet ik niet hoe die binnen is gehaald. Maar er is tot nu toe, sinds het aanstellen van de wethouder, is er €212.000 naar Procap gegaan. En als jullie weten wat Procap is, dat is dus degene die het project trekt. En ik kan het niet laten om te zeggen, van de totale €358.000 die op is gegaan sinds wethouder Dinjens
de wethouder is van dit project, is er 212.000 euro naar ProCap gegaan. En ik kan het niet anders zeggen dat ik toch het gevoel heb, we staan met lege handen. Dat is toch verschrikkelijk. De kustplaats, daar is ondertussen 128.000 euro aan opgegaan. Jullie hebben dat vanmiddag laat allemaal gehad. En daar is nog 71.000 euro geoormerkt geld beschikbaar. Ik wil van de wethouder even weten wat hij daarmee gaat doen. Of dat terugkomt. Ja, een heleboel is al gezegd ook. Hè. Even kijken hoor. Als ik dit even in mag kijken, ja. Ik zou ook heel graag even naar de tijd willen kijken. Ja, maar ik ben nog niet zo lang aan het woord. Iedereen is aan het woord en dat wil ik ook mee. Ja, nee, absoluut. U krijgt ook volledig de ruimte om te zeggen wat u wilt. Maar ik wil u wel allemaal even zeggen dat herhalingen niet hoeven. Nee, dat doe ik ook niet. Daarom blader ik even dat ik geen dubbele dingen ga noemen. Dat is fijn. Ja, dan heb ik een vraag aan de wethouder. Ik heb in de beantwoording van mijn vragen heb ik onder andere gesteld, bij wie is de nieuwe directeur formeel in dienst? En het antwoord was, de huidige directeur is nergens formeel in dienst, maar tijdelijk ingehuurd door BRAC en PVM met uitzicht op het dienstverband na een go en samenvoeging van BRAC. Dat betekent dus, en dat verbaast me dan ook van de heer Verliem, dat hij zo opkomt nu opeens voor het Pieter van Meulen Museum. Maar ik zeg het heel hard en duidelijk en eerlijk. Maar dat betekent dus dat bij een no-go u direct afscheid kan nemen van de heer Verliem. Als wij het traject opstarten voor een goede plek voor het Pieter van Meulen enzovoort wat erbij komt hangen. Daar kom ik straks nog op terug. Dat geldt ook voor de firma ProCap. Ik wil heel graag weten van de wethouder hoe die aankijkt tegen het afronden, wel of niet afscheid nemen van de directeur en het afscheid nemen van ProCap en of daar nog verdere kosten aan verbonden zijn. Dat is het volgende. Nou, dit zal ik niet herhalen. En dit zal ik ook niet herhalen. Ja, ik wil nog wat zeggen over de kustplaats die niet doorgaat. Want ja, u weet, ik heb heel vaak gevraagd, wat heeft dat voor invloed? Hè? De uitstel van de kustplaats, als de kustplaats niet doorgaat, nou enzovoort, het is al gememoreerd. Maar waar ik nou aan moest denken vandaag, in mijn voorbereiding en gisteren, wat gaat de wethouder nou doen naar de bewoners en ondernemers die jarenlang een zwaard boven hun hoofd hebben hangen, want zo hebben hun dat ervaren. De ondernemers moesten uitgekocht worden op de boulevard. En heel veel en lang in onzekerheid zijn geweest. Meneer De Winter, hier onderbreek ik u even, want u heeft het nu over de kustplaats. Ja, maar dat kan ik niet loszien. Ja, maar ik begrijp uw inleiding daarvoor, maar het staat u altijd vrij om daar een agendaverzoek voor te doen, om nog eens dat hoeft niet. Over de kustplaats te spreken. Oké, nou in ieder geval, de wethouder spreekt ook over de kustplaats in de zin van dat hij zeker kansen ziet en dat het er zeker moet komen. Mijn vraag aan de wethouder is, laat u dan dat zwaard boven iedereen hangen. Dat was dat. Dat hoef ik ook niet te zeggen. Ja, ik heb nog een andere vraag. In de rapporten, daar is heel veel gesproken over bureau Govaart. Maar ik heb wat research gedaan. Dat is heel makkelijk met Google. En bureau Govaart, dat blijkt één dame te zijn. Mijn vraag is, klopt dat aan de wethouder? Maar die werkt bij Coop Urban Producers. En degene die daar ook werkt, is de heer Marijn Spoelstra. Ik heb het hier even, ze staan gebroedelijk naast elkaar op deze foto. En dat is weer de heer van Condor Wessels. Ik wil graag weten van de wethouder of hij daarvan op de hoogte is. En of die mij kan vertellen wat nou de link is tussen die twee. Ik vind dat wel heel toevallig. Ik kan die kustplaats dus niet helemaal loslaten, mevrouw de voorzitter. Dan heb ik nog een paar losse vragen. Dat heb ik al gevraagd. Ik kondig aan alvast. Ik wil dus sowieso een nieuw raadsvoorstel. 22, dat weet ik dat alvast, oktober. En ik kondig aan, of ik wil even, in ieder geval ook met de collega's, als iemand daarop wil reageren, daar een reactie van, dat ik een motie in concept klaar heb, maar die is natuurlijk nog bij te schaven. En dat gaat over
het opstarten van het zoeken naar een heruitvesting van het nieuwe Pieter Vermeulen Museum. En de raad uiterlijk januari 2020 te informeren over plan en voortgang. Die motie wil ik indienen tijdens de raadsvergadering als we het no-go traject wel of niet afschieten. Voorzitter, geen interruptie. Mag ik de heer De Winter een vraag stellen? Ja, meneer Zitterpol, gaat uw gang. Ja, ik heb heel goed geluisterd, meneer De Winter, maar ik snap, volgens mij gaat u nu heel snel, want we hebben het nu niet over de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Het is mij niet duidelijk met al uw toelichting wat u van het advies van het college vindt. Kunt u daarop reageren? Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Nou, ik denk dat dat toch wel duidelijk is. Vorige keer heb ik gezegd, wat mij betreft stoppen. Ik ben begonnen dat de wethouder bijna letterlijk mijn woorden van mijn betoog van de laatste sessie. Hè, jongens, stoppen, verlies nemen. En dat zegt de wethouder ook, beter ten halve gekeerd enzovoort. Dus hoe mijn mening is, dat moet u wel duidelijk zijn vanaf het begin. Pardon, dacht ik, dan bent u in een minuut klaar. Ja, maar u weet, ik weet niet hoe het met u vergaan is, maar ik heb ontzettend veel tijd hierin gestoken. En ik wil ook graag, ik ben bijna klaar, ik wil die motie aankondigen. Ik hoop dat u daar in meegetekend is, Zitterpol, als het no-go traject achter de rug is. En ik wil nog een motie aankondigen. Voorzitter, dat is. Mag? Ik kijk even wie wil een interruptie. Ja, ik wil heel kort ermee weten voordat u met de volgende motie gaat. Want die eerste motie intrigeert mij wel. Want volgens mij heb ik net wethouder horen zeggen dat wij bij no-go direct aan de slag gaan met het opstarten van een traject voor de herhuisvesting in PVM. En ik kan me niet voorstellen dat het helemaal uit beeld is. Dus volgens mij is die motie klinkt een beetje overbodig. Ja, dat kan zijn, de heer Korf. Maar het is er nu of u hem of niet gaat aannemen. U kan erover meepraten. Maar ik wil naar de mensen van het Pieter Vermeulen Museum, al de vrijwilligers en alle betrokkenen, wil ik een hart onder de riem steken. En ook de wethouder, zie het dan als een hart onder onder de riem ook aan hem, dat de voortgang gemaakt wordt nu en dat de urgentie duidelijk is. Dat is één. Het tweede wil ik motie indienen, dan weten jullie dat ook alvast. En ik wil graag reacties van jullie om een onderzoek te gaan laten plegen bij de rekenkamer. Lessons learned. Wat hebben wij van 14 jaar geleerd met alles wat er is gebeurd? We gaan een hele moeilijke tijd tegemoet. Er liggen gigantische projecten voor ons. Ik denk even aan de omgevingswet. Nou ja, wat er allemaal aankomt. En wat kunnen wij nou leren van de afgelopen 14 jaar? 845.000 en we staan met lege handen. Nou, daar komt ook een motie van. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer De Winter. Dan gaan we naar meneer Zitterpol. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen, maar ik zal het kort houden hoor, wees gerust. Wat GroenLinks betreft heeft het college heel goed geluisterd naar de raad. En dan ben ik het dus niet eens met wat de heer Smeets van D66 zegt. Die complottheorie denkt. Maar ik ben blij dat de heer De Winter voor mij toch ook heel duidelijk tegen. Of althans zich kan vinden in het advies van het college. Want GroenLinks had ook graag gezien dat er een buitendijkse kustplaats was gekomen, waarbij klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen uiteraard voorop stonden. Dat wil ik toch even zeggen. Maar zonder geld, en daar moeten we denk ik ook heel eerlijk in zijn, gaat dat niet lukken. En we wachten al jaren. En GroenLinks is altijd kritisch geweest, maar wij zien ook echt wel in dat er hele goede dingen gebeurd zijn. Dat wil ik ook wel genoemd hebben. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Maar waar het nu om gaat, en dat laatste abonnement, daar moeten we, denk ik, waar we met z'n allen achter hebben gestaan, heel kritisch van ja, we willen nu, en de heer Kwant van LGV heeft al gezegd, ja, ik wil nu de muntjes zien, namen en rugnummers. GroenLinks was niet zo heel erg stellig, maar we zien natuurlijk ook al in, ja, dat zonder geld en zonder kustplaats en zonder met al die onzekerheden, ja, dan dat het een heel moeilijk verhaal wordt. En dan
hoor ik ook mensen oproepen, ja, geef ons nog een paar maanden. Ja, dat vinden wij toch wel lastig. Want om heel eerlijk te zijn, hebben we er niet zo heel veel vertrouwen in dat de wereld er over een paar maanden heel anders opeens uitziet voor Brak en Pieter Meulen Museum. Althans niet in de huidige vorm. Kijk, er werd net ook al door collega's geopperd van ja, dan kunnen we ook nadenken over misschien een andere vorm, andere invulling, andere locatie. Over het Pieter Vermeulen Museum ga ik zo direct ook nog wat over zeggen, want ja, die mag niet de kind van de rekening worden, wat GroenLinks betreft ook. Dat museum heeft ook ons, ja, daar gaat ook ons hart naar uit. En die verkeren al jaren in onzekerheid. Dus ook GroenLinks vindt dat wij, als dit niet doorgaat, want dat is nog maar de vraag, maar goed, als dat niet doorgaat, dat we natuurlijk, en dat zegt het college, realiseert zich dat ook, die zegt er ook iets over in het advies, dat er op korte termijn een separaat traject gaat starten. Dus daar hebben wij alle vertrouwen in. En ik denk, we zitten er met z'n allen bij. Dus dat moet zeker goed komen. Ik kijk nog even snel naar de vragen die al eerder zijn gesteld. Die hoef ik dan niet nog een keer te stellen. Nou, om kort te zijn. Wij kunnen ons vinden in het advies van het college. Wij wachten de vragen die gesteld zijn nog wel even af voor een definitief oordeel. En over het gewijzigd raadvoorstel waar de VVD over kwam, volgens mij, daar kan GroenLinks zich wel goed in vinden dat er een goed raadvoorstel tegen die tijd komt. Dus dan wou ik het hier bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie wat handjes, ja, Mireille Koedijker die krijgt zo het woord, maar ik zie wat handjes en ik weet niet of dat een interruptie is of dat u vergeten bent om hem naar beneden te doen. Meneer Smeets, u heeft een interruptie? Ja, ik heb inderdaad nog een interruptie. Ik zal het kort houden. Allereerst vind ik het een laakbare opmerking om richting ons te vertellen dat we aan complottheorie doen. Ik vind dat verrassend. Met name omdat je gewoon ziet dat de argumentatie van de wethouder, en ik heb het duidelijk aangetoond, met 180 graden is gedraaid op dezelfde punten die hij nu aangeeft. Dus want de heer Sittelpoel geeft zelf aan dat de wereld er niet in een aantal maanden anders kan uitzien. Nou, dat hebben we dus al aangetoond, dat kan blijkbaar wel. Dus is de heer Sittelpoel niet met ons eens? Wellicht is het dan wel verstandig als alles zo snel kan draaien, misschien toch even een paar maanden te pakken. Meneer Sittelpoel. Ja, dat is inderdaad een terechte vraag. Ik denk dat de wereld gaat veranderen als je concludeert dat er nieuwe feiten zijn. En in de toekomst kijken, ja, dat geeft toch wat meer onzekerheid dan achteraf beoordelen. Dus ik denk ja, dat het niet verstandig is om daar nog meer tijd en geld aan te besteden, meneer Smeets. Oké, dank u wel, meneer Sittelpoel. Dan gaan we naar mevrouw Koedijker van PS. Gaat u gang. Uw microfoon graag aan. Ja, maar ik hoor u heel, heel slecht. Misschien kunt u iets harder spreken. Politiek sociaal begrijp het advies van de wethouder wel. Het is te veel geld voor te weinig zekerheid. En er is daar al die jaren nog geen enkele keiharde toestemming binnen. En we hebben op dit moment geen enkele vertrouwen dat het nog gaat lukken met de externe financiering. Politiek sociaal wil nu wel stappen zien in de richting van de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Het Pieter Vermeulen Museum mag in enkel geval mee worden genomen in de val van Brak. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koedijker. Dan zijn er nogal wat vragen gesteld aan de wethouder. En ik wil u graag in de gelegenheid geven om daar kort op te reageren. Voorzitter, ter interruptie. Mag ik ook nog een woord? U heeft geen hand opgestoken, dus ik zie u niet in het lijstje staan. Maar meneer Kwant, u kunt uw gang gaan hoor. Ik dacht dat u een rondje ging doen. Maar bij deze, ik zal het op u verzoek. Dat ik ook. Ja, maar ik zag allemaal de handjes. Dus meneer Levezier wil ook nog spreken. Meneer Kwant, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En ik zal het op uw verzoek kort houden. Want er is inderdaad heel veel gezegd. Maar ik wil beginnen dat ook voor ons
En dat geldt denk ik voor de hele raad. Het Pieter Vermeulen Museum overeind moet blijven. En die dragen we allemaal een warm hart voor. En als er een no-go komt, dan zullen we met z'n allen, zoals ook in het collegebericht staat, ons keihard moeten maken om op zeer kort termijn het Pieter Vermeulen Museum elders ter huisvesten. Ik wil daar nog wel even bij zeggen dat het niet alleen maar is aan het college en het vorige college en het college daarvoor. Want er zijn in het verleden, in het verre verleden, ook alternatieven aangeboden aan het Pieter Vermeulen Museum, waar het toenmalig bestuur, daar was het niet bespreekbaar voor. Ik bedoel, ik wil niet ingaan op de locaties, maar er zijn ook gesprekken gevoerd om andere locaties. Daarnaast is al regelmatig gezegd, en ik wil ook even aangeven over van hoe we kunnen draaien in 3 maanden. Ik heb in juni aangegeven dat er muntjes op tafel moeten zijn voor 5 november. En ik heb in september aangegeven bij de sessie, als er geen muntjes op tafel liggen en geen namen en rugnummers, is het voor LGV een no-go. Laat dat duidelijk zijn voor alle raadsleden hier aanwezig. Ik ben niet gaan draaien naar een advies van wat ik gekregen heb. Ik ben gaan draaien op mijn prognose die ik gedaan heb. Als er geen geld is, dan stoppen we ermee. We hebben in het verleden heel veel toezeggingen gedaan. De investeerders stonden in de rij. We hoefden maar te knikken en samen binnen. Datzelfde hoor ik nu weer. Alleen het moet nu weer even uitgesteld worden tot maart. Dat is voor ons geen toezegging meer. Daar stappen wij vanaf. Ik bedoel, voorzitter, wij gaan er nu vanuit dat die centen er niet komen. En als ze er wel zijn, die 2 miljoen voor 5 november. Nou, dat zou heel fijn zijn. Kom maar op. Maar dan krijgen we een ander probleem. De 2,9 miljoen om te geven om niet aan Brak om een gebouw in eigendom te krijgen, is voor LGV volledig onbespreekbaar. En wij zijn een voorstander voor een gewijzigd raadsvoorstel met een voorstel van het college voor no-go bij deze. Dank u wel, meneer Kwant. Dan ga ik naar meneer Levasseur van Forza. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Wij van Forza staan volledig achter het collegebesluit om voor een no-go te gaan en de stekker uit Brak te halen. Ik noem alleen Brak, omdat wij wel vinden dat het PVM moet blijven bestaan. En dat er naar de mogelijkheden van PVM gekeken moet worden. Ondanks dat we achter het collegebesluit staan, hebben we al een paar vragen. 1. Wat gaat er met, zoals de VVD ook vroeg, wat gaat er bij een no-go gebeuren met de 30.000 euro die pas toegekend is? En kan deze eventueel nog ingezet worden voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor het behoud van de PVM? Dat waren onze vragen. Dank u wel. Ik heb een ordevoorstel. Het is nu bijna 11 uur. Het is laat. Er worden nog behoorlijk wat vragen zometeen beantwoord door de wethouder. Ik kijk hem eventjes aan. Hij knikt van ja. Wat kunnen we nu nog doen? Is er behoefte aan een nieuwe sessie? Maar dan komen we in een enorm tijdsspanne te zitten voor de begrotingsbehandeling. Of gaan we proberen om nu in een kwartier nog af te ronden? Ik kijk even naar uw instemming. Gaat dat lukken? Ja? Oké, dan aan u allen de hoop dat we dat inderdaad in 15 minuten gaan doen. Meneer Dingens, aan u het woord. En als er natuurlijk nog vragen zijn die u beter schriftelijk kunt beantwoorden, dat is dan ook natuurlijk prettig, maar aan u nu het woord voor de beantwoording. Dank u wel. Ja, ik denk in die zin dat ik de tijd goed kan inzetten, omdat er heel veel dezelfde soort vragen komen, of in ieder geval over dezelfde type dingen. Dus ik ga er even gewoon staccato doorheen, dan kunnen we dat kwartier het meest benutten voor de discussie van u onderling. Ten eerste, het raadsvoorstel zoals we dat ingediend hebben als college, daar zijn we altijd al van uitgegaan dat dat geamendeerd moest worden. In die zin van ja, we vonden het recht toen aan het feit dat de discussie nog niet helemaal beslecht was en de toezegging om er later een advies over te geven. Als dat geamendeerd wordt, dat zij heel goed kunnen vanuit de raad, of als wij u kunnen ontzorgen daarmee en dan toch nog op tijd kunnen zijn voor u, dan doen we dat graag.
Dan een tweede ding, de heer Hendricks, schetsen waar we vandaan komen. De heer Hendricks schetsen het denk ik heel mooi. Aanvankelijk was de opdracht voor het college, gij zult een brak realiseren. Dat is gaandeweg. Zelf heb ik daar ook een bepaalde invulling aan gehad, omdat ik vond dat er een eindig tijdspad en een eindig budget aan moest gaan komen. En daar heb ik me voor ingespannen. In de eerste buurrap heb ik het voorstel gedaan om een einde van dit jaar de go-no-go te doen. Uw raad heeft besloten om dat eerder te zetten, alleszins begrijpelijk gegeven de geschiedenis. Dat is mijn kader en de heer Hendricks zegt inderdaad helder, dat op dat moment heb ik me daaraan te voldoen en doe ik dat ook. Vervolgens, en dan ga ik even over naar het advies zelf en de afgewogen beslissing die u als raad wilde maken. Ik doe in het advies, in mijn optiek, in het van het college, niet meer dan 3 feitelijke constateringen op belangrijke aspecten. En we trekken daar een conclusie uit. Die wij denken dat uw conclusie zou zijn. Die 3 feitelijke constateringen die staan, dat zijn 3 oranje stoplichten. Dan kunt u zeggen van nou, prima, maar wij nemen het risico toch. Dat is uw goed recht. Het advies van het college zou zijn om het niet te doen. Het is niet zozeer... Volgens mij is daar niet een koerswijziging en ligt daar aan ten grondslag. Maar het feit dat wij gezegd hebben bij u terug te komen op die 3 punten. En dat doen wij dan ook. Dan even, het alternatief zou trouwens zijn om bij 3 seinen van oranje te zeggen. We gaan het wel doen. En dat zou ik een vreemde vinden als u dat zou voorstellen. Omdat er een aantal dingen ook gezegd worden waar ik suggesties van weg zou willen nemen. Ik ben heel blij dat mijn agenda zo transparant is dat zelfs de heer Sintini kan zien wanneer ik met een journalist gesproken heb. Dat doet me deugd, want daar ben ik voor, een transparante overheid. Edoch, de journalisten, dat gebeurt vaker als er onderwerpen zijn waar maatschappelijke discussie over kan ontstaan. Dan denken we dat het als college heel goed is om dezelfde informatie ook via de pers met de pers te bespreken. Daar zit dan embargo op totdat het aan de raad gestuurd is. Dat is heel gebruikelijk met journalistiek. En dat is ook hier het geval geweest. En ik heb geen enkele reden om te veronderstellen dat het gebroken is. Dan een paar punten. Het belangrijk punt, denk ik. Wat gebeurt er nu met PVM? Ja, dat is net wel even te vroeg. Ook de heer Zwakman suggereerde misschien al een concrete locatie. En daar kunnen we natuurlijk over nadenken. Maar goed, uw raad heeft nog niet besloten. Dus dat zullen we toch eerst even moeten afwachten wat er daar gebeurt. Dat klopt dat er 2,9 miljoen in krediet, hè, dus dat zijn kapitaallasten van ongeveer 100.000 structureel, gereserveerd staan voor... Brak PVM, Brak dan, het impulsproject Brak. Het lijkt mij nogal een snelle conclusie om te zeggen dat we dat dan nu 1-op-1 kunnen inzetten. Dus dat zou ik niet willen voorstellen. Het advies van het college is laat dat vrijvallen. Ga een separaat traject aan om te kijken hoe je dat dan met PVM invult. En daar ook overeenstemming in uw raad in kunt vinden. En doe dat gescheiden, maar wel spoedig. Dan een paar concrete vragen die ik dan even aan wil stippen. Van die 30.000, hoeveel is daar nog? Hoeveel is daarvan uitgegeven? Het antwoord is 10.000. Dus er is nog 20.000 over. Dus dat biedt ruimte. Betekent dan dat we afscheid moeten nemen van de directeur? Nee, want die heeft een aanstelling in principe voor een aantal uren. Over het hele jaar. Die heeft hij op een bepaalde manier ingevuld. Daar zijn nog uren van over. Maar waarschijnlijk wel spoedig zal die wegvallen. Ik snap ook wel het betoog van Pieter Vermeulen Museum dat dat in hun voordeel zou zijn om dat te verlengen. Dat neem ik even nu kennis van. Ik denk dat dat in hoofdlijnen eigenlijk al mijn reactie is. Daar heb ik inderdaad misschien een paar dingen niet benoemd. Maar ik denk dat ik hier de hoofdlijn van de discussie wel te pakken heb. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Ja, het is een beetje op de avond. Per interruptie. Meneer De Winter, gaat uw gang. Ja, nou, ik ga het nu niet uitgebreid lang maken. Ik wil alleen even tegen de wethouder zeggen, u heeft een aantal vraagopmerkingen van mij niet behandeld. Ik zal ze schriftelijk doen toekomen en dan hoop ik dat u ze alsnog schriftelijk beantwoord. Uiteraard, hartelijk dank. Heel fijn.
Heel fijn, meneer De Winter. Ik kijk even naar een andere raadsleden. Meneer Levasseur, u heeft uw hand omhoog. Ik denk dat u nog omhoog stond, sorry. Oké. Ik zie verder geen reacties van de raadsleden op wat u net... Ah, meneer Scholling. Ja, ik heb nog even wel de vraag hoe... komt het college nou inderdaad met dat gewijzigd raadsvoorstel? Is dat wat de wethouder nu van plan is? Dat heb ik even niet goed gekregen. Het is een verzoek vanuit de raad aan het college. Als dat het verzoek is van de raad, dan zal ik dat zeker doen. Als dat het verzoek is. En ik heb van Christen, ik heb van ChristenUnie, van GroenLinks, van de VVD en van de LGV... heb ik al te horen gekregen dat ze dat wensen. Klopt dat? En ik zie een paar duimpjes, dus dat zal ik dan uiteraard voor u doen. Ja, ik zie meerdere duimpjes, behalve meneer Sintony. Meneer Smeets niet. Meneer Kwant, u heeft uw hand omhoog. Zegt u het maar. Even uw microfoon aan. Nee, hij stond nog aan, denk ik, want ik wacht straks voor de rondvraag. Dus ik kom straks nog in beeld, denk ik. Oké, prima. Goed, dan denk ik dat, mocht er natuurlijk nog weer vragen opkomen, dan is de wethouder bereid om die ook schriftelijk te beantwoorden. En we hebben gemerkt dat het allemaal heel erg snel kan. Maar ik begrijp dat er nu een verzoek ligt naar het college om een nieuw raadvoorstel te maken. En ik hoop dat dat dan inderdaad voor 22 oktober aangeleverd kan worden bij de Griffie. En dan zal de agendacommissie daar weer een advies op geven. En dan zien we dat nieuwe raadvoorstel bij agenda punt 3 van de begroting 5 november. Is dat duidelijk? Ja? Prima, dank u wel. Dan komen we bij de rondvraag. Meneer Kwant. Oh, meneer Sintony heeft nog een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ik hoop dan toch dat bij dat nieuwe raadsvoorstel toch een wat uitgebreidere keuze wordt gemaakt voor no and go-go voor de raad. En niet het voorstel of het over wat er nu voor ligt, zoals we dat gevraagd hebben. Dus ik weet niet of dat nog mogelijk is, of dat het college bereid is om daar toch nog wat meer informatie over te geven. Ik laat dat even over aan het college. Het is in ieder geval een nieuw raadvoorstel. En ik neem aan dat meneer Dingen wel begrijpt wat u bedoelt. Ja, misschien heel even voor de duidelijkheid. Hè. Uiteraard kan ik daar dan duidelijk invulling aan geven. Het enige wat ik niet zal doen is de bal voor ons uittrappen. Dus dat zal ik dan niet als alternatief voorstellen. Omdat wij volgens mij met z'n allen, ook ik, ook het hele college... eigenlijk ons heel hard in aan het zetten zijn om een duidelijke keuze. Dus dan is de keuze niet, tenminste, dat lijkt me niet een levensvatbare optie, om een uitstel van de no-go of no-go, maar gewoon een keuze. U blijft niet in het oranje zitten in ieder geval. Zo is het. Zo is het. Mag ik erop reageren, voorzitter? Nou, heel kort graag, meneer Sintony. Ja, heel kort. Ik snap wel dat die keuze daar moet zijn. Dat hebben we ook gevraagd en dat snappen we ook wel. Alleen de keuze die nu gemaakt is, dus op drie punten gemaakt. En er is niet inhoudelijk op de plan ingegaan bij het NOCO-verhaal. En dat is toch iets wat we toch wel graag zouden willen horen van de wethouder. Oké, we horen het u zeggen. In ieder geval kan ik concluderen dat er een amendement gaat komen van D66 over uitstel naar maart. Een motie van ChristenUnie over de opstart van de herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum. En een motie over een onderzoek gewenst door de Rekenkamer. Mag ik dan deze behandeling van Brak afsluiten en overgaan naar de rondvraag? Oh, meneer Smeets, u wil nog iets zeggen? Ik wil het amendement aankondigen, maar toen u hem aankondigde, deed ik mijn handje al naar omlaag. Dus dank u wel. Oké, prima. Dan gaan we naar de rondvraag, meneer Kwant. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Voorzitter, ik heb een vraag aan de wethouder, twee vragen. En het is deze wethouder die dat ook behandelt. Ik heb de vraag of de wethouder of er al bericht gekomen is van de gedeputeerde Jeroen Olthoff
Die heeft namelijk 15 september toegezegd in de Eimond-commissie dat hij 3 weken na die datum met een plan van aanpak zou komen met betrekking tot Tata Steel. Dat is mijn vraag of daar al iets over bekend is. En de tweede vraag is, de heer De Winter heeft het al gerefereerd, dus misschien kan ik hem zo bedienen op zijn plek. Met de ontwikkeling van Kustplaats, is de wethouder bereid hierover een informatieve sessie voor ons te houden? Want de LGV maakt zich heel erg grote zorgen over de woningbouwopgave die op dat moment tussen de 900 en 1100 woningen voorlopig in de koelkast staan. Dat zijn mijn vragen. En als de tijd te lang is, mag je het ook schriftelijk beantwoorden. Meneer Deniens, aan u. Ja, heel kort. In ieder geval met die laatste te beginnen. We waren al van plan om in het najaar met u te spreken over die woningbouwbehoeften. Nou, dat is een urgentere discussie geworden. Dus dat zal ik zeker naar u toe komen met een bredere discussie, denk ik. Alleen niet alleen Kustplaats, maar een bredere discussie van hoe gaan we de woningbouwbehoeften realiseren. En het is laat en ik ben uw eerste vraag even vergeten. Van meneer Olthoff. Of u al bekend bericht had gekregen via Jeroen Olthoff. Ja, heb ik. Ik sta in nauw contact met de heer Olthoff. En het is aanstaande. En dat is eigenlijk het enige wat ik op dit moment erover kan zeggen / weet. Oké. Dank u wel. Dan is het toch echt wel 10:50. En dan wil ik heel graag u allen bedanken voor het geduld en uw inbreng. En dan sluit ik graag bij deze de sessie. Een wel thuis en slaap lekker. Bedankt. Dank u wel. Dank je. Dank u wel, voorzitter. Thuis zijn we al gelukkig. Dank u, voorzitter. Ik had het voorspeld een heftig debat over de toekomst van Brak. Maar natuurlijk ook de toekomst van het Pieter Vermeulen Museum. En nou, ik heb een beetje bijgehouden. Ik heb het gezien dat het CDA en D66 Velsen, die hebben eigenlijk gezegd, een beetje apart dat het college dit voorstel nu al heeft neergelegd. Hè, waarin ze eigenlijk laten doorschemeren van, er staan 3 stoplichten op oranje. Je zou dus nu gewoon al moeten concluderen, Brak heeft geen toekomst in Velsen. Dus CDA en D66 Velsen wilden toch wel praten over bijvoorbeeld ook de optie uitstel. Hè, toch nog iets meer zoektijd voor die fondsen. Maar de andere partijen die zaten daar toch wat anders in. En die zeiden van nou, we begrijpen gewoon dat je op een gegeven moment daar zoveel jaar en zoveel gepuzzel en zoveel centjes uitgeven moet zeggen, is het wel een haalbare kaart? Nou, dat gezegd hebbende, hebben alle partijen gezegd, ja, maar wat doen we dan met Pieter Vermeulen Museum? En dat is een beetje blijven hangen in de zin van iedereen zegt, het mag niet de kind van de rekening worden. Maar er zijn vervolgens wel heel veel vragen gesteld over nou, toch meer het verleden. Het geld wat is uitgegeven, de mensen die zich hebben ingezet. Wat is er al gedaan om wel of niet die fondsen te werven en wat heeft het opgeleverd? Nou, dus allerlei van vragen op die manier. Ik vond het wel interessant om nog even ter afronding van deze avond te praten met Erwin van Limt, de directeur Brak Pieter Vermeulen Museum. Goedenavond, Erwin. Goedenavond. Ja, we kunnen elkaar goed verstaan, dankjewel. Ja, je was inspreker. Je hebt iets gezegd over natuurlijk een beetje de teleurstelling over het voorstel wat het college doet over Brak. Maar je hebt ook eigenlijk vooral aandacht besteed aan Pieter Vermeulen Museum. Je hebt het gesprek gevolgd nu in deze sessie. Ja. Wat vind jij nu over, wat is er nu uiteindelijk uitgekomen voor het Pieter Vermeulen Museum, Erwin? Ja, nou, eigenlijk nog niet natuurlijk. Het is goed om even te memoreren dat het Pieter Vermeulen Museum en Brak in elkaars armen gedreven zijn door de gemeente. Ja. En dat is uiteindelijk goed gelukt. Die samenwerking is dit jaar goed tot stand gekomen. Het Pieter Vermeulen Museum heeft samen met Brak een plan op tafel gelegd. Waarvan ze zeggen dat is ook ons plan. Dat is een goed plan. Ja. Dat is een die stevig is, maar die ons wel de toekomst in helpt. En het is wel buitengewoon onfortuinlijk dat nu door een koppeling, waarvan we altijd betoogd hadden dat die niet nodig was, alsnog dat plan van tafel geveegd wordt. En, ja. Ja, het Pieter Vermeulen Museum letterlijk met de kater overblijft. Ja, precies. Er was natuurlijk, de bespreking in de raadsessie begon met CDA en D66 en die zeiden, is het toch niet opportun om wat uitstel te vragen? Andere partijen voelden daar niks voor. Had je daar op gerekend, op gehoopt, dat er toch wat meer tijd zou zijn om die fondsen te gaan werven?
Nou, ik denk dat mensen misschien niet helemaal goed doorhebben wat de gevolgen zijn. Kijk, we zijn natuurlijk sinds heel recent fondsen aan gaan schrijven. Ja. We schrijven in principe nog steeds fondsen aan de komende weken. En dat is mooi, dat kan substantieel geld opleveren voor een nieuw museum. Maar als we nu ineens diezelfde fondsen moeten zeggen van nou, het plan wordt helemaal anders, dan krijgen we daar een nee op. Dus dan is ook dat geld verspild geld geweest. En dan staan we natuurlijk helemaal weer van vooraf aan, moet er dan weer gekeken worden, wat gaat er gebeuren met het Pieter van Meulen Museum. Ja. Nou, ik zei het niet voor niks, het is verdraaid lastig om iedereen, voor iedereen om weer de motivatie op te pakken om maar weer aan het zoveelste plan te gaan werken. Dit sleept nu al 12 à 14 jaar voor het Pieter van Meulen Museum. De hoop is een beetje het raam uit ondertussen. Dat kan ik me helemaal voorstellen. En ook een aantal raadsleden zeiden van nou, je ligt er wakker van. Dus in die zin wordt het ook absoluut wel gevoeld, denk ik. Maar goed, daar creëer je geen oplossing mee, om het zo maar te zeggen, met dat gevoel. Nou, mooie woorden kunnen we geen nieuw meer zijn dan. Nee, hè, dus dat is nog geen oplossing. Even terug naar wat uiteindelijk werd gevraagd. 5 november. Is er dan meer zicht op, zeg maar, of de fondsen zijn? Ga je toch nog wel de komende dagen door om voor 5 november daar meer inzicht in te werven? Of zeg je, zeker nu ook gevraagd is aan het college, herformuleer nou dat voorstel, waarin eigenlijk dat no-go veel, veel, veel duidelijker in dat voorstel staat voor Brak. Ga je de komende dagen nog werken aan Brak? Of ga je toch nu zeggen, het wordt vooral Pieter van Meulen Museum, dat moet er goed uitkomen? Nou, ik ga de komende tijd zeker doorwerken aan de ambitie die in het bedrijfsplan geschreven is. En kijk, het is altijd uitgangspunt geweest, daar moet ook de naam van Pieter van Meulen Museum op de gevel of in het museum staan. En die ambitie, ik ben nu nog niet bereid om die los te laten. Dat zou ook echt zonde zijn, want al die fondsen die we aangeschreven hebben, die gaan dan zeggen van nee dus, als je plan zo wijzigt, dan volgt één nee. Dus dan krijgen we ook daar een no-go. Dus ik wil zeker kijken of ik die ambitie overeind kan krijgen. Oké, okay. Ja. Nou, dat is. Ik heb overleg gehad, ik heb een externe fondsenwerver. En die zei letterlijk, na het voorgenomen besluit heb ik die natuurlijk gelijk gebeld. En die zei letterlijk, er is echt wel geld in de markt, we moeten het alleen maar zien te vinden. Nou, dat klinkt ook wel weer heel makkelijk, maar zo makkelijk is het natuurlijk ja, niet. Ja, zo makkelijk zal het zijn. Dus dat is niet voor niks dat we hebben gezegd. We doen ons uiterste best om dat 5 november natuurlijk binnen te hebben. Ja. Nou, in ieder geval de toezeggingen, maar eerlijk is eerlijk, dat is een kleine kans dat dat lukt. Dat lukt. Dat is gewoon doorgaans wat meer tijd van. Oké. Okay. Nou, vanuit deze plek wens je daar heel veel succes mee. Hè? Dus om die ambitie, die hou je vast en die ga je ook voortzetten. Dus we wensen je daar heel veel succes bij. Het wordt nog een spannende periode op weg naar 5 november. Dus ook jou en je team, zeker van Pieter van Meulen Museum, heel veel succes en sterkte in deze tijd. Fijn dat je nog even wilde terugblikken op de sessie over Brak en Pieter van Meulen Museum. Erwin van Liemt, dank je wel. Ja, graag gedaan. En dames en heren, daarmee zijn we ook aan het eind van de avond. We hebben een boeiende zestal sessies gehad. Ik ga ze niet voor u samenvatten. Het was interessant. U kunt het terugkijken. U weet het, we zijn live te volgen op Facebook. U kunt naar raadsplein.tv. U kunt naar Seaport. Ook daar kunt u de herhalingen zien. Dus fijn dat u er in ieder geval was. We hebben een herfstvakantie. De week van de techniek, ik zei het al, de week van de industriecultuur, dus er zijn allerlei activiteiten te ondernemen. Dus over 2 weken zijn we hier weer met een raadssessie. En ik hoop u daar weer te zien. Ik wens u nog een hele fijne avond. Bedankt.